is dan weer. Dames en heren, de vergadering is geopend. De heer, mevrouw, sorry, mevrouw Gwenny de Vroer is afwezig wegens familieverplichtingen. Mevrouw, de heer Anouri, de heer Dazeleer, mevrouw Idrissi, mevrouw Kerbach en de heer Jan van Esbroek zijn afwezig om gezondheidsredenen. We gaan nu over tot de actuele vragen. De eerste actuele vraag is van mevrouw Freya Saes, Open VLD. Tot mevrouw Lisbeth Homans, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Over de toename van het aantal daklozen, ook in kleine en middelgrote gemeenten. Mevrouw Saes. Dank u wel, voorzitter, minister, beste collega's. Uit onderzoek van het steunpunt Volksgezondheid, Welzijn en Gezin blijkt dat in Vlaanderen ongeveer 5000 mensen dakloos is. Nu, waarschijnlijk is dit nog een onderschatting van het cijfer. Nu, het cijfer ligt wel lager dan in andere landen, maar we zien dat dakloosheid inderdaad vooral voorkomt in grote steden. Aangezien dat we de voorbije jaren toch wel sterk geïnvesteerd hebben in deze steden, namelijk naar winteropvang, denk maar aan Gent en Antwerpen, zien we toch ook wel nu een toename van de dakloosheid in middelgrote en kleine gemeenten. Nu, we weten dat veel mensen eigenlijk geen kennis hebben van op wat ze eigenlijk allemaal recht hebben. 35% van de mensen die zou recht hebben op leefloon, neemt dit ook effectief op. Veel mensen weten ook niet dat ze recht hebben op bepaalde werkloosheidsuitkering, op het Omnio-statuut. Daar zijn verschillende oorzaken van. Eén daarvan is dat mensen gewoon de informatie niet krijgen of dat ze, als ze de informatie krijgen, deze onvoldoende begrijpen. Natuurlijk zit je daar ook met de elektronische kloof, dat kansarmen vaak onvoldoende toegang hebben tot internet. Nu, tweede oorzaak is de angst. Mensen zijn vaak angstig om bij bepaalde instanties te gaan aankloppen. Vaak ligt de drempel daar nog veel te hoog. Nu, we weten, dus de bevoegdheid armoedebestrijding is verspreid over verschillende niveaus. Vandaar dat het denk ik ook wel essentieel is om samen te werken, zowel met het federale niveau als ook met andere departementen. Vandaar ook mijn vraag aan u, minister. Welke maatregelen gaat u nemen om de mensen een dak boven hun hoofd te geven en ook te blijven geven? Mevrouw Homans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nu, mevrouw Saes, ik ben het absoluut met u eens dat de bestrijding van dakloosheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Niet zozeer enkel en alleen in de Vlaamse regering, maar ook over de verschillende beleidsniveaus heen. Vandaar dat we ook op 21 november, als ik me niet vergis, een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten met de federale overheid ter bestrijding van dak- en thuisloosheid. Tegelijkertijd heb ik ook een brief aan alle provincie-gouverneurs gestuurd in Vlaanderen, wel te verstaan, om zij ook alert te maken en attent te maken op het feit dat zij ook de lokale besturen moeten aanspreken, kleine steden, grote steden, middelgrote steden, op hun verantwoordelijkheid om ook initiatieven te nemen. Ik kan u zeggen, wat mijn concrete bevoegdheden betreft, in armoedebestrijding heb ik recent vorige week nog een budget extra vrijgemaakt van €300.000 voor de CAW's, voor preventie uit huiszetting. En bovendien, het kaderbesluit sociale huur bepaalt een voorrangsregel van 5% voor mensen die jammer genoeg in dakloosheid verkeren, om die voorrang te geven in de sociale huiszetting. Dus ik denk dat het inderdaad een en-en verhaal is, maar dat de Vlaamse regering absoluut haar verantwoordelijkheid neemt. Hossijs. Dank u wel. Minister, inderdaad, in uw beleidsnota spreekt u ook over bijvoorbeeld de automatische toekenning van bepaalde rechten. Ik denk inderdaad dat daar een meerjarenplan moet opgesteld worden om te kijken van ja, welke rechten kunnen er automatisch toegekend worden en welke niet. U spreekt daar ook inderdaad over uw federale collega's. Ik vind dat zeer positief dat u daarmee zeker wilt samenwerken. Nu, mijn vraag was ook het project Housing First, of dit ook zal gecontinueerd worden. Mensen hier aan te sluiten. Meneer Hendricks. Meneer Hendricks. Ja, meneer de voorzitter. Ik was aan het wachten omdat u misschien nog iemand anders zou aanduiden. Maar los daarvan, ik denk dat de minister terecht haar bekommernis uit.
In de beleidsnota staat er uiteraard ook veel aandacht voor. En ik breng maar in herinnering dat de laatste jaren door toenmalig minister Van Deuzen, die bevoegd was, al heel wat op poten is gezet. En ik denk dat de minister daar kan op voortbouwen, want de dakloosheid is een ernstig probleem, niet alleen in de grootsteden, maar we merken dat dat tegenwoordig ook uitwaait, als het ware, naar de kleinere centrumsteden. Dus ik heb echt veel respect voor het feit dat die problematiek door de minister de nodige aandacht krijgt. Collega Van den Broeke. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, mevrouw de minister, u hebt inderdaad ook op uw eigen bevoegdheden een aantal instrumenten in handen om de strijd tegen dakloosheid tegen te gaan. U bent er één vergeten te noemen, en dat is namelijk het enige preventieve instrument tegen dakloosheid op de private huurmarkt. Dat is namelijk het huurgarantiefonds dat vorig jaar werd opgericht. Uit huiszettingen zijn een belangrijke oorzaak van dakloosheid, en het huurgarantiefonds zorgt ervoor dat mensen die hun huur niet kunnen betalen, dat tijdelijk wordt overgenomen. Meer zekerheid voor de verhuurder, meer voor de huurder. We weten ook dat het instrument nog voldoende ondersteund wordt door de private verhuuractoren. En mijn vraag is dan ook heel eenvoudig. Op welke manier gaat u dat instrument een actieve rol laten spelen in uw beleid? Dank u. Mevrouw Hollemans. Dank u, meneer de voorzitter. Nu, collega Van den Broeke, u hebt gelijk. Het spijt me, maar ik was inderdaad dat project vergeten. Ik denk dat het zeer belangrijk is om dat meer onder de aandacht te brengen en zeker ook verder te zetten. Ik heb ook tijdens de bespreking van het regeerakkoord ook al gezegd dat ik een zeer waardevol project vind. Dat is opgezet door mijn voorganger en ik zal dat zeker honoreren. Nu, mevrouw Saïs, Housing First, ja, dat is natuurlijk wel een federaal project. Ik denk dat een zeer waardevol project is. En dat natuurlijk ook aan de lokale besturen is en vooral aan de lokale huisvestingsmaatschappij, om daar hun verantwoordelijkheid in te nemen. Ik wil gerust vanuit mijn bevoegdheid als minister van Wonen de lokale huisvestingsmaatschappijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, want ik vind dit zeer waardevol. Maar ik ben wel van de overtuiging, niet enkel een dak boven uw hoofd helpt. Er zijn allerlei onderliggende problemen die tegelijkertijd ook moeten opgelost worden. En daar denk ik dat een heel belangrijke rol is weggelegd voor bijvoorbeeld de OCMW's en dergelijke meer. De automatische toekenning van de rechten, want daar hebt u eigenlijk ook naar gevraagd, vind ik ook zeer belangrijk. In het verleden zijn een aantal zeer nobele pogingen ondernomen om dat te doen. Maar we hebben nu eigenlijk vastgesteld, we hebben opgeleid van wat de rechten eigenlijk allemaal zijn. U hebt het leefloon, ja, dat is een federale bevoegdheid. Maar Vlaams hebben er natuurlijk ook huurpremie en dergelijke meer. We hebben opgeleid wat die rechten allemaal kunnen zijn. En we hebben eigenlijk vastgesteld dat het eigenlijk een probleem is van een te grote administratieve rompslomp. Dus daar gaan we aan werken, want ik vind dat het inderdaad de allerzwakste in onze maatschappij absoluut recht hebben op wat hen toekomt. Kort slotopmerking, mevrouw Saïs. Ja, dank u wel, minister, voor uw antwoord. Ik hoop inderdaad dat we in de toekomst het aantal daklozen zullen terugdringen. Dank u wel. Dank u wel. Volgende actuele vraag is meneer Chris Janssens tot de heer Philippe Muiters. Namens de minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport over de afgesprongen onderhandeling met de kandidaat-overnemer voor de perserij van Fort Genk en eventueel nieuwe onderhandelingen met de Amerikaanse producent van de elektrische wagens Tesla. Meneer Janssens. Ja, dank u voorzitter. Meneer minister, morgen rolt de laatste auto van de band in de Ford-fabriek in Genk om dan daarna definitief de deuren te sluiten. En ook de toeleveranciers sluiten of slanken af. En uiteraard is dat een moeilijk moment voor de vele duizenden werknemers die er vaak hun hele carrière gewerkt hebben. Een moeilijk moment ook voor Genk en voor Limburg. En in dramatische situaties zoals Limburg nu alweer overkomt, en ook in dossiers van deze omvang waarbij het sociaal en economische weefsel van een hele provincie aangetast wordt, hebben meerderheids- en oppositiepartijen vaak de neiging om de handen in elkaar te slaan, om aan één koord te trekken, want met polarisatie is immers niemand gebaat. Alleen wordt ons dat nu, meneer de minister, in deze situatie als oppositiepartij wel erg moeilijk gemaakt, omdat in de meest belangrijke dossiers geen enkele vooruitgang wordt geboekt. Het Spartacus-dossier ligt op zijn gat en tot daar nog aan toe. Wij zijn immers geen voorstander van die nutteloze tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Maar ook voor de ontsluiting van Limburg, zeer belangrijke Noord-Zuidverbinding, staat on hold. En belangrijker nog, van nieuwe werkgelegenheid is geen sprake. En vorige week, meneer de minister, heeft u dan de onderhandelingen opgevolgd over de eventuele overname van de perserij op de Genkse Fortzite. En die onderhandelingen gaan uiteindelijk niet door, of de overname gaat uiteindelijk niet door, waardoor er nu nog 3 kandidaat-investeerders zouden overblijven.
En de situatie, meneer de minister, is toch wel erg precair nu. Daarom zou ik u ook willen vragen, meneer de minister, ik lees vandaag in de krant dat eventueel de Amerikaanse elektrische autofabrikant Tesla mogelijk geïnteresseerd is. En de burgemeester van de stad Genk zegt dan, ja, met vragen daaromtrent moet u bij minister Muiters terecht. Dus mijn vraag aan u, meneer de minister, kan u toelichting geven over de stopzetting van de onderhandelingen van de perserij en de eventuele andere onderhandelingen met kandidaat-investeerders? Ik zou met plezier op uw twee vragen antwoorden. Eerste vraag die van Punch. Dat is toch een eerste vraag die van Punch. Ik heb vorige week woensdag gebeld met de twee partijen, Vocht en Punch. En ik had de indruk dat de donderdag de definitieve bespreking wel zou zijn. Zijnde tot een goed resultaat leidend, zijnde afspringen van alles. Dus ik ben donderdagmorgen naar de lokale van Vocht hier in Brussel gegaan. En heb daar zeer snel moeten vaststellen dat er voor Vocht geen enkele marge meer was. Dat zij niet van plan waren om een bestelling te gaan plaatsen, wat altijd voorzien was, van 5.200.000 hits, zoals dat dan noemt, naar Punch toe. En waardoor eigenlijk heel de business case in het water kwam te liggen. Dat is het eerste punt. Ik denk dat dan de besprekingen zijn daar vrij snel dan ook afgerond. Ik heb ook mijn ongenoegen daar ook laten blijken, heel duidelijk laten blijken, vooral over het feit dat de maat waarop dat die bestelling voor Vocht kan geplaatst worden, dat die ook de mallen, maar er is nog een Nederlandse woord daarvoor, maar ik ben het even kwijt, maar dat effectief maakt dat er eigenlijk, als zij dat afvoeren, er geen bestelling meer zou zijn in de toekomst. Voorlopig is dat dan toch afgewend. Wat betreft het tweede punt heb ik vanmorgen van burgemeester Wim Dries een mail gekregen, of mijn kabinetchef heeft die gekregen. Ik denk dat het gemakkelijkste is dat ik die lees, want dat geeft direct weer wat Tesla betekent. Naar aanleiding van een interview in de morgen, hieronder wat uitleg. Op het einde van het interview vroeg de journalist of Tesla ook was afgesprongen. Het ging in op de artikels in onder andere het Belang van november 2013, waarin stond dat Fit en Tesla aan het praten waren. Hierop heb ik geantwoord dat Tesla nog altijd zoekt in Europa, zie diverse artikels van oktober 2014. Op de vraag of Tesla welkom is, heb ik geantwoord dat ze altijd naar Genk mogen komen, maar dat het eerder hoop is op iets nieuws in plaats van werkelijkheid. En ik merk dat de morgen het gebruikt om aandacht te trekken. Dus er is geen dossier Tesla. Er was geen dossier Tesla. Nog naar het agentschap ondernemen, nog naar het meneer Janssens. Ja, dank u, voorzitter. Meneer de minister, ik neem er akte van dat u misnoegd bent over de beslissing van Vocht en dat de burgemeester van Genk misnoegd is over de communicatie in de krant. Maar er is nog wel meer reden voor misnoegdheid bij een aantal Limburgers. Omdat 2 jaar geleden de Taskforce Limburg is geïnstalleerd en wat stellen we nu 2 jaar later vast? Dat er toch een heel aantal belangrijke dossiers nog altijd on hold staan. En tot nu toe klonken de kritische stemmen nog heel erg stil. Maar vanaf morgen, wanneer de fabriek definitief sluit en duizenden mensen in een zwart gat dreigen te vallen, wordt het ook een emotioneel verhaal. En meneer de minister, dan gaat men ook in de richting van de Vlaamse regering kijken. En dan denk ik toch dat u met een straffere verantwoording moet gaan komen om aan te tonen dat de Vlaamse regering met de aanpak van de economische heropleving van Limburg goed bezig is. Ik wil u dan ook met spoed, meneer de minister, aanzetten om meer daadkracht te tonen om ook concrete resultaten in dit dossier te boeken. Wie wens aan te sluiten? Het kan er ene van dezelfde partij zijn, dus maak ik dat onder elkaar even uit. En in de voorkeur moet u een Limburger zijn, dus als u wenst te komen. Meneer Botuinen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat het Tesla-dossier inderdaad niet meer aan de orde is, jammer genoeg, maar dat er ongetwijfeld nog andere opportuniteiten zijn. En onze enige oproep is om zoveel mogelijk actief op zoek te gaan naar opportuniteiten om zo snel mogelijk
op deze toch wel heel belangrijke en grote site nieuwe tewerkstelling te gaan creëren. Om in overleg met FIT zoveel mogelijk buitenlandse bedrijven die in de sector kunnen gaan investeren te gaan aanspreken. En alle mogelijkheden en opties. En er zijn heel veel troeven daar ter plekke. Gekwalificeerd personeel, ook fiscaal zijn er een aantal bijkomende stimuli die er aankomen. Ik denk dat we daar gebruik van moeten maken om zo snel mogelijk nieuwe tewerkstelling te creëren. En we rekenen erop dat u daar effectief ook werk van gaat maken. Meneer Keulen. Ja, meneer de minister, collega's, inderdaad, morgen valt het toek, het einde van een tijdperk. Nog 5000 mensen die een C4 gaan ontvangen. Ik denk, meneer de minister, dat het nu vooral zaak is om eigenlijk kandidaat-investeerders, mensen die terug toekomst brengen in onze provincie Limburg, om die professioneel op te vangen en te begeleiden. En je hebt nu nogal veel instanties. Hè. Je hebt Urbij van Deurzen, je hebt Locate en de medewerkers daarvan, je hebt het agentschap ondernemen, je hebt de Vlaamse regering zelf, je hebt Vlaanders Investment and Trade. En dat is misschien wat veel van het goede. Misschien daar ergens één bepaald aanspreekpunt aanduiden waar kandidaat-investeerders terecht kunnen en ook dan eigenlijk dossiers op een vertrouwelijke manier ook behandelen en verder begeleiden. Op dit ogenblik komen die dossiers meteen op de straatstenen en dat is niet eigenlijk de juiste plaats om te komen tot succesvolle investeringen in de praktijk. Mevrouw Lieten. Dank u wel. Meneer de minister, ik lees in het artikel ook dat Wim Dries zegt, groep Essers komt naar hier. Dus ik vraag mij af, heeft de groep Essers dan een stuk van de fortterreinen gekocht? Omdat zij zitten al in het noorden van Genk en daar worden ruimtelijke plannen nu weer aangepast en natuurgebied opgeofferd om hun uitbreiding te geven. Dus mijn vraag is, één, hebben zij grond gekocht van de regering op het fortterrein? En twee, is het dan niet beter om eerst een globale visie te ontwikkelen over de bestemming van dat terrein in plaats van ad hoc een aantal gronden te verkopen? Meneer Dame. Collega's, meneer de minister, Fort heeft in het verleden heel wat steun gekregen vanuit Vlaanderen. Op dat moment terecht toegekende steun, omdat het ging over de creatie van tewerkstelling. Achteraf gezien natuurlijk blijkt dat er heel wat steun ook onterecht toegekend is. Nu, uw voorgangers of de voormalige minister-president heeft zich een paar keer hard gemaakt hier in de vergadering of zich geëngageerd om delen van die steun terug te vragen. Hij zou daar zeker werk van maken. Nu is mijn vraag wat de stand van zaken ter zake is en of er al effectief steun teruggekomen is, zodat wij die kunnen inzetten voor duurzame tewerkstelling in onze mooie provincie. Meneer Giffroy. Dit is vermoedelijk politiek, collega Janssens. En ik ben overtuigd, mocht u in het Gentse wonen, dan zou u ongetwijfeld even hard uw best doen voor Volvo, en dat ziet u. Maar als ik dan uw actuele vraag opsplit in twee stukjes. Het eerste stuk gaat inderdaad over Ford en dat is Limburg. En uw vraag ging over Tesla. Ondertussen spreekt u over Spartacus, maar daar moeten we wachten op Nederland. U spreekt over de Noord-Zuid, dat is voorzien in Salk en dat zal uitgevoerd worden. Maar echt wat belangrijker is, en dat heeft niets te maken dan enkel maar met Ford Genk of enkel maar over dossier in Limburg. In dergelijke dossiers, in dergelijke moeilijke dossiers, is sereniteit en discretie belangrijk en zeker geen profileringsdrang. Ondernemingen die eventueel iets zouden willen doen, vragen dat ook. En zo werkt dat nu ook. En laat dan ook de minister zijn werk doen. Met plezier, ik ben een blijde verwachting. Dank u wel. Een paar punten. Eerst en vooral, meneer Janssen, ik denk zeggen dat er niks gebeurd is. Vecht naast de waarheid. Ik denk dat, en ik pak alleen de dingen waar ik zelf mee bezig ben, maar collega's van mij doen dat ook op een heel duidelijke manier. Die zelke uitvoering is in uitvoering. Ik neem maar wat de VDAB heeft bij vanaf kort na 24 oktober, toen Fort de aankondiging deed, hebben zij al aangekondigd dat iedereen die het wenste opleiding kon vormen, loopbaanbegeleiding kon krijgen en dergelijke meer. Allemaal programma's die toen al zijn opgezet. Uiteraard, vandaag begint het met outplacement. Of een aantal mensen zijn ook al ondertussen vertrokken, hebben ook al werk gevonden. Dat percentage van het aantal die al werk hebben gevonden, ligt ook vrij hoog. Die zelke uitvoering gebeurt ook op andere gebieden. Ik denk dat we zeer snel aan het komen zijn tot samen met collega Johan van Overtveld naar een oplossing voor de nodige beslissingen zodanig dat Genk en de omgeving in aanmerking kan komen voor ontwricht gebied. Ook dat is een belangrijk aspect dat gaat op korte termijn kunnen gerealiseerd worden. Maar ik kan zo heel zalk opsommen. De sokmaakindustrie is gestart, om maar iets anders te noemen. En ik kan zo nog wel een tijdje bezig zijn.
Ik ben het uiteraard eens met meneer Botuinen dat we actief op zoek moeten gaan. En uiteraard is dat al gebeurd. En om dat nog meer gericht te doen, hebben we effectief een visieontwikkeling die gestart is al een hele tijd terug, waar Technum een onderzoek doet over welke de beste aanspreekpunten zouden kunnen zijn in binnen- en buitenland in functie van wat er op het terrein mogelijk is. Ik denk aan watergebonden activiteiten of eerder mensen die naar het aard van de elektriciteit die ter beschikking is daar extra voordelen kan hebben en dergelijke meer. Ook Ford heeft aangekondigd, en dat is ook begonnen, dat zij 8 weken een internationaal iemand zullen inhuren om ons daarbij te helpen om die visie voor het terrein te realiseren. Het aanspreekpunt, zeker iets waar ik met de collega's, de SALLE-collega's over zal spreken en kijken of dat we in die richting effectief verder kunnen gaan naar... Nee, absoluut. Maar de vertrouwelijkheid vind ik wel een essentieel punt. En daar zal u van mij ook regelmatig horen dat ik hier niet veel kan over zeggen, want ik wil die besprekingen zoveel mogelijk in discussie kunnen voeren. Ik denk dat ook collega Griffois daar heeft op gedrukt, maar ik denk dat dat ook juist is. Er zijn geen investeerders die de deal willen maken in de krant. Hè. Je maakt de deal op het veld en met de mensen met wie dat je een deal moet maken. Ik ga dus over groep Essers ook heel vertrouwelijk zijn en dus daar weinig over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is, wij hebben de terreinen nog niet. Hè. De deal is altijd geweest dat de terreinen pas in bezit zouden komen van de Vlaamse regering op 1 januari 2016, niet 15, 16. Die akte zal deze week normaal gesloten worden, waarbij zij nog een jaar hebben om het terrein te verlaten en de nodige maatregelen daaromtrent te nemen. Wat de steun en de terugvordering van de steun betreft, is in de vorige regering een globale deal gesloten, waar ook die grondverwerving in zat, een globale deal gesloten met Ford, waar tot slot van alle rekeningen, zoals dat dan denk ik noemt, maar ik ben geen jurist, dat daar een afspraak is gemaakt daaromtrent. Dus ik denk dat, om duidelijk te zijn, wij natuurlijk kunnen niet in de plaats, wij gaan niet gaan ondernemen op dat terrein, maar ik denk dat zowel naar de omgevingsfactoren als naar het terrein zelf wij de maatregelen nemen die moeten genomen worden om dit aantrekkelijk te maken van buitenlandse investeerders. En uiteraard zal ik daar met veel spoed aan verder werken. Ik denk dat we daar met Technum, met de buitenlandse medewerking vanuit Ford ook iets kunnen doen. Maar uiteindelijk zullen het de ondernemingen zijn die op een bepaald moment moeten aangesproken voelen. En ik ben het eens met iedereen die zegt, daar is wel potentialiteit. Het komt erop aan om ze nu ook waar te maken. Meneer Janssen, slotopmerking. Ja, meneer de voorzitter, ik word ertoe opgeroepen om de minister zijn werk te laten doen. En ik laat dat graag doen, meneer de minister, want dat is nu eenmaal uw job als minister van Werk, als minister van Economie, als Vlaamse regering. Alleen zou ik dan 2 jaar na de aankondiging van de sluiting van de fabriek toch ook eens graag wat resultaten zien. U heeft enkele weken geleden met de Vlaamse regering ministerraad gehouden in Genk of in Limburg om de taskforce en om het directiecomité te vernieuwen. En de minister-president heeft bij die gelegenheid gezegd: van de Limburgers verwacht ik veel voluntarisme, enthousiasme en dynamiek. En meneer de minister, ik reken ook op die weerbaarheid van de Limburgers en van de Limburgse ondernemingen en potentiële toekomstige ondernemingen die zich in Limburg zouden vestigen. Maar ik reken ook vooral op de Vlaamse regering die in deze echt wel een tandje bij moet steken om concrete resultaten te boeken. Dank u wel. Volgende actuele vraag is mevrouw Caroline Bastiaans tot de heer Muiters en die gaat over de ondersteuning van de creatieve economie en de subsidiëring van Design Vlaanderen. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, ik had het vanmorgen al heel even kort aangehaald dat de audiovisuele en de cultureel creatieve economieën eigenlijk boemend zijn in Vlaanderen. Ze zijn een van de groeisectoren in onze Vlaamse economie. Bovendien zijn ze volgens internationale studies waarschijnlijk de 3de grootste verschaffer van werkgelegenheid na de bouwsector en de horeca. Bovendien, en dat is inherent natuurlijk aan die sector, staan zij of lopen zij voorop in het kader van
aan innovatie en dergelijke meer. Innovatie, een van de prioriteiten van deze regering, ook van uw eigen beleid. En absoluut terecht. Maar groot was dan mijn verbazing eigenlijk vorige week, toen ik zag op de website van het agentschap ondernemen, dat daar eigenlijk de subsidiering of de toelage ter bevordering van vormgeving wordt stopgezet. Ik weet het niet, een heel groot element uit Design Vlaanderen, maar toch wel een belangrijk gegeven om jonge vormgevers eigenlijk bij de opstart van hun carrière verder te kunnen ondersteunen. Dus, en volgens mijn informatie was dat recent ook nog geëvalueerd, positief geëvalueerd. Zei het dat het best vereenvoudigd kon worden, maar vereenvoudigen is natuurlijk nog iets anders dan het effectief af te schaffen. Dus vandaar mijn vraag aan u, meneer de minister, van hoe wilt u eigenlijk die boemende economie, die creatieve economie in Vlaanderen verder gaan ondersteunen? Meneer Muiters. Dank u wel. En mevrouw Bastiaans, ik denk dat u eigenlijk de essentie aanhaalt en de essentiële steun, met name de steun die gaat naar het creatieve werk, het ondersteunen van die creatie, van die innovatie, die blijft gewoon bestaan. Daar is 1.220.000, daar heb ik zelfs niet de regels van besparing volledig op toegepast. Dat is een besparing van 6%, van 1.300.000 zakken ze naar 1.220.000, een 6% besparing. Dus die blijft volledig bestaan. Wat ik afschaf, is een deel dat een negatieve evaluatie kreeg. Om ten eerste het feit dat de economische impact ervan klein was. Ten tweede dat het juist de jonge groep designers niet bereikte, letterlijk uit de studie. En ten derde dat de administratieve kost daarvan veel te hoog was. En waarover gaat het hier? Het ging hier over promotie op een of andere manier. En dat was totaal versnipperd. Het ging hier over 150.000 euro. En ik kan u aantonen hoe versnipperd dat was. Als ik u alleen maar zeg welke barema's hier worden toegepast. Ik lees er een paar voor. Voor logies met ontbijt is er een barema voorzien van 125 euro in de agglomeratie Brussel en van 110 euro in de rest van het land. Maar ik kan zo verder gaan. De maaltijdvergoeding, zowel voor middag als voor avond, bedraagt 10,49 euro. Dan begrijpt u dat er de kosten en de administratieve last, om dat dan allemaal bij te houden, allemaal te gaan indienen voor 10,49 euro van een maaltijd, dat dit de kostenbaten niet positief was. En het is alleen dat stukje dat niet de jonge designers bereikte, dat niks te maken had met de essentie van de zaak, de creatie, de innovatie en dergelijke meer, maar wel voor bijvoorbeeld de promotie naar een beurs toe, om in het buitenland een beurs te gaan bezoeken, of weet ik veel wat, dat die dingen zijn de dingen die weggeschrapt zijn. En ik denk dat dat aanvaardbaar is, zeker gezien de studie die er was geweest en de negatieve evaluatie voor dat stukje. En de rest blijft bestaan. Paul Bastiaans. Dank u wel, meneer de minister, voor deze verduidelijking. Ik denk dat inderdaad, wanneer dat er vereenvoudigingen mogelijk zijn, dat we dat ook absoluut moeten doen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de ongerustheid in deze sector eigenlijk wel redelijk groot is. En ik zou u dan ook willen vragen of dat u ook dezelfde geruststellende berichten hebt in het kader van dan de audiovisuele sector. En ik denk dan in het bijzonder aan VIA of aan Mix, waar dat er dan toch zeker wel een aantal besparingen voor de deur staan, waarbij dat de dreiging is vanaf begin volgend jaar al dat een aantal projecten stopgezet zouden moeten worden en dat we expertise die daar is opgebouwd zouden kwijtspelen. Ik zie u van nee schudden, dus ik hoop echt dat u mij kan bevestigen dat er daar geen enkel risico bestaat, zoals dat u dat daarnet voor het andere element hebt gedaan. Wie wens aan te sluiten? Meneer de Klerk. Dank u, voorzitter. Ik wil aansluiten bij het betoog van de collega die inderdaad terecht zegt dat de creatieve economie, en de minister onderstreept dat ook en ondersteunt dat ook. En het is ook goed dat dat wordt geëxpliciteerd door niet besparingen door te voeren. Dat de creatieve economie toch een van de fundamentele pijlers is van de economie van de toekomst, de maakeconomie en niets meer. Maar het is inderdaad daar wel wat gerustheid, ook in het bijzonder rond VIA in Gent. De Waalse Krook, de bibliotheek van de 21ste eeuw. Dit is beslist beleid, het is fundamenteel, maar er is onduidelijkheid. En dat die knoop moet worden doorgehakt. En ik hoop ook echt, meneer de minister, dat
u duidelijkheid kunt verschaffen omtrent deze ongelooflijke rijkdom die we in Vlaanderen hebben rond archief en niets meer. Dat zou daar perfect passen in de Waalse Krook, de bibliotheek van de 21ste eeuw. Dus daar moet echt duidelijkheid komen van de Vlaamse regering. Mevrouw Liete vanuit Innovatie heeft dat vroeger altijd zeer sterk ondersteund. Dus ik verwacht ook van de minister ter zake en vooral de regering in zijn totaliteit daar een krachtig signaal om daarmee verder te gaan. Mevrouw Segers. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik vrees dat u het kind met badwater dreigt weg te gooien. Met dit kleine symbolische bedrag dat u zo gezegd, een klein symbolisch bedrag schrapt, geeft u echt een verkeerd signaal. Design Vlaanderen heeft een heel lange traditie van in 1964, paradepaardje van ondernemend en creatief Vlaanderen. Het wil Vlaanderen op de kaart zetten op vlak van design. Nu, u weegt het met een apothekerschaaltje af, maar u moet begrijpen dat je enkel innovatie kan realiseren door zaaigeld te investeren. Daar is waste op, maar dat is cruciaal. Dus symbolisch geeft u een heel belangrijk signaal dat u die creatieve economie niet nodig heeft voor innovatie. En collega De Klerk neemt mij de woorden uit de mond. Via is een traject dat opgezet is met heel veel succes, heel cruciaal is. Beeld u in de hele digitalisering van ons Vlaams audiovisueel erfgoed. En dat staat nergens momenteel geallockeerd in de begroting. Zij zitten echt in onwaarschijnlijke onduidelijkheid en ik wil dat u ook daar duidelijkheid over geeft. Meneer Caron. Ja, dank u wel, minister. In het verleden was Design Vlaanderen een instelling dat altijd wat gependeld heeft tussen een culturele insteek en een economische insteek. Zo zou je het kunnen zeggen, tussen de twee. Het is toegevoegd aan een ander departement in de loop van de tijd als niks ers. Maar het belangrijkste is dat, net zoals bij kunstensubsidies, is een zeer goed voorbeeld, vergelijkbaar voorbeeld, gaat het over innovatie, vernieuwende producten van designers, mooie, die mooi zijn. Want in design is schoonheid een heel centraal begrip, maar die ook een hele grote economische waarde hebben. En er is een traditie geweest om jonge designers altijd goed te steunen. Ik ken de techniciteit van de subsidielijn onvoldoende, maar ik wil alleen maar de boodschap zeggen en aansluiten bij de collega's. Alsjeblieft, het is in dit soort absolute innovatie waar collega Kajtasiger ook zei, dat saai geldt. En niet alles wordt een goede plant, maar het zou doodzonde zijn van de wel sterke planten om die ook niet te laten uitzaaien. Meneer Parijs. Collega's, ik ben heel blij dat iedereen hier het belang van de creatieve economie inziet. Want ik denk dat dat inderdaad een sector is waarmee we concurreren met het buitenland, omdat wij gewoon betekenis, emotie toevoegen aan een product en zo echt op toegevoegde waarde concurreren. We moeten niet kijken naar internationale studies. Flanders DC heeft een studie gedaan over wat de creatieve industrie waard is bij ons. Het gaat over 125.000 jobs in Vlaanderen, 3% van onze economie, 22,5 miljard euro omzet en 7 miljard euro toegevoegde waarde. Ik zou de minister willen vragen, niet om, zoals mevrouw Segers het toch een beetje op flessen trekt, het kind met het badwater weg te gooien, omdat er een aantal subsidies om hotelkosten te recupereren in het buitenland, die meer kosten om ze te administreren dan ze ook effectief uit te betalen, worden afgeschaft. Ik zou de minister willen vragen om te focussen op wat dat echt belangrijk is. En ook dat kunnen wij leren uit een andere studie van Flanders DC, waarin staat: wat zijn de drempels voor onze creatieve economie om internationaal door te breken? Het gaat eerst en vooral over adequate financiering, die vaak moeilijk te vinden is. 2, management- en ondernemerschapsvaardigheden bijbrengen in die sector. 3, steunmaatregelen afstemmen op die specifieke sector. En 4, piraterij aanpakken. En dat is onze vraag aan de minister. Ja, en om in te gaan op wat collega Parijs naar voren brengt, dat is juist wat we bewaren. En de 1.220.000 euro die we blijven geven aan designplatform Vlaanderen heeft juist daaraan de steun aan de designers. Ik vind het heel straf, men spreekt van zaaikapitaal en dergelijke meer, maar als de studie dan juist zegt dat die 125 voor hotelkosten, promotie, drukwerk en zo verder, dat daar juist staat bij de evaluatie dat de jongste groep designers niet bereikt wordt, dan zal het wel niet juist het zaaikapitaal zijn. Hè? Dan heb ik de indruk dat dit een element van kost is waar ook die sector zelf wel voor kan instaan. Wat niet vanuit een Vlaamse regering moet betaald worden.
met alle respect, maar iemand die naar het buitenland gaat, of zelfs in het binnenland, dan 's middags en 's avonds op een beurs is, en waar wij dan 10, en zoveel euro van de maaltijd moeten gaan betalen, waar dan al die administratieve kosten, zowel, en dat staat ook letterlijk erin, zowel voor Design Vlaanderen als voor de aanvrager, dat dat een negatieve zaak is, dan moeten we durven zeggen, laat ons dat wegdoen, en dat is niet het kind met de badwater. Dit is een bewuste keuze van het ding dat niet goed werkt, weglaten, en daardoor ook het wel positieve, zoals collega Parijs zegt, het wel positieve te bewaren en te kunnen bewaren en daar zelfs minder op te sparen dan het geval is als we de normale kaasschaaf zouden toegepast hebben. Naar VAA, en dat heb ik ook in de commissie gezegd, zit dat echt tussen, ook tussen twee. He, u hebt daarnet gezegd, iemand zei daarnet, van het zit zo tussen twee zaken in. Het is natuurlijk met collega's Veen Gats, er is zelfs een regel binnen Europa die rond die onroerend erfgoed, rond de ontsluiting van documenten en vanuit het verleden enzovoort, dat daar van gezegd wordt dat dit niet van binnen innovatiesteun kan en mag, behalve in bepaalde omstandigheden, worden gesubsidieerd. Dus dat is een element wat zeker ik met collega's Veen Gats, ik heb dat ook naar voren gebracht, en waar wij samen allicht een document zullen brengen op de hele Vlaamse regering, zoals u ook vroeg, naar Mix toe. Ik denk dat ook daar de informatie juist moet zijn, en dat is dat Mix en drie anderen, dat we daarvan hebben gezegd, het bereik naar bedrijven en dergelijke is relatief beperkt, maar we houden de werkingskosten, dus de werkingskosten zijn gegarandeerd. Wat ze niet meer automatisch krijgen, is kosten voor onderzoek te doen. Maar zij kunnen perfect met projecten indienen bij de klassieke organen en daar dan ook subsidies voor krijgen. Dus ze houden de werkingskosten, maar ze zullen voor het overige, hetgeen dat bovenop de werkingskosten komt, zullen ze projecten moeten indienen. Een aantal hebben daarop gereageerd, geen enkel probleem. Wij denken dat we sterk genoeg zijn, dat we dat wel kunnen. En wij zullen ons subsidie dan wel binnenhalen binnen de projecten. Ik vind dat op zich eigenlijk een goede regeling. Je betaalt een deel van de werkingskosten, maar voor de rest niet zomaar geld geven, maar geld geven als je goede projecten hebt. Lijkt mij een aanvaardbare manier van werken. En dat is ook wat we dan hier doen. En wat ik denk dat een goede manier is om iedereen ook echt naar projecten toe te laten werken. En niet zomaar, en dat is te zwart-wit gezegd, maar zomaar geld geven om dan onderzoek te doen. En zie maar waaraan dat je het besteedt. Ik zeg het te zwart-wit en ik wil zeker niemand affronteren. Maar ik denk dat u begrijpt welke weg dat we gaan. Maar voor Mix en drie anderen is het in elk geval zo. Werkingskosten gegarandeerd, goede projecten, diensten in. En de kans dat ze dan ook verder zullen gesubsidieerd worden is zeer groot. Slotopmerking, mevrouw Bastiaan. Dank u wel, meneer de minister. Ik onthoud twee elementen uit uw antwoord. Dat VIA voor u ook een heel belangrijk element is binnen Vlaanderen. En dat we inderdaad heel snel op zoek moeten gaan naar de juiste subsidiering daarvoor. En wat betreft Mix en projecten, ja, uiteraard is het zo van dat het belangrijk is dat er die projecten op poten gezet worden, dat die gemotiveerd worden wanneer dat die worden ingediend. Maar ik denk ook dat we op zoek moeten gaan naar een instrument dat voldoende flexibel is en niet al te log, want net in die creatieve sectoren is dat af en toe een grote hinderpaal. Dank u wel. Volgende actuele vraag is van de heer Bjorn Ansee tot de heer Ben Wijts. Minister-president zal antwoorden over de gevolgen van een recent arrest van de Raad van State voor de geplande optimalisatiewerken aan de N8 Yper-Veurne. Meneer Ansee. Meneer de minister-president, eind november vernietigde de Raad van State een stuk van het grup voor de N8 verbindingsweg tussen Veurne en Yper. Meer bepaald ging het over een geplande ringweg rond Brielen en Woesten. Daarmee hebben eigenlijk heel wat tegenstanders van dit toch wel dure project gelijk gekregen op dat vlak. Maar de andere onderdelen van dat grup bleven overeind. Waaronder bijvoorbeeld de bypass rond Hoogstade, maar ook het schrappen van het traject voor de verlenging, de doortrekking van de A19, ook die schrapping blijft behouden. Dat brengt ons eigenlijk in een nieuwe situatie waarbinnen we kunnen werken naar een duurzame en breed gedragen oplossing voor meer leefbaarheid in al die kernen langs die N8. En persoonlijk denk ik dat op korte termijn dat het mogelijk zou moeten zijn om de geplande verbeteringswerken aan het bestaande traject
aan de bestaande baanvakken om die inderdaad te gaan uitvoeren met het oog op meer leefbaarheid. De Raad van State heeft in haar arrest daar eigenlijk ook geen problemen in gezien om dat te gaan doen. Ik denk dan ook dat op korte termijn verbeterde doortochten door die kernen met de inacht dat die inderdaad mogelijk zijn. En mijn vraag aan u is dan ook of als gevolg van dat arrest of die werken op de lange baan zullen worden geschoven of als deze Vlaamse regering en minister Weitz onverkort die geplande werken wil gaan uitvoeren met het oog op een betere leefbaarheid op en rond die inacht. Minister-president. Dank u wel, collega Ansé. U hebt correct de gevolgen van het arrest geschetst. Het is zo dat het arrest inderdaad geen enkel impact heeft op de werken met betrekking tot het bestaande wegdeel. Het is zo dat collega Weitz daar met grote diligentie werk wil van maken. Er moeten nog een aantal studies gebeuren, nog een aantal grondverwervingen ook. Maar zijn kabinet laat mij weten dat de aanbesteding normaalerwijs eind dit jaar plaats kan hebben en dat de uitvoering van de werken plaats kan hebben volgend jaar. Wat Hofstade betreft zijn de zaken gecompliceerd. Daar loopt nog een procedure bij de Raad van State. Dus ja, dat is nog een zaak die moet afgewacht worden. Bovendien zal daar ook een aantal ontijgeringen moeten gebeuren. Dat is een omleidingsweg. Er moet ook nog werken gebeuren. Dus een concrete timing daarvoor kan niet gegeven worden. Wat Woestenbril betreft, dat is inderdaad een vernietiging. Dat biedt nu de opportuniteit, denk ik, om te zoeken naar een nieuwe oplossing. Een breed gedragen oplossing die zo duurzaam mogelijk is. Het verheugt mij alvast, minister-president, dat inderdaad de geplande werken kunnen doorgaan. Dat inderdaad op korte termijn echt wel verbetering op vlak van die leefbaarheid en die mobiliteit kan betekenen voor die innacht. Ik denk tegelijk dat het bijzonder belangrijk is wanneer wordt gewerkt rond Brielen, Woesten en eventueel Hoogstaden ook, als dat nodig zou blijken, na even misschien een volgend arrest van de Raad van State, dat we inderdaad ook durven breder kijken dan de oplossingen die tot vandaag zijn geformuleerd. En wat bedoel ik daarmee? Dat we eigenlijk de durf aan de dag moeten leggen om de noden van vandaag en de verwachte noden van morgen, want daar zijn ook een aantal ontwikkelingen op vlak van verkeer in die omgeving aan de gang, dat we de noden van vandaag in rekening nemen en niet de noden van 10 en meer jaar geleden. Want uiteindelijk stellen we inderdaad vandaag al vast dat de noden met betrekking tot die doorstroming op de N8 vandaag al heel wat anders zijn dan ze 10 jaar geleden waren bij het begin van dit dossier. Wie wenst tussen te komen? West-Vlaanderen wonen. Ja. Ja, u ook, hij woont in West-Vlaanderen. Meneer Krombe. Ja, dank u, voorzitter. Het gaat hier om een belangrijk dossier. Het is niet omdat het een regionaal dossier is dat we gaan zeggen dat dat niet op de plenaire moet komen. Maar ik denk dat het niet onbelangrijk is te weten dat die discussie ook in de commissie gaat komen. Er zijn vragen om uitleg ingediend en er zitten een aantal mensen hier in het parlement die deze discussie al jaren voeren. Dus in die zin heb ik meneer Anceu gelijk moeten die voorbije 10 jaar niet alleen oogmerk pakken. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om die te kunnen voeren in discussie met de commissieleden die er al lang over discussiëren. Zoals meneer Dournay van Ieper, mevrouw Godiris-Tjonk, die er zelfs langs woont en de situatie zeer goed kent. Dit gezegd zijnde, het is een goed antwoord van de minister-president, maar het verlengde van wat hij al had gezegd. Ik denk, meneer de minister-president, dat u al duidelijk had gemaakt dat u voor het eerder minimale scenario was om al zo snel mogelijk te doen wat we kunnen. En dan, als we het dan daar allemaal over eens zijn, en ik hoop dat, gaat dat snel en kunnen we snel de rest van de discussie best echt in de commissie brengen. Hè? Want dat hebben we één stuk opgelost, de aanpassingswerken en de omleiding rond Hoogstade hopelijk. Maar dan is er nog het andere stuk, maar ik denk dat dat de echte vraag is, meneer Anceu. En laat ons die voeren in de commissie. Dank u wel, voorzitter. Meneer minister-president, het is ook voor mij een al vele jaren durende discussie die ons doet een evenwicht zoeken tussen de leefbaarheid van de dorpen, waar die weg passeert, en tussen grondinname bij landbouwbedrijven of in de open ruimte en natuur enzovoort. Ik denk dat het scenario van een snelweg nu toch weg is, hoewel ik vrees dat er nog straks een dromende collega in de zaal zal zitten. Maar ik meen te begrijpen, en dat ik zou graag van u duidelijk willen weten, dat u dus kiest niet voor een groot ambitieus project, wel voor een verbeterde weg die op een redelijke manier, een vlotte manier, Ieper met Veurne verbindt, waarbij de dorpen zo goed mogelijk worden gespaard, want ook de leefbaarheid van de dorpskern is zeer belangrijk. En waarbij we zo duurzaam mogelijk aanpakken, maar duurzaam bedoel ik zo weinig mogelijk grondinname. Is het dat? En ik
Zo ja, graag een antwoord. Ik wil nog één kleine opmerking. Een van de grote problemen die Randzee heeft, is het probleem van de vrachtwagens. Die komen van, die naar Calais rijden en op, eigenlijk fout op die weg zetten. En daar zou een oplossing met de GPS-leveranciers moeten gevonden worden. Meneer Sinterbeen, alsjeblieft. Dank u, voorzitter. Voorzitter, in de Westhoek hebben wij twee slagvelden. Eén slagveld gaat over 100 jaar grote oorlog. Een tweede is het politieke slagveld rond de N8. Dat is niet een dossier die N8 een paar jaar aansleept. Meneer Ranceeuw, dat is een dossier die decennia aansleept en die eigenlijk door opeenvolgende regeringen politiek verknoeid werd. En nu zitten we natuurlijk met de gebakken peer. En meneer Caron, ik kan natuurlijk zeggen, de piste van de autostrade is van de baan om dat te gebruiken. Maar had men in der tijd beslist om de A19 door te trekken, dan zaten we nu niet met alle problemen van dien. En meneer de minister-president, u kunt wel zeggen, ik kan voor een aantal zaken geen timing geven, omdat er nog grondverwerving en dergelijke moet gedaan worden, zowel bij bewoners als landbouwers. Maar er is natuurlijk ook nog zoiets als rechtszekerheid voor die mensen. Dat is nu al jaren dat landbouwers, dat bewoners langs de N8 in rechtsonzekerheid leven. En daarvoor moet dringend een oplossing gevonden worden. Mevrouw Fournier. Dank u, voorzitter. Ja, meneer de minister, ik denk dat iedereen hier aanwezig overtuigd is van het belang van die missing link tussen Ieper en Veurne. Toch op zijn minst ieder West-Vlaming hier aanwezig. Het is een heel belangrijk traject die moet aangepast worden. Er zijn heel veel gevaarlijke kruispunten, ook heel veel gevaarlijke fietspaden. De leefbaarheid van de dorpskernen moet aangepakt worden. En het is vooral zeker ook een noodzaak om het traject aan te passen voor de economische ontwikkeling van de Westkust, van de Westhoek en bij uitbreiding van Hans West-Vlaanderen. Nu, wij zijn vragende partij. We vinden het natuurlijk jammer dat er een deel van het traject vernietigd werd door de Raad van State. Wij zijn dan ook wel vragende partij om het noordelijk deel aan te pakken, maar ik heb begrepen dat u dat zeker ook zal doen. Ik wil ook nog even verwijzen naar het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, waar er toch staat dat er een rechtstreekse verbinding moet zijn tussen de N32 en de N8. En ik had toch graag nog één vraag gesteld aan de voorzitter van de commissie om toch dit dossier in de commissie zelf te behartigen en niet alleen hier in één minuutje tijd dat we hebben om het dossier naar voren te brengen. Maar mijn vraag is aan de commissievoorzitter om het dossier toch ook nog in de commissie uitgebreid te bespreken in januari. Maar ze heeft het waarschijnlijk niet gehoord. Ik zal straks de boodschap nog eens overbrengen. Mevrouw Talpen, alstublieft. Dank u, voorzitter, minister-president. Dat de Raad van State de beslissing van de Vlaamse regering na de eerdere schorsing heeft vernietigd, is terecht. Want model 5 was een politiek doorgedrukt akkoord met een zwaar kostenplaatje. En we vragen de minister inderdaad om nu op korte termijn de broodnodige aanpassingswerken uit te voeren aan de bestaande N8. Maar meneer de minister-president, hiermee is de missing link in de Westhoek niet aangepakt. Wat ons betreft moeten alle opties terug herbekeken worden en ook de doortrekking van de A19. Dat is volgens ons nog altijd de ene degelijke aanpak van die missing link. En we vragen minister Weitz dan ook om op korte termijn een studie te gelasten die terug alle pistes onder de loep neemt, ook die doortrekking van de A19, waarbij rekening wordt gehouden met verkeersveiligheid, tijdswinst, leefbaarheid van de dorpen, de economische ontwikkeling van de regio en een degelijke ontsluiting tussen Noord en Zuid en in het bijzonder ook voor het zwaar vrachtverkeer. Dit dossier sleept al meer dan 50 jaar aan. Het is hoog tijd voor actie. Minister-president. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nog heel wat punten waaruit ik afleid dat er inderdaad nog stof zal zijn voor verdere discussie in de commissie. Het gaat over een heel belangrijk dossier. Collega's, ik denk dat er na het arrest van de Raad van State een pak duidelijkheid bijgekomen is. En ik weet dat mensen duidelijkheid vragen, dat ze eindelijk ook wat zekerheid vragen over een dossier dat inderdaad al heel lang aansleept. Zoals ik zei, geen probleem om te werken op het bestaande gedeelte, het noordelijke gedeelte, uit te voeren. Uiteraard met aandacht voor de leefbaarheid, voor de veiligheid, voor de duurzaamheid. En ik heb de timing gezegd, normaal kunnen die werken gebeuren, uitgevoerd worden in 2016. Hoogstraden is niet vernietigd, maar daar loopt nog een procedure bij de Raad van State. Dus dat kun je niet zonder meer zeggen. Die werken gaan een aanvang nemen op dat moment. Er moeten daar ook onttijgingen gebeuren. Dat is een omleiding. Men werkt daaraan op een heel diligente manier. Maar je moet natuurlijk de rechtsstatelijke regels respecteren. En dit wordt uiteraard op het kabinet van collega Weitz goed opgevolgd. Drie, tegelijk wil ik erop wijzen, collega's, worden er ook werken uitgevoerd aan de ring rond Xmuiden en de ring rond Poperingen, ook een belangrijk onderdeel van het geheel van de werken van de doorstroomproblemen.
4, de A19, collega's, die was geschrapt, die was niet aangehouden in de plannen. Dit is ook overeind gebleven, dus het traject van de A19 is er niet meer, is niet aan de orde. We spreken over alternatieven hier. Heel concreet Woestenbrielen. Daar is een vernietiging gekomen van de omleidingsweg. Er is op gewezen dat inderdaad de verkeerssituatie anders is dan 10 jaar geleden. Ik ken die weg ook vrij goed, omdat ik er zowel met de weg als met de fiets geregeld op rij. Is zeer gevaarlijk voor fietsers, bijzonder gevaarlijk, inderdaad. Maar die situatie is wel veranderd, onder andere bijvoorbeeld door middel van het feit dat het bietenvervoer daar, dat er massaal vervoer was, dat dit verdwenen is. Jammer genoeg omdat de fabriek, de suikerfabriek, ook verdwenen is. Er is veel minder verkeer dan vroeger. Dus ik ga ervan uit dat daar collega Weitz en het agentschap werk zal maken van een traject dat rekening houdt met de leefbaarheid, met de verkeersveiligheid, met de fietsveiligheid, ook met de duurzaamheid, leefbaarheid van de dorpen ook. Tot slot, het heel veel verkeer, het grote verkeer dat naar Calais moet, naar Calais moet. Je hebt daar een punt. Ik denk ook dat daar, er zijn plannen, ik ga er niet in detail op ingaan, ik denk dat die ernstig moeten bestudeerd worden, om daar met wat men noemt een drietand te werken, om ervoor te zorgen dat dat zware verkeer, weliswaar met een iets langer traject, maar op een goede manier op de bestaande hoofdwegen kan gaan naar de haven daar, naar de verbinding daar met het zuiden van Engeland. Dat is perfect doenbaar. Je kunt er inderdaad met GPS op inspelen. Je kunt dat ook doen met allerlei verkeersreglementering. Dus ik denk, collega's, dat nu de weg open ligt, als ik die term of die termen mag gebruiken, om te komen tot definitieve duurzame oplossingen voor dit belangrijke probleem. Slotopmerking, meneer Antzeeuw. Wel, ik ben eigenlijk wel tevreden met uw antwoord, meneer de minister-president. En ik ben ook bijzonder tevreden om vast te stellen dat Kamerbreed eigenlijk bijna men het belang onderstreept van een duurzame goede oplossing voor die in acht. Dat men ook weet dat men moet zoeken naar leefbaarheid en tegelijk een evenwicht zoeken tussen natuurbelang, erfgoed, landbouw en dat soort dingen meer. Maar ik heb met deze vraag helemaal niet de indruk willen wekken dat met deze aanpassingswerken op het bestaande traject van de N8 dat de problemen daarmee opgelost zijn, verre van. Ik heb wel het debat willen openen. Ik denk dat we dit debat inderdaad kunnen verder zetten in de commissie, zodanig dat we inderdaad kunnen komen tot een breed gedragen duurzame oplossing. Ik denk dat we elkaar daar niet moeten van overtuigen dat dat bijzonder belangrijk, nodig en eigenlijk ook wel dringend is. Dank u. Dank u wel. Volgende actuele vraag is van de heer Joost van den Broeke tot de heer Weitz. Maar de minister-president zal ook hier antwoorden. En die gaat over het besparingsplan van de lijn en de impact op de gebruikers van het openbaar vervoer. Meneer van den Broeke. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister-president, beste collega's. We hebben hier enkele weken geleden een stevig debat gehad over de forse tariefverhogingen bij de lijn. Tariefverhogingen die sociaal en rechtvaardig heten te zijn. En vandaag hebben we vernomen wat de mensen in de plaats krijgen voor hun duurdere busabonnementen. En dat zijn minder bussen. Dat is het plan dat is voorgelegd aan de Raad van het Bestuur vanochtend. Nu, dit vloekt toch een beetje met mijn rechtvaardigheidsgevoel, meneer de minister-president. En ik denk in alle eerlijkheid dat het ook niet zo verstandig is om de mensen meer te laten betalen voor minder. Ik zie namelijk niet in hoe zij op die manier verleid kunnen worden, zoals de regering dat heet, om een auto te laten staan en het openbaar vervoer te gebruiken in de plaats. En dan hebben we het natuurlijk nog niet gehad over de mensen die geen wagen hebben. 1 op 6 Vlaamse gezinnen in Vlaanderen heeft geen wagen en is aangewezen op de bus en de tram. Voor hen is het natuurlijk een regelrecht drama wanneer wij dus het aanbod van de lijn verder afbouwen. En u zal mij zo dadelijk proberen gerust te stellen door te zeggen van ja, meneer Van den Broeke, we gaan een beetje beknibbelen op de zondagsdienst in de vroege uurtjes en in de late uurtjes. Maar u weet ook, meneer de minister-president, dat dit nog maar het begin is. De regering heeft namelijk ook al beslist, staat in het regeerakkoord, dat de basismobiliteit, de garantie dat je een bus in je buurt hebt, dat die zal worden afgeschaft zonder dat vandaag duidelijk is wat het alternatief is. Wat wel vaststaat, collega's, is dat we met z'n allen meer zullen moeten betalen voor minder openbaar vervoer. Mijn vraag is dan ook, hoeveel minder openbaar vervoer, meneer de minister-president? Ik had graag wat meer toelichting gehad bij het plan dat is voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Minister-president.
Dank u wel, voorzitter. Er is ook een beslissing, collega's, van de Raad van Bestuur vandaag. En het debat dat u nu voert over de inkomstenzijde, collega Van den Broek, is natuurlijk al gevoerd een tijdje geleden. U weet dat het traject neerkomt op een besparing van 34,8 miljoen euro. De helft inkomstenzijde, niet alleen tarieven, de helft inkomstenzijde, de helft aan de uitgavenzijde. Ik kan u zeggen dat de beslissing van vandaag erop neerkomt dat dit voor 2/3 gebeurt met efficiëntieoefeningen. Betere planning, minder verbruik, minder consultancy, besparing op goederen en diensten. En voor 1/3 inderdaad op het aanbod. 1/3 op het aanbod, waarbij in het licht van wat deze regering wil, namelijk een vraaggestuurd openbaar vervoer, waarbij gezegd wordt, we gaan die bussen met de allerlaagste bezettingsgraad gaan we niet meer aanbieden, behalve in de centrumsteden, in de 13 centrumsteden, en behalve waar inderdaad effectief een vraag is. Ik denk dat dit een heel terechte, heel goede beslissing is ook. U refereert aan het decreet basismobiliteit dat we inderdaad willen vervangen. Ik wil erop wijzen dat nu ook slechts 90% daarvan bereikt wordt, dat het Rekenhof dat opmerkt, dat die laatste 10% niet dichtgereden wordt. Wij gaan voor een verstandiger keuze. Wij gaan voor een keuze waarbij we uitgaan van de vraag en het aanbod daarop afstemmen. Dat is een heel slimme beslissing die genomen is. U weet dat in de vorige periode, dat u, waar u aan meegewerkt hebt, dat toen besparingen doorgevoerd zijn voor 65 miljoen euro en dat die voor 2/3 op het aanbod gekomen zijn. Nu gaat het maar om 34,8, 50-50, inkomstenzijde en aanbodzijde. Meneer Van den Broeke. Ja, meneer de minister-president, het gaat inderdaad over een besparing van 34,8 miljoen. Maar u weet ook dat tegen het einde van de legislatuur er 61 miljoen moet bespaard worden bij de lijn. U kan natuurlijk blijven zoeken naar efficiëntiewinsten. U bent nu al begonnen met de knippen in het aanbod. Er zal natuurlijk nog verder moeten geknipt worden in het aanbod. 2. Het vraaggestuurd openbaar vervoer. Ja, als inwoner van Gent heb ik er natuurlijk geen enkel probleem mee dat wij meer trams en bussen krijgen. Maar ik wijs er toch op dat er meer dan 4 miljoen Vlamingen zijn die niet in de centrumsteden wonen en dat 1 op 6 onder hen geen wagen heeft. Wat is uw antwoord op hen? Wie wens aan te sluiten? Meneer Zoska. Ja, voorzitter, collega's, meneer de minister-president. We hebben de vorige keer inderdaad een actualiteitsdebat gevoerd op basis van een beslissing die gevallen was op de Raad van Bestuur van de lijn over de tarievennota. Ik heb nu begrepen, ook uit de communicatie, dat er opnieuw een beslissing is genomen in verband met een besparingsnota. En ik hoop dat we opnieuw de transparantie hebben dat die nota ook naar het parlement kan komen, dat we die ook deftig kunnen bekijken en bediscuteren in de commissie. Dat is punt 1. Punt 2. En nu citeer ik eigenlijk rechtstreeks van op de website van de redactie.be, waar die communicatie ook gevoerd is. Daar is eigenlijk sprake van een jaarlijks besparingsplan of een jaarlijks oplopend besparingsplan tot 65 miljoen euro in 2019. Dus ik ga de vraag eigenlijk aan u stellen. Klopt het? Klopt dat bedrag? Klopt het dat er een besparingspad is? En als er een besparingspad is, dan zou ik ook daar graag toelichting bij krijgen. En zou ik ook graag hebben dat dat besparingspad in het parlement wordt besproken. Want dat is ook meermaals gevraagd in de commissie. En we hebben daar tot op de dag van vandaag geen antwoord op. En u weet, net als ik, dat openbaar vervoer in Vlaanderen zeer cruciaal is. Mevrouw Van der Meers. Dank u, voorzitter, minister-president. Ik heb ook zo'n beetje een verontrust gevoel als ik hoor wat de beslissingen van de Raad van Bestuur zijn van de lijn. De berichtgeving daaromtrent is ook diffuus. Ik heb onder andere ook al gehoord, niet alleen over de besparingen, maar ook dat er wifi op bussen komt, lederen zetels enzovoort, maar dat er wel geen bussen meer zullen rijden. Allee, toch niet op zondagmorgen en zondagavond. Dan vraag ik me af, waar moeten die mensen dan naartoe? Die moeten gaan werken met de bus. Studenten die vooral zondagsavonds naar hun kot moeten. Dat is het soort studenten die niet in centrumsteden woont, die geen vervoer hebben, die dus openbaar vervoer nodig hebben. En dus is mijn bijkomende vraag, aansluitend op meneer Van den Broeke zijn vraag, welke criteria zullen er gehandhaafd worden om die, de lijn, het aanbod, te beknibbelen? Zijn er vooral buiten die 13 centrumsteden? En er zal vraag zijn sowieso, hoe gaat u daar dan op inspelen? Welke alternatieven worden er geboden? Trein, tram en bus spreekt van collectieve taxis. Hoe ziet u dat? Eén vraag, mevrouw Van den Meers. Ja, ik spreek commas. Ja.
Ja, aan collega Joska Eersen vooral. Totaal geen probleem om die besparingsplannen ook te bespreken in de commissie, maar het is vanochtend op de Raad van Bestuur van de Lijn geweest. U zal ook begrijpen dat de minister hier niet in extenso kan antwoorden. Het is vanochtend op de Raad van Bestuur van de Lijn geweest. De regeringscommissaris was toch daar? Ik neem aan dat we uitgebreid, collega's, de voorzitter bevestigt dat ook, in de commissie waar het thuis hoort, gedetailleerd de plannen kunnen bekijken. Maar bon, we zitten hier nu, actuele vraag met 2 minuten. Dan de grond van de zaak. Meer betalen voor minder? Nee, collega Van den Broeke. U weet dat heel goed. Meer betalen voor minder? Nee. Wat we wel doen, is realistisch betalen voor ander en beter. En wat we nu doen... Allee, applaus. Ik heb maar één zin gezegd. Tijd is om. En... Ja, excuseer, voorzitter. En wat we doen, wat de Raad van Bestuur doet, is een dappere beslissing nemen... Maar als ik even mag mijn punt maken, voorzitter. De Raad van Bestuur... Maar je moet ook zien wat u zegt hier, hè? Dat is heel simpel. De Raad van Bestuur, trouwens unaniem goedgekeurd, behalve de ACOD-vertegenwoordiger, maar wel door de oud-kabinetchef van mevrouw Van Brent. Hè? Ja? Dus unaniem goedgekeurd. Unaniem goedgekeurd. Openbaarheid van Bestuur. Heeft beslissing genomen om meer vraaggericht... Mag ik alsjeblieft... om meer vraaggericht dat openbaar vervoer te gaan uitrollen. Dat wil zeggen, lege bussen op een zondag voor 10 uur en op een zondag na 7 uur, die zullen niet blijven rondrijden om meer in te kunnen zetten op plaats waar het wel nodig is. Mijn vraag aan de minister-president bijkomend is, ik lees dat er volop, dat is ook de vraag van de liberale en de christelijke vakbond, in te zetten op sociaal overleg. Kan u bevestigen dat dat gebeurt binnen de schoot van de lijn? En hoe worden daar de stappen verder uitgerold? Ja, meneer de minister, CD&V is tevreden dat een zeer groot deel van de besparingen zal gebeuren in de interne organisatie van de lijn, terwijl er toch geen naakte ontslagen moeten vallen. Dat is toch ook een bekommernis die wij hadden. De ingreep in het zondagsaanbod kan redelijk lijken, maar wij willen toch vragen de bereikbaarheid en de ontsluiting van het platteland te blijven garanderen. En in het regeerakkoord... In het regeerakkoord staat een passage over het vermijden van vervoersarmoede. En de vraag is toch wel, en ik besef dat u niet in extenso zal kunnen antwoorden. Dat is toch mooi, besef dat, ik heb er al begrip voor. Maar hoe ver staat het met de uitwerking van de alternatieven, de innovatieve vervoersconcepten? Er zijn naar verluid een aantal experimenten met buurttaxis, buurtbussen enzovoort gaande. Maar wanneer wordt dit gecoördineerd, gebiedsgericht over gans Vlaanderen aangepakt? Meneer Keulen. Ik denk, collega's, in de verdere inspanningen die de lijn nog verder gaat moeten leveren, dat het vooral belangrijk is dat de organisatie vooral leert zuinig te zijn op zichzelf. We hebben nog altijd sterk uitgebouwde provinciale directies. Je moet oppassen met de term baronieën. Dat klinkt clichématig, maar is misschien wel van toepassing. Dat is 1, zuinig zijn op zichzelf. 2, meer werken met pachters, want die zijn een stuk goedkoper dan eigenlijk het werken in eigen dienst, dan het eigen personeel wat rijdt met bussen van de lijn. En tenslotte het overleg met de steden en de gemeenten om te komen tot een echt vraaggestuurd openbaar vervoer aanbod. En tenslotte, collega's van de SPA, uw vertegenwoordigers hebben mede besparingen goedgekeurd, behalve de vertegenwoordiger van het ABVV, maar de rest was iedereen akkoord. Ook dat is een waarheid die haar recht in heeft. Meneer president. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik wil beginnen waar collega Keulen geëindigd is. Inderdaad, het is belangrijk dat de Raad van Bestuur van de Lijn haar verantwoordelijkheid genomen heeft in deze. En dat je ziet dat die bijkomende besparing, bovenop de besparing in de vorige regering gevraagd aan de lijn, dat die kan gebeuren voor 50% met efficiëntieoefeningen. Dat is heel belangrijk. Ik wil ze nogmaals op, collega Van den Broeke,
dat in de vorige periode, toen u meebestuurde, dat er een besparingstraject opgelegd is van 65 miljoen euro, dat voor 2/3 betrekking had op het aanbod. Nu gaat het om de helft efficiëntie, de helft aanbod. En inderdaad, dat aanbod gaat uit van de visie in het regeerakkoord dat wij vraaggestuurd gaan werken. Trouwens, de 100% was er niet. Kijk naar de rapporten van het Rekenhof. Is ook niet realiseerbaar. En dus kiezen wij voor de beste oplossing in functie van mobiliteit van de mensen. U vraagt welke criteria daarbij zullen gehanteerd worden. Ja, het is aan de lijn om dat te doen. De lijn heeft daar zicht op. En de lijn weet perfect op welke lijnen er een lage bezettingsgraad is en waar dus inderdaad kan in het aanbod ingegrepen worden. Dat is een oefening die de lijn moet doen, net zoals het sociaal overleg inderdaad een oefening is voor de lijn. Ik heb de gedelegeerde bestuurder van de lijn op het radionieuws gehoord vandaag. Die heeft gezegd, wij gaan inderdaad geen mensen ontslaan. Wij gaan voor een inspanningsverbindenis waarbij we mensen die nu premies hebben op zondag en dergelijke meer, om daar individueel mee in overleg te gaan, heeft dat benadrukt vanmiddag op het nieuws. Dus dat zijn zaken die afgesproken zijn. Wilt u daar meer tekst en uitleg bij? Ik neem aan dat dit nu in het bestek van het antwoord op een actuele vraag niet kan. En ik hoor van diverse collega's dat ze de vraag hebben om daar uitgebreider op in te gaan in de commissie. Ik neem aan, mevrouw de voorzitter, dat dat ook zal gebeuren. En dat collega Weitz dat ook zal doen op het moment dat daarvoor geschikt is. Collega Van den Broek, inderdaad, dit is een visie. Wij moeten efficiënt omgaan met de middelen. Dat is eigenlijk het hele debat dat we hier al 2 dagen aan het voeren zijn. Wij moeten zorgen dat wij met de overheid de middelen die we hebben zo efficiënt mogelijk gebruiken, met een zo groot mogelijke output. Een van de elementen daarvan is hier in de lijn zorgen dat er meer efficiëntie is ook. En wij opteren er dus voor om zo vol mogelijke bussen te hebben. Lege bussen, daar hebben we niks aan. Dat moet je niet subsidiëren. Je moet zorgen dat je effectief inzet daar waar de noden het hoogst zijn, waar de vraag het hoogst is. Dat is de idee die erachter steekt. Dat is de idee die nu uitgewerkt wordt. En ik ben blij dat de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijkheid genomen heeft daarin. En nog eens, ik herhaal het, dat zal doen voor de helft met efficiëntieoefeningen. Meneer Van den Broek, Slobbenbijking. Meneer de minister-president, meer tekst en uitleg is wat wij gevraagd hebben in de commissie bij de bespreking van de begroting en de beleidsnota. En samen met mevrouw Brouwers van de CD&V vraag ik mij af, wat is het alternatief van deze regering voor de afschaffing van de basismobiliteit en voor de plaatsen waar u knipt in het aanbod? De gezinsbond heeft het berekend. 19 tot 250% meer vraagt u aan de Vlaamse gezinnen om de bus en de tram te nemen, maar er is geen enkel antwoord over wat zij daarvoor in de plaats krijgen. Maar de enige antwoord dat we tot op heden hebben gekregen is minder bussen voor duurdere busabonnementen. Dank u. Laatste actuele vraag is van de zaak voor bij ordemotie. Ja, voorzitter, ik vraag gewoon het woord bij ordemotie. Ik wil het niet langer trekken, maar de minister-president heeft niet echt geantwoord op mijn vraag. Maar ik ga ervan uit, collega's, net zoals de vorige keer bij het actualiteitsdebat dat toen door de N-VA-fractie was gevraagd op basis van een goedgekeurde nota op de Raad van Bestuur. In de ochtend hebben wij allemaal in de namiddag actualiteitsdebat gehouden. Ik ga er toch vanuit, meneer de voorzitter, dat ook deze beslissing die van de morgen gevallen is op de Raad van Bestuur, dat we die nota ter beschikking kunnen krijgen in het parlement en daar dieper op kunnen ingaan. Goed, ik neem akte van uw tussenkomst. Ik zal het nodige doen. De actuele vraag van de heer Wouter van Bezien tot de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, gaat over de promotie van de Excess Profit Ruling, fiscale constructie door Flanders Investment and Trade. Alsjeblieft, meneer van Bezien. Dank u wel. Ik heb inderdaad een vraag over de promotie die onze Vlaamse dienst FIT in het buitenland doet van de regeling van de Excess Profit Ruling. Ik zal heel kort uitleggen wat dat is. Dat zijn eigenlijk op Belgisch niveau deals die gemaakt worden met multinationals eigenlijk om minder belastingen te betalen hier. Ik heb daar verschillende problemen mee met dat systeem. Ten eerste dat het niet transparant is. Dat zijn geheime deals. We weten niet met wie dat die gesloten zijn, wat dat daarin staat. Twee, dat is fiscaal onrechtvaardig. Ja, niet alle bedrijven komen daarvoor in aanmerking. Het zijn specifieke bedrijven die daar minder belastingen moeten betalen op hun winsten. En drie, daardoor lopen we wel wat belastingsgeld mis. En dus dat is belangrijk ook voor Vlaanderen, want natuurlijk, we moeten met z'n allen uit de schuld geraken en België wordt als één geheel voorzien. Dus dat is wat die
excess profit ruling betreft, nu wat Vlaanderen betreft en het FIT, ja, die gaan natuurlijk naar buitenlandse bedrijven, dat is heel goed, dat is belangrijk, dat is hun opdracht, om die te overtuigen om investeringen te doen in Vlaanderen. En die hebben daar een scala van argumenten dat die meebrengen. Dat gaat over, wij hebben goede werkkrachten, dat gaat erover ook dat de kwaliteit van het leven hier goed is, cultureel aanbod, het onderwijs. Het gaat erover dat er een ondernemingsvriendelijk klimaat is. En natuurlijk ook over ja, het fiscaal klimaat en hoeveel belastingen ze hier moeten betalen. En daar worden alle mogelijke uitzonderingen en regelingen die er zijn, worden daar aangeprezen aan die bedrijven. Nu, omwille van het feit dat die excess profit ruling eigenlijk een fiscaal onrechtvaardig systeem is, denk ik dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen als Vlaanderen en dat element in de promotie van Vlaanderen naar internationale bedrijven niet meer mee te nemen en dat uit die presentaties te halen. Minister-president. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Collega Van Bezien, u zegt het zelf. Vlaanders Investment and Trade heeft een dubbele taak. Heeft een taak om export te promoten, doet dat zeer goed. Iedereen is daar heel tevreden over. Heeft ook een taak om investeringen aan te trekken. Investeringen die staan voor een bijzonder groot deel van onze tewerkstelling. Ik denk ongeveer de helft van de tewerkstelling is hier te danken aan buitenlandse investeringen. En daarbij doet inderdaad FIT promotie voor wat hier te bieden is. U hebt er zelf een aantal elementen van opgesomd. Vergeet niet dat er ook wat handicaps zijn die altijd moeten overwonnen worden. Want we zijn ondernemingsvriendelijk enzovoort, maar we hebben een aantal handicaps die u kent, die onze competitiviteit hinderen, dwarsbomen. En daar wordt gewezen inderdaad op de werkzaamheidsgraad, op de arbeidsethiek, op onze logistieke troeven. En daar wordt ook informatie gegeven, inderdaad. En u hebt het al meer dan 8 dagen, u bent een beetje laat met uw actuele vraag, informatie gegeven over de fiscale regels, net zoals dat gebeurt, over de sociaal-rechtelijke regels. Dat gaat over holdingstructuren. Dat gaat over de nostrale interestaftrek, dat gaat over de kortingen voor onderzoekers en ontwikkelingen en dat gaat inderdaad ook over de excess profit ruling die bestaat in België, die een systeem is die al een hele tijd bestaat, waarbij, als ik het goed heb, op een 600-tal rulings die gesloten worden, er een 60-tal zijn die hier onder vallen. FIT doet daar wat het moet doen, met name zeggen wat de situatie is, wat de fiscale maatregelen zijn in dit land. En dus FIT op zich moet daarmee ophouden. FIT kan daar zelfs niet mee ophouden, zelfs als we dat zouden willen. Want FIT moet aan potentiële investeerders zeggen welke de toepasselijke regels zijn in dit land. Meneer Van Bezien. Ja, ik vind dat u hier wel een zeer grote paraplu opentrekt voor nogthans een zelfbewuste minister-president, politiek zelfbewuste minister-president dat u bent. Als Europa zegt, ja, maar die PPS'en, u moet die in de begroting schrijven, dan zegt u, ik zal met Europa gaan onderhandelen of dat wel moet. In uw eigen regeerakkoord schrijft u ook, ja, die loonlasten zijn te hoog in België. Ik ga met België onderhandelen over het feit en ik ga erop aandringen dat dat anders moet. En nu plots, als het gaat over fiscale onrechtvaardigheid, zegt u, ja, maar dat is een Belgische beslissing, daar heb ik niks mee te maken en daar wil ik niks mee te maken hebben. Nu er eigenlijk een verantwoordelijkheid bij Vlaanderen ligt, met name die FIT, dat is een Vlaamse dienst, die wordt Vlaams aangestuurd. Wij kunnen die opdrachten geven. U kan perfect de opdracht geven van dat element van fiscale rulings er niet in te steken omwille van onrechtvaardig. U zegt hier van, ik doe dat niet, ik wil me daar niet mee bezighouden. Ik vraag me af wat hier het verschil is ten opzichte van de andere dossiers die ik genoemd heb. Wie wens aan te sluiten? Ik heb het niet begrepen. Wie wens aan te sluiten? Meneer Van Diependalen. Dank u wel, meneer De Peumans. Eerst en vooral, het gaat hier om een federale wet uit 2004 en meneer Van Bezien, u ontkent niet dat die bestaat. Punt, dat is een wet die bestaat. En u wil daar wat verdachtopmakingen rond doen en zo, maar wat, dat is een federaal debat, laat het ons daar houden. Maar wat u nu komt zeggen, want u verwijt de minister-president om een paraplu open te trekken, maar dat is een federale wet die bestaat. En wat u nu komt zeggen, is dat een administratie, hè, FIT valt onder de administratie, dat ambtenaren eigenlijk zelf een inschatting moeten gaan maken van welke regels, welke wetgeving zij rechtvaardig vinden en welke niet. En dat zij op basis van die afweging kunnen gaan zeggen met welke argumentatie, met welke criteria, dat zij naar het buitenland kunnen gaan om bedrijven te overtuigen naar Vlaanderen te komen. Dus u zegt eigenlijk van wij als wetgever, wij hebben hier niks te doen. Want die, of de federale wetgever in dit geval, wij hebben niks te doen. Want of dat die wet nu bestaat of niet, het is de ambtenaar die zal bepalen of dat die al dan niet wordt gebruikt om promotie te maken.
FIT doet hier 100% zijn werk. Die regeling bestaat en zij moeten die regeling meenemen in hun promotie die zij maken om bedrijven naar Vlaanderen te trekken. En ik hoop dat ze daar zoveel mogelijk succes mee hebben, want die bedrijven hebben wij hier brood nodig. Ik vind het jammer dat u daar tegen zou zijn. Meneer Van Malderen. Ja, misschien voorzitter, meneer de minister, een kleine suggestie. Als FIT objectief, als Vlaamse overheidsinstelling, blijkbaar dan objectief een overzicht geeft van wat er aan regelgeving en wetgevende initiatieven bestaat in België, is het misschien ook nuttig om investeerders er een beetje als evenwicht op te wijzen dat er ook een wet bestaat die onaanvaardbare ontwijking verbiedt. En ik denk dat daarmee al een heel groot deel van de bekommernissen kunnen worden weggenomen. Dan hoeven we hier het debat niet te voeren over de opportuniteit van een federale wet, maar nemen we wel heel evenwichtig onze verantwoordelijkheid, zoals we dat trouwens in het verleden ook al gedaan hebben. Ik verwijs naar de discussie over de diamanten laarsjes, dat FIT ten allen tijde een vorm van sociaal verantwoord ondernemen promoot, zowel in het buitenland als in Vlaanderen. Minister-president. Wel, voorzitter, collega's, laat het duidelijk zijn. FIT trekt geen fiscale brievenbussen aan. FIT trekt geen fiscale constructies aan. FIT trekt investeerders aan die investeren in tewerkstelling of die investeren in onderzoek en ontwikkeling. Meer niet. Ik wil dat heel duidelijk beklemtonen. Dit is geen propagandamachine om brievenbussen hier te komen installeren. Twee, ik trek geen paraplu op, collega Van Bezien. Ik trek geen paraplu op. Dit is bestaande federale wetgeving. En u bent de voorstander van prinselijke missies. Daar gaat de FOD-financiën mee, die daar speeches afsteekt om al die voordelen op te sommen, waaronder deze. Dan wilt u dat in de volgende individuele contacten, ja, dat dan FIT op zijn eentje, want Wallonië en Brussel doen dat wel, zeggen, ja, maar voor Vlaanderen, hey, dat telt niet hoor, dat is wel federale wet, maar dat telt niet, kom. Je moet ernstig blijven, dit is federale wetgeving. En los van mijn persoonlijke bedenkingen, want u alludeert er al op, je moet de Europese Commissie gaan adhieren, wel. Ik heb toevallig een press release van de European Commission van vandaag hierover. Onder de titel State Aid Commission Extends Information Inquiry on Tax Rulings Practice to All Member States. En ik bespaar u de hele lectuur. Ik zeg u toch dit. The Commission is looking at the compliance with EU State Aid Rules of certain tax practices in member states in the context of aggressive tax planning by certain multinationals with a view to ensure a level playing field. Dus de Europese Commissie is daarmee bezig, wil niet alleen komen tot transparantie, zegt ook, we moeten eigenlijk kunnen komen tot een level playing field. Ik denk dat dit iedereen duidelijk wezen, dat dit op de enige manier kan oplossen, dat het de enige manier is om dat te gaan oplossen. Dus ik moet de Europese Commissie daar niet op attenderen. Ik denk dat ze dit genoeg weet. Er zijn interpellaties over geweest aan de hand van LuxLeaks en dergelijke meer. Maar twee, ik blijf erbij en ontlok mij geen waardeoordeel daaromtrent. Ik blijf erbij dat FIT moet, als het contacten heeft met bedrijven, objectieve informatie geven over alle regels die gelden in dit land. En uiteraard eraan toevoegen dat onregelmatige ontwijking, dat fraude uiteraard God beter het, dat dit niet kan. Dit is evident. Maar nog eens, FIT levert geen enkele medewerking aan het aantrekken van brievenbusbedrijven. Ja, ik wil eerst even iets tegen meneer Diependalen zeggen. Ik heb op geen enkele manier gevraagd dat het de ambtenaar van de FIT zou zijn die de afweging maakt van wat er gepromoot wordt. Mijn vraag is een politieke vraag aan de verantwoordelijke om FIT een opdracht te geven om die excess profit ruling niet meer te promoten. Ik ben het, meneer de minister-president, helemaal met u eens dat Europa veel actiever moet zijn om die fiscale concurrentie tussen lidstaten te bestrijden, want dat is nefast. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar zolang dat niet gebeurd is, u hebt een beleidsnota geschreven, meneer de minister-president, u hebt een beleidsnota geschreven waar waardegedreven buitenlands beleid een kerntaak is. Wel, een van die waarden in mijn ogen is fiscale rechtvaardigheid. U hebt een verantwoordelijkheid, u hebt een kans om iets te doen, u doet het niet en ik vind dat spijtig. En daarmee zijn alle actuele vragen afgehandeld. En gaan we verder met de algemene bespreking van de begroting 2014 en 2015. Hoofdstuk Landbouw en Visserij, meneer Sinterbent, ja, aan u het woord alstublieft. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw de minister, het is een beetje mijn bedoeling om hier binnen het korte tijdbestek vooral een lans te breken voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers en hun gezinnen. Het economische belang van onze land- en tuinbouwsector, mevrouw de minister, collega's, ik denk dat we het daar bijna allemaal over eens zijn, is niet te onderschatten, zowel wat de toegevoegde waarde betreft, zowel wat de export betreft en zowel wat de tewerkstelling betreft. Maar ik volg hier in het Vlaams parlement nu toch al een tiental jaren het beleidsdomein landbouw en visserij. En zoals ze bij ons zeggen, je moet eigenlijk goed zot zijn om landbouwer te blijven en meer nog om landbouwer te worden. Maar geef toe, de afgelopen jaren, de afgelopen decennia, is de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen steeds onder meer druk komen te staan. Hogere maatschappelijke, ecologische en milieueisen. Een verstikkende administratieve druk. Strengere regels in zaken dierenwelzijn. Rigide en soms waanzinnige Europese regelgeving. Uit de pan swingende loonkosten. Gebrek aan een level playing field. Torenhoge energiekosten. Een dalend inkomen. Geen correcte prijzen voor het eindproduct. En ga zo maar door. Kwam daar bovenop nog de economische en financiële crisis die eigenlijk in de land- en tuinbouwsector extra hard heeft toegeslagen. De voortdurende crisis in de varkenshouderij. Het Russisch embargo. En u zal begrijpen dat het beroep van land- of tuinbouwer in Vlaanderen niet zo aantrekkelijk meer is. Collega's, mevrouw de minister, om de sector nog een toekomst te geven, is het aan de overheid om hiervoor een ondersteunend kader te scheppen. Een kader dat toelaat om te ondernemen, uit te breiden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Ik zou zeggen, laten we dus, mevrouw de minister, met ons allen ons gezond boerenverstand gebruiken en onze Vlaamse land- en tuinbouwers een perspectief, een toekomst te bieden. In uw beleidsnota heeft u daar op papier althans een aanzet toe. Nu is het wachten op daden. U zal in ons in de komende jaren een constructieve partner vinden ten voordele van de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen. En tot slot, meneer de voorzitter, ik heb de afgelopen twee dagen meermaals kunnen vaststellen, dat SPA bij monden van John Crombie vindt dat er te veel middelen geïnvesteerd worden in de landbouw. Ik zal die boodschap dan ook overmaken. Dank u wel, meneer Sinterbin. Meneer Engelbos. Voorzitter, collega's, met een eindproductiewaarde van 5,8 miljard euro mag het belang van de land- en tuinbouw voor onze economie niet onderschat worden. En hoewel het voor de meeste landbouwsectoren een prachtig productiejaar was, was 2014 voor onze landbouwers een rampjaar. Onder andere ten gevolge van de Russische boycott daalde het inkomen van een landbouwgezin met gemiddeld 15% en helaas is het einde nog niet in zicht. De landbouwsector is voor onze fractie een belangrijke sector en de uitdagingen zijn niet min. Er is de druk op het leefmilieu, er is het moeilijke evenwicht aangaande het gebruik van de open ruimte, er is het aanslepende debat rond faire landbouwprijzen, er is de versmelting van de bedrijfs- en de privérekeningen waardoor problemen in de familie vaak te laat gedetecteerd worden en ga zo maar door. De voorliggende beleidsnota en de begroting proberen binnen de budgettaire context van vandaag hier een antwoord op te bieden. Daarom ben ik ook tevreden met de voorziene ondersteuningsmogelijkheden voor onze boeren. Zo bestendigt het FLIF zijn rol als motor van duurzame investeringen in land- en tuinbouw. Er moet een selectie- en innovatiesysteem worden ontwikkeld om die investeringen te subsidiëren die een wezenlijke bijdrage leveren tot verduurzaming. Want collega's, we zijn het er allemaal over eens, de absolute milieudruk van de landbouw, maar ook van andere sectoren trouwens, die moet naar omlaag. En wij zijn ons vanuit N-VA ten volle bewust van de bezorgdheid van de landbouwers in het kader van de IHD en de PAS. De getroffen veeboeren moeten zo snel mogelijk rechtszekerheid krijgen. We moeten zo snel mogelijk tot een correcte, rechtszekere en toekomstgerichte oplossing komen voor de zwaarst getroffen bedrijven. Het is aan u, mevrouw de minister, om hiervoor zo snel mogelijk een plan uit te werken. Maar de crisis in de sector is ook een kans. Een kans die de sector verplicht om creatief na te denken.
Nichemarkten moeten volop worden ontwikkeld. Korte keten, streekproducten, plukboerderijen, hoeventoerisme, noem maar op. Het zijn ontwikkelingen waar deze meerderheid wil blijven op inzetten. Het zijn economische, ecologische en trouwens ook sociale ontwikkelingen die zich perfect inpassen in een verhaal van multifunctioneel plattelandsgebruik. Ook voor de biolandbouw worden middelen voorzien voor een verdere uitrol van het strategisch programma, want in vergelijking met het buitenland, dat moeten we toegeven, hinkt Vlaanderen wat dat betreft nog achterop. De pachtwetgeving zal worden geëvalueerd en bijgestuurd. Het moet voor eigenaars terug aantrekkelijk worden om gronden te verpachten, maar het moet voor landbouwers voldoende zekerheid bieden om gronden langdurig in pacht te hebben. En het is voor onze fractie, mevrouw de minister, ook belangrijk dat u ervoor zorgt dat deze hervorming het mogelijk maakt dat jonge boeren aan voldoende landbouwgronden geraken. Collega's, de crisis noodzaakt de sector ook om nieuwe markten te ontdekken. Hierin zal de Vlam een leidende rol blijven opnemen. Want alles op alles zetten om toegelaten te worden tot nieuwe markten, zoals we vandaag bijvoorbeeld met de peren heel actief bezig zijn in Canada, Brazilië, maar ook in India, is slechts het halve werk. Wij moeten zorgen dat onze producten in die landen ook bekend en bemind raken. Want een peer en een appel is in die landen voor hen even exotisch als vroeger voor ons een kiwi of een mango was. Dus daar moet op ingezet worden. En ik ben er ook van overtuigd, we hebben de hoorzitting gehad met de mensen van de Vlam, dat daar echt wel werk van zal gemaakt worden bij die introductie van die nieuwe markten. Tot slot, collega's, want mijn tijd is hier beperkt, zie ik, gaat ook de nodige aandacht naar de visserij. Zo zal het Europees gemeenschappelijk visserijbeleid verder worden geïmplementeerd en wordt de visserijsector begeleid met een geleidelijke introductie van de aanlandingsplicht. De inzet van het financieringsinstrument van de Vlaamse visserij zal bijdragen aan een verduurzaming van de visserij. En hiernaast zal het ILVO ook inzetten voor de visserij en partner zijn om via onderzoek een antwoord te bieden aan de uitdagingen van ook die sector. Beste collega's, mevrouw de minister, meneer de voorzitter. De begroting voor landbouw 2015 is evenwichtig. Het FLIF als motor voor de duurzame groei blijft het centraal instrument in het landbouwbeleid. Aandacht voor verbreding, verduurzaming, voor biologische landbouw en voor innovatie ondersteunt vanuit verspreide maar toch gecoördineerde onderzoeksinstellingen in Vlaanderen. Het openzetten van de KMO-portefeuille echter blijft nog een ambitie. De land- en tuinbouwsector heeft nood aan een positieve drive, aan een positieve benadering, zeker in tijden waarin het onder meer in gevolg van de Ruslandcrisis ook economisch niet voor de wind gaat. Bovendien, collega's, wil ik ook de aandacht vragen voor het verhaal van IHD, instandhoudingsdoelstellingen en PAS, programmatische aanpak stikstof. Gisteren en vandaag voeren wij hier over de partijen heen een discussie over sociale correcties. En terecht. Collega Crombé zei gisteren meer dan 600 mails gekregen te hebben van bezorgde leden van het COV met terechte bekommernissen. Ik heb er zelf ook een 100-tal gekregen van die mails. Maar beste collega's, naast die mails die ik krijg, krijg ik vandaag de dag ook geregeld brieven. Brieven van landbouwers die geconfronteerd worden met IHD en PAS. En ik wens er één voor te lezen. Eén van ouders van een jong gezin die geconfronteerd worden met deze problematiek. In 2011 is onze zoon Bart, 27 jaar, gehuwd met Veerle, 26 jaar. In 2013 is zijn zoontje Thibaut geboren. Ze hebben het ouderlijk bedrijf van Veerle overgenomen en het betreft een gemengd bedrijf met melkvee en een 100-tal zeugen en afmesten. Zoals het hoort, willen ze hun bedrijf klaarzetten voor de toekomst. Ze kregen in 2011 de kans om een kippenstal op 300 meter van hun bedrijf te kopen. Ze besloten dit te doen en om de stal om te bouwen tot een varkensstal. Dat ombouwen is ondertussen aan de gang. De vergunningen zijn verkregen, de uitbreidingsvergunning is bekomen door die mensen, maar het werk is nog niet af. De investering is nog niet volledig uitgevoerd en men krijgt vandaag een pasbrief van de Vlaamse overheid, waarbij de ene exploitatie een oranje kleur krijgt en de andere exploitatie een rode kleur. Dat betekent dat men nu gezegd wordt dat voor die rode kleur daar geen hervergunning meer mogelijk is
en dat er reeds zware investeringen bijkomend zullen moeten gebeuren aan die oranje gekleurde vestiging. Beste vrienden, het is hier net ook gezegd, gelukkig ook door collega Engelenbos. We zijn blij met het engagement van het parlement. En ik wil ervoor pleiten om naast die sociale bekommernis die wij de laatste dagen hier gehoord hebben, om ook hier aandacht voor te hebben. Goed. En om niet alleen de sociale problemen, maar ook de financiële problemen die op die mensen afkomen, om die in elk geval onder ogenschouw te nemen. En graag over partijgrenzen heen. Laat ons daar samen aan werken. Meneer Sint-Aubin. Ja, voorzitter, ik heb de indruk dat meneer Dossier meer en meer tot de oppositie bent behoren. Gisteren al, vandaag opnieuw. Want hij heeft natuurlijk wel kritiek op instandhoudingsdoelstellingen, alhoewel dat het eigenlijk bij het luik leefmilieu behoort, maar voor mij om het even wanneer we dat behandelen. Maar natuurlijk, die instandhoudingsdoelstellingen zijn het gevolg van beleid dat door u ministers in het verleden en nu wordt gevoerd natuurlijk. Hè. En nu komen emotioneel een brief voorlezen van iemand die zijn vergunning meer gaat krijgen. Ja, u hebt daar eigenlijk ook als partij, als meerderheid de schuld aan natuurlijk. Hè. U volgt jarenlang eigenlijk een beleid, een Europees beleid, maar ook een Vlaams beleid, waar eigenlijk tegen de mensen wordt gezegd, sorry, vanaf u krijgt een brief in uw bus en sorry, uw levenswerk is vanaf morgen gedaan. Dat is eigenlijk het beleid die momenteel wordt gevoerd. En u hebt gelijk natuurlijk, hè, er wordt continu over sociale correcties gesproken op allerlei domeinen. Alleen in de landbouw is dat blijkbaar niet van doen. Ik vind het bijzonder erg, en we hebben het er ook over gehad, u hebt gezien in de commissie, naar aanleiding van de hoorzitting, hoe dit leefde bij de landbouwers. En zeker bij de mensen die de boodschap hebben gekregen dat ze ofwel moeten verhuizen of dat ofwel de vergunning stopte. Maar natuurlijk moet u erkennen, toch meneer Dossier, dat dat een gevolg is van het beleid en van uw stemgedrag. Goed, net, dat is duidelijk. Meneer Dossier, net voor het reces. Ik dank u voor de aanvulling, meneer Sint-Aubin, want mijn tijd was op. Maar het is inderdaad een gevolg van een akkoord. Maar als ik goed ingelicht word, als ik goed ingelicht ben, en ik denk dat ik dat ben in dat dossier, dan is dat een akkoord die een aantal elementen in zich draagt. En dat is de uitvoering van IHD en PAS. Maar dat is ook een flankerend beleid. Een flankerend beleid die het sociaal accent geeft, die zorgt dat de mensen die getroffen worden op een correcte manier vergoed worden en op een correcte manier betaald worden, desgevallend, of een bedrijfsverplaatsing kunnen krijgen. En ik sta vast dat daar vandaag eventueel zelfs vragen zouden bijgesteld worden. Maar voor ons is het natuurlijk heel belangrijk dat het akkoord in zijn totaliteit uitgevoerd wordt. Vandaar die inderdaad emotionele brief. En ik heb er nog vele dergelijke liggen. Schrijnende gevallen. En ik denk niet dat wij de verantwoordelijkheid kunnen nemen om een akkoord die gemaakt is, half te kunnen uitvoeren. Vandaar een oproep naar iedereen, en ik zeg het kamerbreed, iedereen om mee te werken voor een deftige oplossing voor die mensen die daarmee geconfronteerd en getroffen worden. Meneer Sint-Aubin. Ja, nog even reageren. We zitten wat betreft onze steun voor de landbouw, meneer Dossier. Ik weet dat op dezelfde hoofdlengte natuurlijk. U verwijst naar het flankerend beleid. We hebben die discussie ook gevoerd in de commissie. Het is ook precies heel plezant. In de commissie gevoerd over het flankerend beleid, maar dat werd nog niet concreet gemaakt. Zowel naar wat is dat flankerend beleid, of welke middelen worden daarvoor opzij gezet. Dus eigenlijk de landbouwers die hun vergunning kwijt zijn, of die misschien hun vergunning gaan kwijt zijn, weten echt niet waar ze aan toe zijn. En dat is jammer voor de rechtszekerheid van die mensen. Meneer Caron, en dan meneer Seyssens. Zou ik wel alvast een bijdrage leveren om partijgrensoverschrijdend naar een oplossing te zoeken, meneer Dossier. Maar ik wil toch eerst nog het volgende zeggen. Ik heb ook tal van die brieven gekregen, net als u. En ik ken ook een aantal landbouwers persoonlijk die in het geval zijn. Maar ik wil toch dat kwijt. Hè. Weet u, het verhaal komt uit Europa. Hè. Enfin, deze regel komt uit Europa. Het is niet alsof we dat van gisteren bij wijze van spreken weten. We weten het al jaren komen. En toch zijn er nog belangrijke investeringen gedaan in risicovolle gebieden, als ik het zo mag zeggen, de laatste jaren. En eigenlijk, dat verwijt ik vooral de Vlaamse regering. Hè. Dat is, eigenlijk moet men ook het zien komen en maken dat je nu, als je straks compensaties laat geven aan landbouwers om elders te investeren bijvoorbeeld, dat is twee keer geld geven voor hetzelfde. Eerst laat je toe om een stal te bouwen in een delicaat gebied en dan moet je nog eens geld geven om weer een nieuwe stal te bouwen. Maar dat verwijt ik u niet, maar dat verwijt ik de Vlaamse regering. En tweede is, ik denk dat ook de landbouworganisaties voor een deeltje, wel voorzichtig, een kop in het zand hebben gestoken en daar ook niet voldoende op geanticipeerd hebben. Dat is het verleden, de toekomst nu. Wacht, laat mij uitspreken. De toekomst is, hè,
Ja, ik ben het met u eens dat er een oplossing moet gevonden worden, niet door de natuurdoelstellingen naar beneden te halen, ik hoop dat u het met mij eens bent, hè, maar wel door voor de getroffen landbouwers, voor wie de oplossing niet voor de hand ligt, oplossingen te helpen zoeken, investeringssteun te geven, er zijn landbouwkredieten, en die daarop te oriënteren, zodat de leefbare landbouwbedrijven in dat geval die kunnen delocaliseren of deels kunnen delocaliseren om daar een oplossing voor te vinden. Daar zijn we ook voor. Hè. En ik denk dat we beide doelstellingen kunnen dienen. We hoeven niet in elkaar zakken te zetten, als ik het zo mag zeggen. Ik denk dat we op die manier veel begrip kunnen kweken tussen die, helaas, tot nu toe vaak concurrentiële sectoren. Meneer Sijsens. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dacht even dat er slechte akoestiek was hier in de zaal, omdat ik meneer Sinterbeen al hoorde zeggen dat meneer Doshi kritiek had op de instandhoudingsdoelstellingen. Ik had begrepen dat de heer Doshi vooral pleit inderdaad voor het flankerend beleid dat onderdeel uitmaakte van die instandhoudingsdoelstellingen. Want die instandhoudingsdoelstellingen, dat is inderdaad de vertaling van de Europese doelstellingen die geformuleerd zijn en die we hier in Vlaanderen hebben omgezet. Maar alvorens dat wij daar die instandhoudingsdoelstellingen willen realiseren, dan zullen we die mensen die daar met een rechtmatige vergunning vandaag die stikstofdepositie hebben, die schadelijk is en nefast is, om die soort in stand te houden, zullen we die op een correcte manier moeten vergoeden of de mogelijkheid geven om te verplaatsen of een bedrijfsreconversie te doen. Ik denk dat daar toch geen onduidelijkheid over kan bestaan. Ik heb daar juist de pleidooi gehoord van de N-VA ter zake om dat te voorzien. Ik hoor van ons mensen precies hetzelfde. Dus ik denk dat dat opdracht nummer 1 is voordat we daar verder aan werken. Mevrouw Rombouts. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag inderdaad ook even aan collega Sinterbeen meegeven dat wat betreft inderdaad, denk ik, wat de doelstelling voor landbouw en de bezorgdheden voor landbouw, dat u daar niet aan kan twijfelen dat we daar op dezelfde golflengte zitten, maar dat het de landbouwers op zich wel niet verder helpt om het hoofd in het zand te steken. Waarom is er uiteindelijk tot een akkoord gekomen in de vorige legislatuur? Dat is omdat er een sluipende vergunningenstop dreigde te komen. En dan zou elke landbouwer apart hierdoor getroffen worden, waarmee de volledige landbouwsector en de individuele familiale landbouwbedrijven de dupe van zouden worden. Daar is van gezegd, kijk, dat kan niet, we moeten hier tot een geheel akkoord komen. Een geheel akkoord waar inderdaad duidelijk twee onderdelen in zitten, zoals collega Doshi ook daarnet heeft aangehaald. Nu, belangrijk is ook, en ik kan het eigenlijk niet goed verdragen, dat collega's hier in het parlement en ook in de hoorzitting, maar ook zeker hier in het parlement, vooral als de landbouwers er niet bij zijn, schuld leggen bij landbouwers zelf. Als het de overheid is die vandaag pas de kennis heeft op welke manier zij hun vergunningbeleid moet gaan aanpassen, dan kan je niet zeggen dat de landbouwer in deze daar de schuld van draagt en zelf het hoofd in het zand heeft gestoken. Het is met de kennis van vandaag dat de overheid de regelgeving heeft aangepast. Als die kennis en die regelgeving met andere woorden vandaag zo'n dergelijke impact heeft op landbouwbedrijven, dan is het ook de verantwoordelijkheid van de overheid om die ten volle te nemen en te zorgen dat daar de nodige flankerende, begeleidende maatregelen zijn om op een goede manier de toekomst uit te bouwen, ook voor enerzijds natuur, maar anderzijds ook die landbouwbedrijven. Meneer Sintubin en dan meneer. Ja, nog kort enkele bemerkingen, voorzitter. Ja, natuurlijk is het altijd gemakkelijk om de paraplu open te trekken en te zeggen het is de schuld van Europa. Wij waren vroeger de enige kritische partij ten opzichte van Europa. De laatste jaren, en zeker naar aanloop van de verkiezingen, is dat toch wel een klein beetje veranderd. Ik wil toch zeggen, het beleid van Europa wordt ook gevoerd door partijen die hier aanwezig zijn natuurlijk. Hè. En meneer Caron, dat is een fundamentele discussie die we hier niet kunnen volleindigen. Het gaat over, wat is de prioriteit? U zegt, ja, we gaan de natuurdoelstellingen niet verminderen, maar wat is de prioriteit in zaken landbouw? Zijn het de natuurdoelstellingen of is het het economische belang van de landbouw? Voor mij is het economische belang van de landbouwer. U vergeet soms, en uw partij en ook SPA vergeten soms, dat eigenlijk de landbouw instaat voor voedsel, voor de voeding van een maatschappij, van een ganse wereldbevolking. Als we straks zonder landbouwers zitten hier in Vlaanderen, dan gaan we alles moeten importeren, waar minder regels zijn dan hier vandaag. Want u weet ook dat er geen level playing field is tussen de Europese landen en de landen buiten Europa. Twee, mevrouw Rombouts, ja, ik kan u wel volgen. We zitten inderdaad meestal op dezelfde lijn. En ook meneer Sijsens, u hebt akkoord. Maar ik vind persoonlijk, als je bij de mensen zonder ze te verwittigen, gewoon koudweg een brief in de bus steekt en zegt, uw vergunning zal waarschijnlijk verlopen, u hebt een oranje kaart of u hebt een rode kaart, maar we gaan dat oplossen, er is flankerend beleid voorzien. Alleen, we weten nog niet wat dat gaat zijn en hoeveel middelen dat we daarvoor hebben.
En dat is wat ik verkeerd noem. Ik weet ook wel dat er een aantal vergunningen zouden aflopen en zo. Maar dan moet je ervoor zorgen dat er eerst dat je kunt zeggen aan de mensen, dat zal het flankerend beleid zijn, dat zijn de middelen die worden vrijgemaakt. U draait het om en dat vind ik niet correct. Ja, ik wil nog even reageren aan mevrouw Romboud eerst zeggen. Ja, ook wij zijn naar de infomomenten geweest van de Boerenbond over de instandhoudingsdoelstellingen. Ook wij gaan luisteren naar wat de landbouwers te zeggen hebben. En ik weet niet, als u geweest bent, ik heb geen enkele landbouwer trouwens ondertussen aangevallen, maar die landbouwers hadden zware kritiek op hun eigen organisaties. Ik wil dat er wel even bij zeggen. Dus mijn kritiek gaat op de overheid. In eerste instantie de overheid en secundair de landbouworganisaties. En dan meneer Sintobin, ik weet dat u Vlaams Belang goed is in intentieprocessen, wat dat duidelijk zijn. Ik herhaal wat ik gezegd heb en luister goed. Volgens mij is het perfect mogelijk om de doelstellingen van de landbouwers en de economische doelstellingen van de landbouw te verenigen met de natuurdoelstellingen. Het zal ons iets meer kosten als samenleving, maar ik denk dat we dat er voor over moeten hebben om kwaliteitsvolle landbouwproducten te krijgen op ons bord. Dat is wat u zegt, hè. En om de landbouw leefbaar te houden en tegelijkertijd een kwaliteitsvolle, natuurlijke leefomgeving te hebben. Meneer Dossi. Maar ik denk dat we het in elk geval over twee dingen eens zijn. Ten eerste dat die landbouwers individueel zeker geen schuld treft, als ze natuurlijk over correcte vergunningen beschikken. En sommigen redeneren dat wie een rode brief krijgt eigenlijk iemand is die een overtreding is, die geen vergunning had zelfs. Ik heb dat gelezen in een verslag van de commissie Leefmilieu, geloof ik. Dat is absoluut niet aan de orde, dat is niet zo. Dus die mensen hebben geen enkele schuld, ze hebben rechtsgelde vergunningen verkregen. En twee, en dat is dan de afweging, meneer Caron, die moet gemaakt worden tussen doelstellingen en mogelijkheden om die doelstellingen te bereiken. Wanneer ik zelf een grote, dikke, chique, grote auto wil, en die kost veel geld, nee, ik heb dat niet, maar het speelt geen rol, maar als ik dat zou willen, en ik kost veel geld, en ik heb dat geld niet, dan moet ik eerst een beetje sparen, alvorens ik die auto kan aankopen. En eigenlijk moet de overheid die redenering ook indachtig zijn. Mevrouw Romboud. Mevrouw Romboud, nee, oké. Okay. Dan meneer De Meijer. Voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Zit je rond? Heeft de collega gedaan? Nee? Ja, ja. Ik dacht dat ik mijn tussenkomst mocht beginnen, of? Ja, je mag je tussenkomst beginnen, ja. Ik ga dat van hier uit doen. Ja, geen probleem. Meneer De Meijer, ik denk dat de collega's reeds bijzonder veel gezegd hebben. Zodanig dat ik kort en bondig mag zijn. Maar ik wil vier punten toch nog eventjes onderlijnen. Eerst en vooral, voor ons is landbouw een economische sector. Vandaar, mevrouw de minister, dat het bijzonder belangrijk is dat, voor wat betreft het VLIEF, gij erin geslaagd zijt dit verder op het pijl te houden, zoals voorzien trouwens in het Vlaamse regeerakkoord. Twee, wij vinden het ook zeer terecht dat er voor wat betreft boeren op een kruispunt verder de noodzakelijke financiering behouden blijft en dat hier geen besparingen gebeuren, zeker gezien de grote financiële crisis in de sector, maar daar kom ik straks nog op terug. Drie, ik zou uitgebreid ingegaan zijn, maar ik ga dit niet doen, op het flankerend landbouwbeleid bij IAD en PAS. Ik zou alleen er nog willen aan toevoegen, mevrouw de minister, dit is in de eerste plaats uiteraard uw verantwoordelijkheid, maar niet alleen uw verantwoordelijkheid, maar ook van de minister van Financiën en de minister-president en de ganse regering. Ik hoop dat ze die boodschap ook horen, terwijl ze de koffie aan het drinken zijn, waarvoor ik alle begrip heb natuurlijk. Maar afspraken uit het verleden moeten gehonoreerd worden. Vierde punt, mevrouw de minister. Ik wil toch even stilstaan bij de crisis in de varkenshouderij, die reeds jaren duurt, maar die nu op een bijzondere manier versterkt is door het verbod, het importverbod van Rusland. Ik ben, en ik overweeg mijn woorden, eigenlijk zwaar ontgoocheld over de resultaten van de landbouwministerraad van eergisteren. Ik weet dat u samen met 6 andere landen, waaronder Denemarken, Frankrijk en Polen en nog een aantal andere landen, de problematiek van de varkenshouderij hebt aangekaart. Maar ik zou nogmaals willen onderlijnen dat na Finland en Litouwen
België het zwaarst getroffen is voor wat betreft het landbouwinkomen. Eurostat meldt dat wij op de derde laatste plaats staan wat betreft het landbouwinkomen, of beter geformuleerd, dat wij het derde meest achteruit gaan wat betreft het landbouwinkomen. Bovendien is de conjunctuurbarometer, en daar kan u uiteraard zelf niet aan doen, dat is niet onmiddellijk uw verantwoordelijkheid, maar de conjunctuurbarometer is het laagst sinds 2007. Voor wat betreft de varkenshouderij is het inkomen het laagst wat betreft de laatste 5 jaar. Mevrouw de minister, ik zou er willen op aandringen dat ge voor wat betreft de landbouwministerraad in januari voorafgaandelijk een aantal bondgenoten zoekt om Europa te overtuigen dat hier wel een tegemoetkoming mag gebeuren en zelfs moet gebeuren. Ik merk dat bijvoorbeeld voor wat betreft Finland, dat ook ernstig getroffen is wat betreft de melkveehouderij, er wel serieuze inspanningen gebeurd zijn. Dus ik reken erop dat gij samen met een aantal bondgenoten dit zeer goed voorbereidt om Europa te overtuigen van wel maatregelen te nemen. En anderzijds is mijn vraag ook, kunnen er vanuit Vlaanderen bijkomende maatregelen genomen worden? Voorzitter, ik heb gezien dat ik u ongeduldig werd. Ik had gezegd dat het kort ging zijn. Ik ga het hierbij houden. Ziet u dat aan mij? Zeker. Dan krijgen we nu uiteindelijk meneer Francesco van der Jeugd. De hele Open VLD-fractie ligt overhoop omdat ik die mens dus nu het laatste laat spreken. Ik was bij mij in de klas ook al het laatste en ik had er geen last van. Ja. Goed, meneer van der Jeugd, alstublieft. Ik had u gevraagd als het reeds aan mij was. Hè? Altijd het laatste. Goed, ja, de laatste zullen de eerste zijn. Juist, dat zie je nu. Oké, dank u voorzitter. Goed. Dank u wel, voorzitter. Ja, dan moet ik nog iets vinden om die minuut op te vullen. Hè. Nee. Meneer de voorzitter, mevrouw de minister, beste collega's. De landbouw die heeft het moeilijk. En niemand zal dat ontkennen. De collega's die voor mij hier aan het sprekersstoel te zijn, hebben dat ook benadrukt. Maar laat het geen reden zijn om de moed te laten zakken, want onze landbouwers, die ondernemers zijn, die doen dat immers ook nooit. Ook niet wanneer dat ze geconfronteerd worden met crisissen, Rusland-boycotts, uitdagingen in zaken IHD, PAS of MAP 5. Ik wil overigens meteen hulde brengen aan de mensen van boeren op een kruispunt. Ze zijn een belangrijke steun voor heel wat land- en tuinbouwers in nood. Maar ondanks die moeilijke context, dan zien wij drie opportuniteiten. 1. Het nieuwe GLB. 2. De regionalisering van het landbouwrampenfonds. En er staat een ambitieus hoofdstuk voor landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling in het Vlaamse regeerakkoord. En meneer Crombie had het hier van de morgen aangehaald dat er niet bespaard wordt op landbouw. Maar laat ik u herinneren dat de Europese begroting in de jaren 80, dat van die begroting er een 70% voor landbouw gereserveerd werd. Terwijl op vandaag dat amper een schamele 30% is. Maar goed, dat is hervormd. En op zich nog belangrijker zijn dat die hervormingen die ermee gepaard gaan, de melkplassen en de boterbergen, dat die symbolen van productie, overproductie, dat die aangepakt zijn en dat die hebben plaatsgemaakt voor bedrijfsgerichte ondersteuning voor bedrijven en multifunctionele rol van de land- en tuinbouw. De nieuwste GLB-hervorming zet daar nog uitdrukkelijker op in. En mevrouw de minister, wij zullen erop toekijken dat de afgesproken overgang van pijler 1 naar pijler 2 de nodige aandacht krijgen en dat zij tegemoetkomen aan actieve landbouwers. Voor mezelf en mijn fractie is een spoedige ontwikkeling van een verzekering tegen extreme weersomstandigheden een prioriteit. En naast die regionalisering die ik al aanhaalde, is de private verzekeringssector de missing link. Ook daar hoop ik dat u de nodige initiatieven zal gaan nemen. Collega's, we weten het allemaal, landbouw dat komt voornamelijk vanuit Europa. En dat maakt dat uw beleidsruimte, dat die beleidsruimte beperkter is dan ons allemaal lief is. Zeker in tijden van crisis. Maar toch denken we aan een assertief beleid van het Vlam, om nieuwe afzetmarkten aan te snijden. En daarnaast willen we aandacht vragen, aandacht voor de minder zichtbare gevolgen van die Ruslandcrisis. Want wij denken dat het totale kostenplaatje omvangrijker is dan op het eerste gezicht. Verder, de gevolgen van de melkquota mogen wij eveneens niet onderschatten. Want op korte termijn
dreigen onze melkveehouders te worden geconfronteerd met een superheffing die kan leiden tot liquiditeitsproblemen. En ik heb het reeds aangekaart hiervan voor, maar de achterstand bij het vlief dat blijft ons zorgen baren. Niet alleen omdat de machtiging aan het vlief voor 2015 enkele miljoenen lager ligt, alweer een besparing bij landbouw, maar ook wegens de aankondiging dat de verbreding van de vliefsteun naar milieugerichte investeringen ten gevolge van de nieuwe verplichting in het kader van IHD en PAS problematiek. Wij zijn daar op zich niet tegen, zolang dat de economische dimensie van het vlief niet ondersneeuwd geraakt. Tot slot drie belangrijke aandachtspunten. De loonwerkers, die doorgaans vergeten worden aangezien zij eveneens ook zware investeringen hebben, maar geen beroep kunnen doen op het vlief. Hun problematiek moet ook dringend in kaart worden gebracht. Wat zal de impact zijn van de nieuwe Europese regelgeving in zaken de visquota en de effecten daarvan voor onze Vlaamse vissers? Het ontwerpvoorstel, ja, dat belooft alvast weinig goed. En daarom pleiten wij om die begrotingsmiddelen optimaal te gaan inzetten voor het opvangen van de gevolgen. En het derde, ik ga het hier niet helemaal opnieuw doen, ja, het verhaal van het flankerend beleid en de middelen voor IHD en PAS. We hebben het gezien in de commissie, welke schrijnende toestanden er zullen op ons afkomen. Ik denk dat daar ook de nodige middelen moeten voorzien worden. Mevrouw de minister, u hoort het. Ik denk dat we onze middelen op een accurate manier zullen moeten gaan inzetten. Op een accurate manier moeten inzetten, zodanig dat Vlaanderen niet het museum van de landbouw wordt. Ik dank u. Dank u wel. Nikkerom. Ja, maar na deze heel goede speech van collega Van der Jeugd, ik ga niet over de inhoud, het gaat over de vorm, collega. Maar wij zijn misschien over alles eens en misschien ook niet, maar ik wil u een vraag stellen. En ook tegelijk aan de minister. Een van de thema's in de landbouw is de schaalgrootte van landbouwbedrijven. En het nieuwe GLB, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zet eigenlijk in op instrumentarium dat op veel terreinen verdedigbaar is, maar dat ook als effect heeft dat het vooral grootschalige landbouwbedrijven stimuleert en kleinschalige ontmoedigt. Het klassieke voorbeeld, u kent het, van de 20 zoogkoeien die je minimaal moet hebben om steun te krijgen. Is dat ook het standpunt van de Open VLD, dat men ter zake eigenlijk moet streven naar schaalvergroting en dat die kleinere bedrijven dan geen steun meer mogen krijgen? Ik denk niet dat dat het standpunt is van onze fractie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we kijken naar een landbouw die mee evolueert met zijn tijd. Het wil niet zeggen dat je spreekt over een schaalvergroting, dat wil zeggen dat dat geen familiale bedrijven kunnen zijn, in het tegendeel. En het is inderdaad schrijnend om te zien, ik zie dat in mijn eigen gemeente ook, in 10 jaar tijd zijn het aantal landbouwbedrijven drastisch gehalveerd, om maar niet te zeggen met de helft gehalveerd, maar op zich, het landbouwareaal, zoals u aanhaalt, dat blijft wel gelijk. Dus we gaan te maken hebben met een stuk grotere bedrijven, maar die daarom niet minder familiaal zijn en die daarom de aspecten van familiale landbouw niet kunnen beheersen. Dus ik denk dat we moeten kijken. Ik denk dat er ook een verhaal zit rond de korte keten voor kleinere bedrijven, dat daar ook een verhaal moet zijn. Ik denk dat dat ook in het regeerakkoord staat, dat die korte keten ook de nodige aandacht moet hebben. Dus ik denk dat er ook daar voldoende ademruimte in het regeerakkoord en in de beleidsnota staat, om ook daar ruimte te geven. Dank u wel. Mevrouw Schoonvliegen. Ja, voorzitter, collega's. Ik wil alle collega's bedanken voor hun tussenkomsten die ook heel wat aspecten die in de nota staan ook mee onderlijnd hebben. En ik wil nogmaals herhalen dat wij heel uitdrukkelijk gaan voor een duurzame landbouw in de beleidsnota. En als ik het heb over duurzame landbouw, dan gaat het heel uitdrukkelijk over de drie pijlers. Economische pijler, ecologische pijler, maar ook de sociale pijler. En eigenlijk zijn die drie aspecten in de beleidsnota en in het beleid dat wij zullen voeren even belangrijk de komende 5 jaren. We hebben heel veel aandacht ook voor nieuwe instroom in de sector. Zorgen dat jongeren nog kiezen om in de landbouw stil te gaan stappen. Daar ook heel uitdrukkelijk voor kiezen. En collega's, het is geen debat van bent u alleen voor grootschalige landbouwbedrijven, bent u voor familiale landbouwbedrijven, bent u voor of tegen biologische landbouw. U zal zien dat wij in de beleidsnota alle soorten landbouw kansen willen geven. En ook voor al die soorten landbouw ook ondersteuningsmechanismen hebben. En daarvoor is inderdaad ook het VLIF, het investeringsfonds landbouw, bijzonder belangrijk. En het klopt inderdaad
dat daar ook de generieke, Corrie van der Jeugd, de generieke besparing die wij samen hebben afgesproken in de Vlaamse regering, dat die natuurlijk ook wordt toegepast op het VLIEF. Maar vanaf volgend jaar is er ook een nieuwe regeling van dat VLIEF. Er zal ook sneller duidelijkheid zijn van wie een dossier aanvraagt, of men al of niet beroep kan doen op dat VLIEF, en er zal ook snel uitsluitsel zijn. Er zijn heel wat vragen gesteld, heel wat bezorgdheden geformuleerd rond de instandhoudingsdoelstellingen. En terecht. Dit is een belangrijk dossier dat wij ook goed verder zullen opvolgen. Maar zeer kort wil ik toch nog eens herhalen dat dit dossier, de instandhoudingsdoelstellingen, is in april de vorige Vlaamse regering goedgekeurd. De reden waarom wij dit hebben goedgekeurd is dat wij zo snel als mogelijk rechtszekerheid willen geven aan landbouwers. Dus zo hadden wij geen beslissing genomen, dan zouden heel wat individuele dossiers, milieuvergunningen en dergelijke meer, op de helling komen te staan. En we hebben dat willen vermijden en daarom dat wij een totaalpakket hebben goedgekeurd, een totaalpakket waar wij zo snel mogelijk rechtszekerheid willen geven, aan de andere kant ook afspraken, duidelijke afspraken gemaakt hebben rond een flankerend beleid. En we zullen niemand in de kou laten staan. Ik heb het al een aantal keer gezegd, ook de 135 bedrijven die een negatieve rode brief hebben ontvangen, ook daar zullen wij op maat van die bedrijven oplossingen zoeken en kijken hoe wij hen individueel kunnen helpen. Een aantal van die bedrijven zal kunnen blijven bestaan, zal verder op die plaats kunnen blijven boeren. Andere bedrijven, daar zal een andere oplossing moeten gezocht worden. En het klopt natuurlijk dat je dat goed moet uitwerken. Wij hebben daar een inrichtingsnota voor klaar. Dat was ook de afspraak dat wij in december met een inrichtingsnota naar de Vlaamse regering zouden gaan. Dit staat vrijdag op de regering en ik hoop dan ook, en ik heb hier ook gehoord, dat alle partijen eigenlijk ook willen dat er een goed flankerend beleid is. En ik denk dan ook dat er vrijdag een goede beslissing zal kunnen genomen worden in de Vlaamse regering over deze inrichtingsnota en het flankerend beleid, waar natuurlijk ook de nodige middelen tegenover moeten staan. De varkenshouderij, de varkenssector, ook heel wat bezorgdheden daarover geformuleerd. Terecht, ze zijn heel hard getroffen door de Rusland-boycott. U weet dat Europa heel snel, ook op onze vraag, maatregelen genomen heeft voor de fruit- en groentesector. Dat is natuurlijk zeer goed en wij maken daar ook heel veel gebruik van. Het is anders wat betreft de varkenssector. Gisteren nog is inderdaad in de Europese Landbouwraad heel hard gepleit om maatregelen te nemen, maar we stoten daar bij de Europese Commissie op een njet. Je hoort daar dan steeds het verhaal dat dit dieper zit dan alleen de Ruslandcrisis, dat er een structureel probleem is, dus dat men niet bereid is om vanuit de Europese Commissie daar maatregelen extra toe te laten. En daar zitten wij natuurlijk een beetje vast. Wij kunnen niet ingrijpen in de markt als er geen toelating is vanuit Europa. We hebben ook gevraagd om een Europees observatorium op te richten, om alles goed in kaart te brengen, daar voldoende transparantie te kunnen krijgen. We blijven daar ook verder op doorgaan. En morgen is er opnieuw, het is nog maar een week geleden dat we hebben samengezeten, morgen is er opnieuw een varkensoverleg waar wij de volledige keten samenbrengen om te kijken, kunnen we toch niet daar nog bijkomende oplossingen vinden. Collega De Meijer, het klopt niet dat er in Denemarken wel maatregelen kunnen genomen worden rond de varkenshouderij. Het is wel zo dat Finland, dat zij voor hun melkveesector wel een aantal bijkomende maatregelen hebben kunnen nemen, omdat zij vlak naast Rusland liggen en daar ook een aantal heel zware gevolgen hebben. En daar heeft inderdaad Europa een uitzondering voorzien. De VLIEF-steun, ik heb daarnet al gezegd dat die natuurlijk belangrijk is om de toekomst veilig te stellen. We zullen daar ook verder op toezien dat dat goed en vlot verloopt. De visquota, misschien heel kort, omdat daar toch ook een concrete vraag is over gesteld. Collega van der Jeugd, het is niet zo dat daar een ontwerpbeslissing op tafel ligt. Er is een beslissing genomen. Gisteravond laat, toen jullie hier de begroting ook verder aan het bespreken waren, zaten wij in onderhandelingen in de Europese Visserijraad. En daar zijn dus de nieuwe vangstquota voor 2015 vastgelegd. Voor ons was er een heel grote bezorgdheid, voor onze visserijsector wat betreft tong. Het voorstel van de Europese Commissie was dat voor tong dat we naar min 60% zouden gaan voor de vangst en min 35%. Dit was voor ons dramatisch, omdat onze sector vooral op tong vist. Aan de andere kant zie je dat het tongbestand dat het heel slecht doet. Je ziet dat er heel weinig nieuwe tong komt en dat dat inderdaad onder druk komt te staan. Wat hebben wij kunnen doen door te onderhandelen en door heel veel
te duiden wat de grote economische gevolgen zijn voor onze visserijsector, hebben wij die min 60% kunnen terugdringen naar min 28%, hebben wij het voorstel van de min 35% kunnen terugdringen naar min 15%. Dat was het maximale wat wij daar hebben kunnen uithalen. Dit geeft iets meer ademruimte voor onze vissers, maar zal inderdaad ook een moeilijke beslissing blijven. We zullen daar dus inderdaad goed in overleg moeten gaan en kijken hoe wij aan de ene kant kunnen zorg dragen voor de tongbestanden, ook daar een duurzaamheid garanderen en aan de andere kant ook onze vissers een mooie toekomst kunnen geven. Tot daar, voorzitter, een aantal antwoorden op vragen, maar ik heb vooral ook begrepen dat heel wat collega's heel wat van hun bezorgdheden ook terugvinden in de beleidsnota landbouw en visserij, platteland, en dat we daar ook de komende jaren natuurlijk nog heel veel van gedachten zullen kunnen overwisselen in de commissie landbouw en visserij. Dank u wel. Dank u wel. Meneer De Meijer. Mevrouw de minister, om elk misverstand te voorkomen. Ik heb niet gesproken over Denemarken dat daar speciale maatregelen genomen zijn. Ik heb wel gezegd dat 7 landen, waaronder België, Denemarken, Frankrijk, Polen en 3 andere, bijzondere maatregelen vragen voor wat betreft de varkenshouderij. En ik heb eraan toegevoegd, wat voor Finland mogelijk is voor de melkveehouderij, zou voor deze landen toch ook moeten mogelijk zijn voor de varkenshouderij. Dit om elk misverstand te voorkomen. Ik lees in een persbericht van vandaag dat de landbouwcommissaris wel bereid is om de vraag opnieuw te evalueren in de maand januari. Ik vind dat het op zijn minst toch een argument is, want hij zegt, kijk, dit is geen Europese crisis in alle landen, dit is slechts in een beperkt aantal landen. Wat betreft de melkveehouderij, dit is ook geen crisis in alle Europese landen. Het is Finland die daar het zwaarst getroffen is en waar wel speciale maatregelen genomen zijn. En ik heb er ook nog aan toegevoegd, ik hoop dat er ook nog eens gekeken wordt, kunnen er eventueel Vlaamse maatregelen genomen worden. Ik weet dat die nooit van dezelfde aard en even groot kunnen zijn, maar ik denk bijvoorbeeld de rendakfactuur, misschien kan hier ook nog iets naar gekeken worden, als hier eventueel een tegemoetkoming kan zijn vanuit Vlaanderen. Ja, mevrouw de minister, ik wil nog iets vragen over die visquota die u net vermeldt. Ik vind het fijn voor de Vlaamse vissers dat ze minder hard aangepakt worden, maar natuurlijk, als je dat in totaliteit bekijkt, ja, je mag niet denken aan morgen. En als het gaat over visbestanden, je moet denken aan overmorgen. Hè. We moeten die visbestanden kunnen herstellen. Mijn vraag is, wordt dat dan gecompenseerd binnen een Europese context? Blijven de totale quota van de Europese landen op dezelfde niveau? Of wordt er gecompenseerd in andere soorten voor onze vissers? Mevrouw Schouwbliegen. Ja, dank u wel, collega De Meijer. Ik had uw vraag anders begrepen dat u zei, in Denemarken worden een aantal maatregelen genomen. Maar het klopt dat Denemarken samen met een aantal beperkt aantal Europese lidstaten ook vragende partij is om iets te doen rond de varkenssector. En wij blijven dat ook vragen en we zullen daar ook blijven voor gaan om Europa te overtuigen om ons daar toe te laten een aantal bijkomende maatregelen te nemen, omdat inderdaad de toestand toch wel heel acuut is. Het is zo dat wij inderdaad op dit moment aan het kijken zijn hoe dat wij misschien via een aantal andere maatregelen die sector iets meer ademruimte kunnen geven. De rendakfactuur is één van die zaken die wij bekijken, maar dat vraagt natuurlijk ook dat er terug middelen worden gevonden om daar een oplossing voor te bieden. En dat zijn we op dit moment aan het bekijken hoe we daar een antwoord kunnen op geven. Dus we laten dit dossier zeker niet los. We zitten morgen terug rond de tafel met iedereen om te blijven zoeken naar oplossingen. Collega Caron, u vraagt terecht van hoe gaat dat nu verder? Het is zo dat wij natuurlijk om die visbestanden, om die duurzaam op peil te houden, hebben we eigenlijk tijd tot 2020, dus op 2020, we hebben nu een meer geleidelijke afbouw kunnen bedingen. Dus inderdaad geen min 60%, maar die min 28%. We hebben ons ook geëngageerd als Vlaamse visserij om een aantal bijkomende maatregelen te nemen om het tongbestand daar ook meer zorg voor te dragen. Onze eigen vissers hebben voorgesteld om de wijdte van hun netten, de gaten die in de netten zijn, om die wijder te maken, zodat de kleine, jonge vissen, dat die makkelijker door de netten kunnen zwemmen en dus niet gevangen worden. Twee is het ook
ook zo dat in de kuit- en de paaigebieden dat er daar niet zou gevist worden. Ook dat hebben wij afgesproken. Dat zijn maatregelen die wij ook op tafel hebben gelegd om toch te zorgen dat er een duurzaam visbestand is, maar aan de andere kant de visserijsector wel wat meer ademruimte te geven. Dus dat wordt ook verder opgevolgd. Het engagement is daar ook dat dit wetenschappelijk verder wordt bekeken om zo de duurzaamheid van het visbestand, maar ook van onze eigen sector, dus terug de economische pijler, om beiden ook mooi in evenwicht te kunnen houden. Heer van der Jeugd. Ja, dank u, voorzitter. Gewoon heel kort. Ik denk dat dat heel positief nieuws is voor onze vissers. Allee, ik heb het daarnet aangehaald, zag het zeer dramatisch uit, die -60%. Dus ik denk dat dat een zeer positief gegeven is dat we deze percentages hebben kunnen terugdringen. Dus ik denk dat dat goed nieuws is. Dank u wel. Mogen we overgaan naar het volgende hoofdstuk. Leven uw natuur en ruimtelijke ordening. Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Minister. De beleidsnota omgeving, collega's, is een bijzonder document. Het is de eerste keer dat dat leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening op een gecoördineerde manier, op een geïntegreerde manier, worden behandeld. Collega's van mijn fractie, voorzitter, zullen straks ingaan op specifieke thema's. Ik noem er slechts een paar. De waterproblematiek bijvoorbeeld, minister, blijft belangrijk, een belangrijk aandachtspunt. Voortbouwend op de vorige legislatuur moeten we zeker werk maken van ruimte voor water. Methodieken als die met betrekking tot de signaalgebieden worden voortgezet. Ik heb er lang voor moeten aandringen destijds, maar uiteindelijk besloot de vorige regering dat ook het Rubicon-fonds kon ingezet worden om lokale besturen te helpen om planschade te betalen als ze waterzieke gebieden herbestemmen. Dat is belangrijk. We moeten natuurlijk wel vermijden dat dat Rubicon-fonds uitdroogt, collega's, moeten we in de gaten houden. We weten dat er blijvende inspanningen nodig zijn om ons afvalwater te verzamelen en te zuiveren. En daarbij is het zeer belangrijk dat de gemeentelijke saneringsbijdrage dient, zoals het decreet het voorschrijft, voor onderhoud, vervanging en aanleg van rioleringen en niet om andere leuke dingen mee te doen. We moeten ook voortwerken op de conceptnota van de vorige regering wat betreft de afstemming tussen de verschillende financiële compensatiemogelijkheden. De kloof tussen planschade en planbaatregeling bijvoorbeeld moet kleiner worden. Op het einde van de vorige regeerperiode werd er een plan van aanpak opgesteld om de ruimtelijk meest bedreigde bossen te herbestemmen. We hopen op de nodige planningsinitiatieven, collega's, onder meer sectorale RUPS. 2 weken geleden hebben we hier een debat gevoerd over de klimaatproblematiek, dus we kunnen hier kort over zijn. We moeten en zullen, collega's, hier als Vlaamse overheid onze verantwoordelijkheid nemen. Er komen tal van dossiers op ons af die op het snijvlak liggen tussen landbouw en leefmilieu. Het is al aan bod geweest. We moeten natuurlijk de milieudoelen halen, maar tegelijk moeten we de landbouwers op een rechtvaardige, op een correcte manier behandelen. Dat is ook al een paar keer hier vanmiddag gezegd en ik denk dat daar inderdaad consensus over bestaat. Ik denk dan uiteraard aan de programmatische aanpak stikstof, maar ook MAP komt op ons af en er zijn ook meer streekgebonden dossiers, minister. Ik denk dan aan de poldergraslanden. Wat dat laatste betreft, het openbaar onderzoek is afgesloten. Ik hoop dus dat de lijst nu definitief wordt vastgesteld en dat dat snel kan gebeuren. Want elke dag die we verliezen, betekent ook extra verlies aan waardevolle graslanden. Tot slot nog, voorzitter, iets over ruimte voor wonen. Er is vandaag nog een ruime hoeveelheid woongebied planologisch beschikbaar. Het gaat dan over onbebouwde kavels en om de mogelijkheid om grote percelen te splitsen. Er is met andere woorden behoefte aan activering van het woonaanbod. Beleid van inbreiding, renovatie van bestaande woningen, kernen versterken, innovatieve vormen van wonen mogelijk maken. Zolang we genoeg woonzone hebben, en ik sluit af, houden we onze woonuitbreidingsgebieden best als reserve. We kunnen die aansnijden als het echt nodig is, maar waar ze slecht liggen, staat ook in het regeerakkoord, moeten we ze ook durven schrappen. Dank u wel, meneer Van Dalen. Meneer Sijsers. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, in het luik omgeving wil ik mij beperken tot het stuk ruimtelijke ordening, daar collega Rombouts zelfs het stuk milieu nog voor aan rekening zal nemen. Maar als we het hebben over ruimtelijke ordening, dan komen we elk jaar opnieuw tot de vaststelling dat de impact van ruimtelijke ordening op de begroting, dat die omgekeerd evenredig is met de impact van ruimtelijke ordening op ons dagelijks beleid in Vlaanderen. Ik ga er ook niet lang bij blijven stilstaan dan. Ik wil de korte tijd die mij toegemeten is gebruiken om in te gaan op 2 heel erg belangrijke uitdagingen van ruimtelijke ordening die op ons afkomen, mevrouw de minister. Eerst en vooral, vorige maand heeft u in Oostende de kick-off gegeven
voor het inspraakproject rond beleidsplan Ruimte Vlaanderen. We hebben daar vorige legislatuur zijn we daar 5 jaar bezig geweest rond het groenboek. Ik denk dat het stilaan tijd wordt om hier op basis van de inspraak die we nu verkrijgen gaan te landen. Laat het duidelijk zijn dat wij het hierbij enorm belangrijk vinden dat de principes uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen niet zomaar op de schop gaan. Wij vinden goed principe dat bij de opmaak van RUPS vierkante meters niet meer op een apothekersweegschaaltje zullen gelegd worden. Maar tegelijkertijd denken wij dat het goed is om de kwantitatieve doelstellingen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen te bewaren. Kortom, het beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet volgens ons dynamisch en flexibel genoeg zijn om ons niet vast te rijden in nutteloze juridische discussies, maar moet ons tegelijkertijd de ambitieuze doelstellingen van een realistische ruimtebalans voor ogen houden. Tweede punt, mevrouw de minister, ook daar grijp ik even terug naar vorige legislatuur. Vorige legislatuur, toen we gedurende 3 maanden hier met de commissie Souwens over, toen nog 7 partijgrenzen heen, gebrainstormd hebben over sneller en beter van onze procedures. En ik wil hier terecht niet alleen spreken over sneller, want ook als onze procedures beter worden, zullen ze op termijn natuurlijk sneller zijn. En dat akkoord dat we toen hadden over de partijgrenzen heen, een heel belangrijk gegeven daarbij, dat was natuurlijk die permis uniek waar altijd naar verwezen werd, de omgevingsvergunning, waar we vandaag toch wel op de vooravond staan van een revolutionaire omwenteling in Vlaanderen voor wat betreft het afleveren van vergunningen. Ik denk, mevrouw de minister, dat de uitdagingen dan ook niet min zijn. Ik wil ze nog heel even in herinnering brengen. Eerst en vooral de uitvoeringsbesluiten die er nu moeten komen. En die, daar gaan we vanuit, ook zijn in de geest van de beslissing of de aanbevelingen die we gedaan hebben voor de omgevingsvergunning. In die zin dat we gezegd hebben van kijk, die omgevingsvergunning moet ervoor zorgen dat we maar 1 keer over hetzelfde discussiëren, 1 keer over hetzelfde beslissen en 1 keer over hetzelfde eventueel in beroep gaan of handhaven. En daarmee heb ik stap 2 en stap 3 uiteraard ook al genoemd. We hebben een sluitende beroepsprocedure nodig. En ik wil hier niet tot in den treuren, gelijk ik vorige legislatuur gedaan heb in de commissie, het proces maken van de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Ik denk dat we het fiasco van de Raad voor Vergunningenbetwistingen maar liefst zo snel mogelijk uit ons geheugen wissen, maar wel gebruiken als een goede les om te zorgen dat het bestuursrechtscollege dat minister Hoomans zal moeten installeren, dat dat een performant bestuursrechtscollege wordt, waar diegene die in beroep zijn rechten zoekt, die ook op korte termijn en op een duidelijke manier kan en zal vinden. Uiteraard handhaving, mevrouw de minister, zal moeten gebeuren, ruimtelijke ordening en over de grenzen van ruimtelijke ordening en milieu heen. Ik zie de voorzitter zenuwachtig worden, dus ik ga afronden. Het laatste stuk is misschien nog het belangrijkste, en dat is het stuk van de opleiding. Dat is voor de volgende keer. Mevrouw de minister, al die architecten en studiebureaus die vandaag bouwvergunningsaanvragen doen, milieuvergunningsaanvragen, die zullen op relatief korte termijn moeten leren om een omgevingsvergunning aan te vragen. En de gemeentebesturen zullen moeten leren om die af te leveren. En daarmee doe ik een warme oproep naar alle collega's hier ook in het parlement. Ik herinner mij de discussie destijds over het vrijstelling en meldingenbesluit. Daar was onzekerheid bij ambtenaren. En besluiten die genomen werden, werden naderhand door die politici die erachter gevraagd hadden, terug in twijfel getrokken. Collega's, we hebben allemaal samen gepleit voor die omgevingsvergunning. Ik ga ervan uit dat we over de partijgrenzen daar ook onze schouders mee onderzetten om die in te voeren. Dank u wel. Meneer de voorzitter, collega's, mevrouw de minister, eerstens wil ik u uiteraard feliciteren. Meneer Van Dalen heeft het al gezegd. We willen u feliciteren met het feit dat u hier vandaag een globale beleidsnota omgeving presenteert, dat het niet meer gaat om 2 aparte dingen, leefmilieu en ruimtelijke ordening apart. In de regeringsverklaring stonden ze nog apart, maar nu hebben we 1 beleidsnota omgeving. En ik hoop uiteraard dat dat ook een voorbode mag zijn voor een efficiënt en integraal beleid in zaken leefmilieu en ruimtelijke ordening.
Nu, alleszins, mevrouw de minister, met onze fractie juichen wij de rode draad in uw beleidsnota zeker toe. En de rode draad vooral is dat dan voor ons de vereenvoudiging, de efficiëntiewinsten, minder administratieve lasten, subsidiariteit, geen betutteling of bevoogding van lokale besturen en een oplossingsgerichte administratie die faciliteert en projecten vooruit helpt. Dat is alleszins voor ons heel belangrijk. Nu, collega Sijsens heeft al een paar keren aangehaald, zeker heel de operationalisering van het omgevingsdecreet, maar ook de evolutie naar een echte omgevingsplanning. Ook dat is iets waar we met z'n allen naar uitkijken en waarvan we oprecht hopen dat het een bijdrage kan leveren aan een efficiënter, sneller en uitvoeringsgericht vergunningenbeleid. We weten evenwel dat er nog heel wat werk op tafel ligt. Niet alleen al voor het omgevingsdecreet, waarvan we hopen dat het uitvoeringsbesluit toch wel hopelijk eind 2015 kan ten uitvoering gelegd worden. Maar er is logistiek nog heel wat werk wat dat betreft, maar zeker ook wat betreft de begeleiding en de ondersteuning van de lokale besturen. Nu, daarbij wil ik er toch voor pleiten dat men enerzijds de bestaande know-how bij de lokale besturen, zeker bij de ontvoogde lokale besturen, dat men die niet mag miskennen. En anderzijds, mevrouw de minister, hoop ik uiteraard ook dat men met middelen als vooroverleg en middelen als advies in het kader van die omgevingsvergunningscommissie, dat men daar deze eigenlijk effectief facultatief gaat maken, zodat dat geen vertragend middel gaat worden. Nu, enerzijds is er nog veel werk, maar anderzijds wil ik bij deze toch nogmaals de oproep doen om zeker niet bepaalde dingen vooruit te schuiven. Waar wij zeker voor pleiten is om nu reeds onmiddellijk de socio-economische vergunning mee op te nemen in heel de omgevingsvergunning. We denken dat dat zeer belangrijk is, want wat is vandaag de dag een handelszaak die weliswaar zijn milieuvergunning en zijn bouwvergunning krijgt? Denk bijvoorbeeld aan een doe-het-zelfzaak. Maar wanneer zij dan geen exploitatie of geen socio-economische vergunning heeft, dan staat zij nog nergens. Zeker niet als die socio-economische vergunning dan ook nog zou aangevochten worden. Nu, een ander item wat we zeker willen beklemtonen is de digitalisering. We weten dat dat heel belangrijk is. Wil men sneller en efficiënter vooruitgaan, maar ook voor het uitwisselen tussen de verschillende instanties van de diverse data die er voorhanden zijn. We weten dat op dit ogenblik in zaken ruimtelijke ordening een aantal pilootgemeentes bezig zijn met die digitalisering, maar tot op heden zijn er nog maar een tiental digitale vergunningen ingediend. In zaken milieu is nu onlangs het e-mail online gegaan. Het e-mail waarin men weliswaar in de toekomst poogt digitale milieuvergunningen mee gaan laten indienen. Maar vandaag de dag is het nog alleen maar het ingeven van gegevens. We hopen alleszins dat ook daar de trein iets sneller kan gaan. Een ander item wat ik wel zeer belangrijk vind is de modernisering van het instrumentarium en een krachtdadig evenwichtige gedifferentieerde handhaving. Nu, wat dat instrumentarium betreft, daar denken we zeker dat in zaken de planprocessen en de planninginstrumenten nog heel wat werk is. En dat we zeker heel snel moeten werk maken van die integratie van die MER-proceduren in de planprocedure. Als ik alleen al weet dat vandaag een gewestelijke hub, dat daar de gemiddelde doorlooptijden, dat die ongeveer een 680 dagen duren, dat een MER-procedure gemiddeld 730 dagen duren, dan weten we dat ook daar nog een en ander schort en dat we daar zeker sneller vooruit moeten gaan. Wat betreft dan de type voorschriften, daar juich ik ook uw initiatief toe, mevrouw de minister, dat we daar gaan naar betere en adequatere voorschriften. En ik hoop dat ook daar snel werk van gemaakt wordt. En zeker wat die instrumenten, voor onze fractie uiteraard heel belangrijk, wil ik toch aangeven, is uiteraard het onderzoek naar de invoering van de Lex Silentio. We weten dat men daar in het verleden eerder vijandig tegenover ons stond, maar voor onze fractie is dat toch zeer belangrijk dat die stilzwijgende vergunning, dat die er eindelijk komt. Als een overheid te lang talmt met het afleveren van vergunning, dan mag dat een individu uiteraard geen schade berokkenen. Goed. Ik wilde nog iets zeggen over de woonuitbreidingsgebieden, ja, meneer de voorzitter. Te laat, heel mevrouw kort. Peters. Maar dat woord is nu aan uw Limburgse collega, mevrouw Lieten. Oké. Okay. Ja, ik ben onmiddellijk scherp. Dit is toch 4 jaar, dus. Ja. Dank u wel. Beste collega's, mevrouw de minister, ik ben bezorgd.
bezorgd over de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit op de gezondheid van onze kinderen en op onze kleinkinderen. En daarom, mevrouw de minister, is het denk ik heel belangrijk dat de nodige maatregelen genomen worden en dat men eigenlijk een visie heeft om onze bestaande industrie niet zozeer te compenseren, maar om te bouwen. Om te bouwen en onze KMO's de kans te geven om nieuwe technologieën te kunnen uitdragen die ervoor zorgen dat onze bedrijven minder energie nodig hebben, energie kunnen recupereren, minder uitstoten en minder grondstoffen nodig hebben. En kijk naar Duitsland, waar we daar effectief voor gekozen hebben. Ik haal dat hier aan, mevrouw de minister, omdat ik vind dat u in de steek gelaten wordt door uw collega's. Ik zie namelijk dat het innovatiebeleid, dat men daar eigenlijk de strategische focus om te werken aan duurzame mobiliteit, duurzaam energiebeleid en eco-innovatie gewoon verlaten heeft. En dat we daardoor eigenlijk permanent in een systeem komen waar we bedrijven blijven compenseren voor de kosten, maar niet werken aan de vernieuwing van onze KMO's en niet werken aan de verbetering van onze luchtkwaliteit en ook niet werken aan de verbetering van onze competitiviteit. Ik ben ook bezorgd, beste collega's en mevrouw de minister, over de veiligheidsrisico's die heel wat van onze inwoners lopen naar aanleiding van de opwarming die verder gaat en die zorgt voor de stijging van de waterpeil. Mensen die wonen in de kust, in de poldergebieden, maar ook in de rivierbekkens en in grote steden zoals Antwerpen. En daarom roep ik u ook op, werk verder aan een preventief beleid, onder andere gebruik de instrumenten van ruimtelijke ordening. Maar werk ook verder aan die strategische visie en die plannen om rond die rivierbekkers expliciet een keuze te maken, zowel voor het economische rol, voor de veiligheid, maar ook voor de kwaliteit van het leven en de biodiversiteit. En vooral, mevrouw de minister, voorzie daar genoeg middelen voor, want dat zie ik op dit moment eigenlijk niet. Collega's, ik ben ook bezorgd over de achteruitgang van het welzijn en de geluksbeleving van onze mensen, waar er eigenlijk meer en meer een onevenwicht komt tussen het hectische leven langs de ene kant en onze verbondenheid met natuur. En u zult van mij aannemen dat ik geen naïveling ben of geen geitenwolle sokken naïveling, maar ik voel en ik weet dat heel wat studies aantonen dat als mensen ontheemd geraken en weg van de natuur, dat ze uiteindelijk daardoor ook een stukje in die stresssituatie verzeild geraken. En dus, mevrouw de minister, zet echt in op die kleine natuurgebieden, op die nabijheid van natuur voor de mensen, op die speelbossen, op die stadsbossen en op die kleine natuurgebieden die het mogelijk maken om voor mensen om even te ontsnappen aan het stedelijk hectische leven. En dat doet u niet door te besparen op de subsidies voor de natuurverenigingen, mevrouw de minister, en doet dat alsjeblieft ook niet om onder het mom van de besparingen al de dan resterende middelen in te zetten voor die grote Europese natuurprojecten, ten nadele van die nabije natuur, van die kleine natuurgebieden die het leven van ons allemaal aangenaam maken. Mevrouw, ik ben ook bezorgd over het verdwijnen van de biodiversiteit, die zeer snel gaat en die schade is onherstelbaar. En ik vraag u, mevrouw de minister, u heeft heel veel bondgenoten. De provincies die het voortouw nemen en het klimaat neutraal maken. Gemeenten die een bedreigde diersoort adopteren. Ik heb nog 22 minuten. Nee, maar we ronden af. Daarom zeg ik, we ronden af. Ik zal zorgen. Natuurverenigingen die een zeer sterk engagement hebben in het ontwikkelen en beheersen van natuur. Bekende Vlamingen die hun nek willen uitsteken. En ook, mevrouw de minister, mijn partij, die over de grenzen van meerderheid en oppositie wil meewerken en haar verantwoordelijkheid wil opnemen. Maar mevrouw de minister, respecteer uw bondgenoten, trek ze naar u toe en stoot ze niet af. Neem hun subsidies niet af, maar maak ze sterker en geef ze zuurstof om samen met u hun schouders hieronder te zetten. Dank u wel, meneer Sanctorum. Nee, wees gerust. Ja, voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Ik zou willen beginnen met de volgende stelling. De omgeving in Vlaanderen staat onder druk. Onze leefomgeving staat onder druk. En dan heb ik het eigenlijk niet alleen over de luchtkwaliteit, over de waterkwaliteit, het materialengebruik, klimaatverandering, de bodemkwaliteit, de steeds toenemende verharding van open ruimte. Nee, dan heb ik het in de eerste plaats
over het beleidsdomein omgeving. Het gaat inderdaad nu over leefmilieu en ruimtelijke ordening tezamen als omgeving. Wel, dat beleidsdomein omgeving staat onder druk. Het budget van omgeving staat onder druk. En ik kan daar een aantal voorbeelden voor geven. Het gaat dus niet alleen over generieke besparingen. En ik denk dat er dan een parallel te trekken valt met cultuur. Het gaat niet alleen over generieke besparingen, maar er zijn een aantal punctuele zaken die aantonen dat het omgevingsbudget nog eens extra onder druk staat. En ik geef een aantal voorbeelden. Het Klimaatfonds. We hebben onlangs het grote klimaatdebat gehad. Wel, dat Klimaatfonds heeft sinds 2013 €0 bijgekregen. €0. En dan wordt steeds gezegd van, ja, maar er komt geld. Er zit ergens geld op een bank van de, op een rekening van de Nationale Bank, €188 miljoen. En we moeten dat nog verdelen met federale en andere gewesten. En dat komt allemaal in orde. Wel, dat is iets dat we ondertussen al 5 jaar te horen krijgen. Ik neem daar geen genoegen meer mee. En sinds 2013 is er dus geen bijkomend budget gekomen voor klimaatbeleid, tenminste niet in dat klimaatfonds. En er is onduidelijkheid over de financiering van het klimaatbeleid vanaf 2015. We zijn bijna 2015. Het gaat hier over begrotingsontwerp 2015. Wel, er is geen enkel budget voorzien vanuit het klimaatfonds om bijkomend beleid te realiseren. Het gaat nog altijd over het uitwerken van het beleid dat we eigenlijk beslist hebben voor 2013 en 2014. Ik ga verder. Luchtbeleid. Geen nieuwe middelen. De verminderde toelagen aan de drinkwatermaatschappijen staat expliciet in het begrotingsontwerp. Er wordt vanuit een beleidsbeslissing €48 miljoen bespaard. En, meneer de minister-president, hoe wordt dat gecompenseerd? Ah, via een belastingverhoging. Er werd hier altijd gezegd, geen belastingverhoging, want alleen de socialisten doen dat. Hè. Dat was uw credo. Wel, nee, dat is hetgeen dat jullie altijd hebben gezegd. En we stellen vast, de bovengemeentelijke saneringsbijdrage zal stijgen omdat jullie die toelage verminderen aan de drinkwatermaatschappijen. En ik ga verder. Regionale landschappen en bosgroepen is geëvacueerd uit de leefmilieubegroting, kwam in het provinciefonds terecht, tenminste de middelen daarvoor, of een groot stuk daarvan. Ondertussen is dat provinciefonds afgeschaft. Rubiconfonds, en dat is wel erg straf, werd daar net naar verwezen door collega Van Dalen. Men verwacht voor 2015 inkomsten uit de planbaten. Wat gebeurt er met die inkomsten? Die gaan naar de algemene middelen. We gaan daar nu niks mee doen. Die gaan naar de algemene middelen. En dan, tot slot, een laatste voorbeeld, want ik zie dat mijn tijd aan het slinken is. Via een regeringsamendement in de commissie Financiën, dus na de discussie in de commissie Leefmilieu, wordt er nog beslist om €10 miljoen minder dotatie te geven aan het MINA-fonds. MINA-fonds dat echt dient om milieubeleid te financieren. En dat gaat dan naar studietoelagen. Dus dat is gewoon €10 miljoen dat eigenlijk uit de milieubegroting wordt gehaald richting een andere begroting. Wel, mevrouw de minister, wat leid ik daaruit af? Dat het budget voor omgeving, dat zo'n beetje een reservepot is voor alle andere beleidsdomeinen. Als er ergens geld nodig is, maakt u geen zorgen, want er is nog altijd dat omgevingsbudget waar nog wel iets kan afgepitst worden. En eigenlijk, mevrouw de minister, is dat een beetje in lijn met wat uw beleidsnota ook stelt. Uw beleidsnota stelt duidelijk dat er 2 uitgangspunten zijn. No goldplating en een sterk investeringsklimaat. No goldplating betekent dus, we gaan vooral niet meer doen dan wat Europa ons vraagt, terwijl Europa nu net aan een afbouw bezig is van milieuwetgeving. En dat stabiel investeringsklimaat, wel, mevrouw de minister, ik ben het ook eens dat economie een belangrijke focus is, maar u bent minister van Omgeving en u moet vertrekken vanuit die bekommernis voor omgeving. Goed. En niet een economische bekommernis. Meneer De Bruin, alstublieft. Dank u wel. Collega's, 2 minuten om namens mijn fractie toch nog een paar bijkomende accenten te leggen. En of dat er 2 of 3 worden, hangt een beetje af van de snelheid waarmee ik praat en van de mildheid van onze voorzitter. Volgt u het samen met mij?
1. Wat de planologische verankering van gerealiseerde natuurgebieden betreft, is het voor ons in eerste instantie belangrijk dat de effectieve bos- en natuurgebieden maximaal worden gevrijwaard, net als de rest van de open ruimte. Wij vinden dan ook dat dit een belangrijk uitgangspunt moet zijn in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen en bij alle beslissingen die de Vlaamse regering zal nemen wat betreft het voorzien van ruimte voor harde functies in de toekomst. Want laat ons eerlijk zijn, vanuit het principe van verstandig ruimtegebruik zou het nogal vreemd zijn om bestaande natuurgebieden op te offeren voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijventerreinen, terwijl we terecht moeten focussen op bijkomende natuur, onder meer ook in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen. En ja, collega's, daar zijn ze weer. Accent 2. Wie IHD zegt, zegt pas. Een van de laatste parlementaire beslissingen van de vorige legislatuur betrof het wijzigen van het natuur- en bosdecreet om uitvoering te geven aan de instandhoudingsdoelstellingen, iets waar Europa ons terecht op wees en terecht toe verplichtte. Keerzijde van deze positieve evolutie is de onzekerheid die over een aantal landbouwbedrijven is gekomen. U heeft er vandaag al meer over gehoord. Wij menen dat we met PAS daar een gepast antwoord op kunnen geven. Een combinatie van maatwerk, flankerend beleid, diversificatie, herstructurering, nieuwe technologieën moeten het mogelijk maken om rechtszekerheid en bedrijfsvoering maximaal te behouden. Ik neem een gokje. Derde accent, soortbescherming, is al jaren een wat moeilijk verhaal. Het gaat behoorlijk traag. Mevrouw. De aanzet die de minister heeft gegeven in de beleidsnota om 4 dierenplanten per jaar te beschermen, gaat in de goede richting en kan op onze volle medewerking rekenen. Mevrouw. Dank u wel, Rombouds. Voorzitter. Mevrouw Rombouds. Dank u wel. Voorzitter, beste collega's, beste minister. Alsjeblieft. Sta mij toe mijn tussenkomst toch nog te beginnen met even terug te komen op de opmerkelijke bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse regering. U hebt een zeer mooie en coherente bevoegdheidsportefeuille. De kruisbestuivingen en wederzijdse verrijkingen die mogelijk zijn met de combinatie leefmilieu, ruimtelijke ordening en landbouw biedt kansen en zullen zeer belangrijk zijn in de uitdagingen die in de 3 beleidsvelden op ons afkomen. Natuurlijk zal een interessante bevoegdheidsverdeling er niet voor zorgen dat de tegengestelde ruimtevragen plots wegsmelten. Maar betere instrumenten zullen het kader waarin die veelheid aan ruimteclaims tegen elkaar afgewogen worden transparanter en mogelijk vlotter maken. Tegelijkertijd hebt u in uw verschillende bevoegdheden ook nog grote sectorale uitdagingen. En voor leefmilieu en natuur is de inzet op de instandhoudingsdoelstellingen om te komen tot een veerkrachtige natuur, een rijke biodiversiteit en een beter leefmilieu als prioritaire doelstelling opgenomen in het regeerakkoord en ook in uw beleidsnota. Nu, tegelijkertijd moet er dan ook wel gezegd worden dat er inderdaad voldoende budget voorzien moet worden voor zowel natuurherstel als voor de mitigerende maatregelen die de soms moeilijke beslissingen moeten omkaderen. Onderschat niet, mevrouw de minister, maar misschien ook vooral collega's, de impact van deze maatregelen op honderden familiale bedrijven in Vlaanderen. We doen zeer moeilijke en grote inspanningen om de natuur in Vlaanderen te versterken en te verduurzamen. In het kader van het Europese instandhoudingsdoelstellingen wordt gevraagd om de stikstofdepositie in de speciale beschermingszones radicaal aan te pakken. Dit zal zware inspanningen vragen vanuit industrie, verkeer en landbouw. Maar tegenover deze zware inspanningen voor natuur moet er ook een eerlijk, fair, mitigerend beleid uitgewerkt worden voor de getroffen bedrijven. Door de verwevenheid van het agrarisch gebied en de speciale beschermingszone, de ligging van bedrijfszetels en de specifieke stikstofuitstoot staat de landbouwsector op de frontlijn in deze discussie. Nu, alle landbouwbedrijven werden, zoals daarnet ook al aangehaald, de voorbije maanden geïnformeerd. En velen kregen dan ook een moeilijke tot zeer moeilijke boodschap. De informatiebrieven hadden onmiddellijk impact op een aantal bedrijfsvoeringen in honderden familiebedrijven, die nu al investeringen, uitbreidingsplannen of bezig waren met uitbreidingen, verhuisplannen en andere plannen hadden.
Collega Dossier citeerde daar straks uit een brief waarbij ik inderdaad ook spijtig genoeg moet vaststellen dat het geen unieke brief is. En dat naast de verschillende telefoontjes of gesprekken. En sta mij ook toe om er ook eentje mee te geven. Een landbouwersgezin, dertigers, besliste een tijdje geleden dat Vlaanderen te klein was voor hun ondernemerschap. En zij zoeken een nieuwe uitdaging in het buitenland. Deze zomer vonden zij een landbouwbedrijf van hun dromen in Frankrijk. Zij onderhandelden en tekenden het contract, onder voorwaarde dat ze hun huidig Vlaams bedrijf kunnen overdragen. Al geluk gaat het hier over een modern, goed uitgerust bedrijf en vinden zij op korte tijd een overnemer. Maar tijdens de onderhandelingen en het punt van ondertekenen valt de pasbrief in de brievenbus. Rood. Er is geen financiering meer voor de overname. De overname wordt stopgezet en het aankoopcontract in Frankrijk wordt dus ook vernietigd. Collega's, de problemen zullen niet enkel ontstaan bij het aflopen van de milieuvergunningen. Zoals velen effectief foutief denken. De problemen zijn er nu en vragen dan ook nu oplossingen. Op de hoorzitting was er een kamerbrede consensus dat deze bedrijven en bedrijfsleiders correct en fair moeten behandeld worden. En ik heb het ook daarnet in verschillende tussenkomsten gehoord. Deze regering maakt zich sterk dat ze een verstandig natuurbeleid wil voeren en het ondernemersvriendelijk willen zijn. Ik hoop dan ook dat de woorden die zijn uitgesproken in de hoorzittingen en ook daarnet hier in de plenaire vergadering meer waren dan louter bewijzen van lippendienst. En ik kijk niet enkel naar u, minister, zoals ook sommige collega's wel naar u kijken. Want ook die collega's weten dat de nota op de tafel ligt en dat het nu misschien aan hen is om de stap te zetten. Ik hoop effectief dat het over de partijgrenzen heen oprecht de bedoeling is om een serieus antwoord te bieden op de noodkreet en dat met spoed. Ik kijk dan ook uit naar vrijdag. Een ander begrotingsgerelateerd aspect... Kunnen we afronden, alstublieft? Het laatste wat ik wil aanhalen... Nee, maar we gaan afronden. ...is de drinkwaterfactuur. Maar bij deze, voorzitter, ga ik aan uw woorden een antwoord geven en wil ik u bedanken voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Romboud. Meneer Ronse. Is die moeder geworden? Beste collega's, minister, jaarlijks wordt meer dan 2000 hectare extra ruimte ingenomen in Vlaanderen. Dat zei u tijdens de relance van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Terecht stelt deze Vlaamse regering dat we onze manier van omgang met ruimte moeten herdenken. Het is erg belangrijk dat u voortbouwend op het Groenboek het beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal realiseren. Inbreiding en herbestemming zullen daarbij essentieel zijn, want onze beschikbare ruimte is schaars. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal ook bepalend zijn voor onze mobiliteit en onze doelstellingen rond klimaat. Een beleidsoverschrijdende aanpak is dus aangewezen. Onze fractie zal u ondersteunen om een eigentijds, visionair en sterk gedragen kader uit te werken, zodat Vlaanderen haar ecologisch en economisch potentieel kan blijven waarmaken. Minister, u voorziet niet alleen een nieuw kader, maar ook nieuwe procedures over hoe we onze ruimte zullen benutten. U zal namelijk de omgevingsvergunning en het decreet complexe projecten in de praktijk omzetten. En ik volg de geest van de tussenkomst van collega Seyssens. Het gaat hier om twee instrumenten die inzetten op betere kwaliteit van beslissingen en vereenvoudigde procedures. Het is heel belangrijk dat die instrumenten goed uitgewerkt zijn alvorens ze in werking treden. Daarbij stip ik drie concrete zaken aan die voor ons belangrijk zijn. 1. Volgens de huidige regelgeving is de milieuvergunning geldig voor 20 jaar. In het kader van de omgevingsvergunning wordt die permanent, maar wordt ze wel geëvalueerd in het kader van de best beschikbare technieken. Hier is het zeer belangrijk dat er duidelijkheid is in zaken aanleiding en overgangsperiodes bij evaluatie, waarbij vergunningshouders zich kunnen regulariseren. 2. Milieuvergunningen worden vandaag in beroep behandeld bij de Raad van State. Na intrede van de omgevingsvergunning worden ze ook door een administratief bestuurscollege behandeld. Het is cruciaal dat we de behandeling van beroepen op zijn minst even vlot laten verlopen als op vandaag bij de Raad van State verloopt. Zonder garantie op goede beroepsprocedures is elk nieuw instrument per definitie zinloos. 3. Het decreet complexe projecten voorziet kortere procedures en versnelde adviezen voor projecten van groot maatschappelijk belang.
Daarbij is het erg belangrijk dat de Vlaamse regering van meet af aan duidelijkheid schept over de criteria die daartoe zullen worden gehanteerd. Ik zie dat ik nog 40 seconden heb, dus ik steek er nog een vierde uitdaging bij, namelijk wat de omgevingsvergunning betreft. Sterke aandacht ook op implementatie bij lokale besturen. Daar kan het digitaal loket van belang zijn om daar ook het luik, het aspect milieu in op te nemen. Ten slotte, minister, ons ruimtelijk beleid is even bepalend voor het ondernemersklimaat als de loonkosten en de fiscaliteit. Uw beleidsnota bevat alle elementen die nodig zijn om de uitdagingen tegemoet te komen. Uw beleid zal geslaagd zijn wanneer ondernemers op een eenvoudige, rechtszekere manier een vergunning zullen bekomen, zodat zij in optimale omstandigheden aan onze welvaart kunnen bouwen. Dank u wel, meneer Nevens. Meneer Nevens. Ja, meneer de voorzitter, meneer de minister-president, mevrouw de minister, collega's. Ik heb de eer om u te onderhouden over het meest welriekende onderwerp in dit alle front, het mestactieplan. Er staat intussen een nieuw mestactieplan in de stijger. En ik heb begrepen dat dat een moeizaam proces is geworden en dat is het nog steeds. De discussie met de Europese Commissie of het voorliggende ontwerp wel degelijk meer verschil zal maken wat de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit betreft, loopt nog steeds. Daarnaast is er het wantrouwen van de milieubewegingen over wat er nu vandaag op tafel ligt. Ook onze fractie maakt zich zorgen. We vragen ons af of dit nieuwe mestactieplan dat voortbouwt op het vorige met gelijkaardige focus wel tot de waterkwaliteitsdoelstellingen zal leiden. We zitten in elk geval nu al achter op de doelstellingen en ja, we komen van ver en er zijn al heel wat inspanningen gedaan, maar tegelijk weet u ook, mevrouw de minister, dat de laatste loodjes altijd het zwaarst wegen. En dat is in dit dossier niet anders. Men start altijd met de makkelijkste inspanningen, wat evident is, wat kosten baten efficiënt is. Vandaar dat het voor onze fractie van belang is dat er ditmaal resultaatsverbintenissen in het map 5 staan. Het is niet meer voldoende om te proberen, het moet tot resultaat leiden. Een inspanningsverplichting alleen is niet voldoende. Tot slot wil ik nog stilstaan bij het fosfaatprobleem in onze bodems. Het debat lijkt in deze te vervallen in een of-of verhaal, terwijl het juist voor ons een en-en verhaal moet zijn. Landbouw en milieu kunnen en moeten hierin samengaan. Helaas lijkt het fosfaatprobleem er alleen maar groter op geworden. We zijn benieuwd of de minister de intentie heeft om dit probleem daadwerkelijk structureel aan te pakken. Naar ik verneem blijft dat één van de twistpunten met de Europese Commissie die aandringt op maatregelen waar dat vandaag in de ontwerpfase van MAP 5 zwaar onderbelicht is. Beste collega's, we willen dat het nieuwe MAP 5 doeltreffend is en daadwerkelijk een effect heeft op het terrein. Het nieuwe MAP 5 mag voor onze fractie dus gerust ambitieuzer zijn. Gelet op de kanttekening die ik zo net uitte namens mijn fractie, maar die ook anderen, zoals de Milieubeweging en de Europese Commissie, kunnen ervan overtuigen dat er nog werk aan de winkel is. Maar er is nog ruimte tot aanpassing en ik hoop dan ook dat mevrouw de minister wil meeschrijven aan een positief verhaal en onze fractie is alleszins bereid om daar voluit aan mee te werken. Graag had ik nog even iets gezegd over het stookolietankfonds tenslotte. Is iets waar tal van burgers met vervuilde boten ten gevolge van lekkages van hun stookolietank al een tijdje op wachten. Er is de wachtlijst bij OVAM en die maar aangroeit om het fonds in weerwil van de goede voornemens maar niet van de grond geraakt. Reeds in 2009 stond het reeds in het regeerakkoord en nu staat het er opnieuw in. En ik zou vragen aan de minister om nu daadwerkelijk de koe bij de oren te vatten. Duidelijk. En dus dat stookolietank op te nemen. Meneer Sint-Ubin. Ja, voorzitter, ik ben toch wel een beetje verrast. Ik ben toch wel een beetje verrast. Misschien als ik ga zeggen wat ik moet zeggen, zullen ze misschien minder applaudisseren, want ik ben toch wel, mevrouw de Ridder, u kent niet zoveel waarschijnlijk van de landbouw, maar ik ben toch wel een beetje verrast van de teneur van uw toespraak wat betreft de mestproblematiek.
Als ik u goed begrepen heb, ik heb u misschien verkeerd begrepen, maar als ik u goed begrepen heb, pleit u hier eigenlijk voor om eigenlijk het MAP 5 nog strenger te maken zoals het er nu voor ligt. En vooral om de verantwoordelijkheid bij de landbouwers te leggen. Nu, ik moet zeggen, ik heb de discussies meegemaakt van MAP 3, MAP 4, en van in het begin van een mestactieplan, iedere keer het volgende mestactieplan was een verstrenging. We hebben het daar juist gehad over de discussie over de instandhoudingsdoelstelling. Ik heb in mijn algemene tussenkomst ook gesteld dat de landbouwsector en de tuinbouwsector de afgelopen jaren steeds meer en meer onder druk komt te staan. He, door allerlei zaken, onder andere het mestactieplan en de Europese richtlijnen ter zake. En nu komt hij hier zeggen, er moet eigenlijk nog een tandje bijgestoken worden. Dat verbaast mij van jullie fractie. Ik dacht in het verleden dat er een ander standpunt werd ingenomen. En nu kunt u misschien mij zeggen, klopt het wat ik hier zeg over uw tussenkomst of zo? Of heb ik dat volledig verkeerd begrepen? Ja, meneer Sint-Aubin, men heeft ons hier al voor cultuurbarbaren versleten. U verslijt ons voor klimaatbarbaren. Wij vragen hier enkel wat Europa ons vandaag oplegt. Hè. Wij vragen om uit te voeren wat men ons vraagt. Niet meer of niet minder. En wij vragen dus aan de minister om dat nieuw mestactieplan niet vrijblijvend te maken, maar om daar ook effectief wel doelstellingen aan te kloppen waarvan men weet dat die ook kunnen gerealiseerd worden. U moet begrijpen dat we vandaag een probleem hebben rond stikstof en fosfaten in ons grondwater. En als we daar vandaag niks aan doen, dan schuiven we inderdaad de boodschap door naar de toekomst. En wij willen met onze fractie daar effectief vandaag oplossingen voor. En we vragen dus aan mevrouw de minister om dus rekening te houden met wat Europa ons vandaag oplegt, om dat ook te verwerken in dat nieuwe MAP 5. Mevrouw Hombouts. Dank u wel, voorzitter. Nu, ik wil eerst mijn tussenkomst aanhouden dat ik nog altijd mij een beetje erger aan het feit dat er zo'n eenzijdige benadering wordt gemaakt ten aanzien van de hele MAP-discussie. Alsof dat er een gigantisch groot probleem is met de Europese Commissie, omdat er een partner gaan lopen is aan tafel. In deze wordt er naar één kant van het verhaal geluisterd. Wij hebben de gewoonte om naar twee kanten te luisteren. Maar oké, dat is ieders zijn eigen manier van werken. Maar ik heb er wel een beetje probleem mee om zo eenzijdig de discussie te benaderen. Los daarvan wilde ik aan collega een heel punctuele vraag stellen. U haalde in het begin van uw vertoog aan dat u resultaatverbintenissen wenst in een hele MAP-decreet of de mestactieplan. Nu, mijn vraag is, aan welke resultaatsverbintenissen of aan welke methodieken denkt u dan? Meneer Neves. Ja, ik ga hier vandaag geen resultaatsverbintenissen op tafel leggen. Het is de taak om samen aan tafel te zitten om oplossingen te zoeken en om resultaten die haalbaar zijn en betaalbaar zijn in dat MAP 5 te verwerken. Maar daarvoor is er dialoog nodig en die dialoog is essentieel om een MAP 5 op tafel te krijgen dat werkbaar is en dat realiseerbaar is. Dus we zouden er eigenlijk op aan pleiten om opnieuw die dialoog aan te gaan met de natuurvereniging, met de milieubewegingen, om samen een oplossing te zoeken voor het probleem dat vandaag reëel is. Er is vandaag veel te veel stikstof in het grondwater. Er zijn vandaag veel te veel fosfaten in ons grondwater. Mevrouw Rombouts en dan mevrouw Lieten. Dank u wel, voorzitter. Nu, ik ga ervan uit dat u, als u inderdaad bepleiter bent om terug aan tafel te zitten, dat u in de plaats van het eenzijdig verhaal twee kanten bekijkt en misschien de partners ook zelf aanmoedigt om samen aan tafel te zitten. Dat enerzijds. Anderzijds ga ik ervan uit dat u het verleden, het mestactieplannen uit het verleden en de hele evolutie ook kent. Dat u daar ook weet op welke manier er gewerkt wordt, samengewerkt wordt met sectoren om resultaten te halen. Dus vandaar dat ik toch denk ik terecht, als u aangeeft dat er in het verleden geen goede methodieken gebruikt werden, dat ik aan u mag vragen, als u nu pleit voor resultaatverbintenissen, aan welke methodieken of aan wat u specifiek denkt. Mevrouw Lieten en dan meneer Van Dalen. Mevrouw Lieten. Ja, mevrouw Rombouts. Uw opmerking verbaast mij toch, want het is niet zomaar een partner die gaan lopen is van de onderhandelingstafel. Het zijn de natuur- en milieuverenigingen die
kennis van zaken hebben over deze problematiek, die een groot engagement hebben en die ook in het verleden een heel grote onderhandelingsbereidheid en realiteitszin hebben getoond. En als die van tafel opstaan omdat ze gewoon geen goedwillende meer zien en het niet meer zien zitten, dan is dat wel een ernstig signaal. En het verbaast me dat u als voorzitter van de Commissie Natuur en Leefmilieu dit zo maar een beetje minnetjes beschrijft. Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Wel, ik denk dat collega Romboots inderdaad Bart Nevers dingen heeft horen zeggen die ik hem niet heb horen zeggen. Collega, ik hoor hem inderdaad zeggen dat we moeten doen wat Europa vraagt. Ik denk dat dat ook is wat in het regeerakkoord staat. Meer heeft hij niet gezegd, ook niet minder. En dat hij zegt dat inderdaad dialoog nodig is. Hè. Hij verwijst naar natuurverenigingen, dat die natuurlijk gaan lopen zijn nu of weggestapt zijn. Ik heb er zelf een tussenkomst over gehouden onlangs, dus dat is geen geheim. Maar uiteraard wil de collega ook dat dat de landbouwsector daarbij betrokken is, anders heb je natuurlijk geen dialoog. Dus dat heb ik hem alleszins zo niet horen zeggen, zoals u het interpreteert. En die resultaatsverbintenissen, oké, dat is... Wij zeggen ook niet dat het allemaal verkeerd is wat in het verleden is gebeurd, collega. Ik denk dat we er ook telkens achter stonden, achter de stappen die gezet zijn, dat we ook samen hebben gedaan. Dat er inderdaad veel verbetering is opgetreden, zijn allemaal blij mee, er zijn stappen gezet. Maar... Goed, ja, de eisen verstrengen, de mogelijkheden zijn ook telkens, de techniek gaat vooruit, er zijn ook dingen mogelijk die in het verleden niet mogelijk waren. En ik denk dat we nu inderdaad kunnen gaan naar resultaatsverbintenissen in plaats van inspanningsverbintenissen. Kort repliek, voorzitter, op tussenkomst van collega Liete. Om voor goed begrip, ik heb niet aangehaald dat ik dit niet spijtig vind en dat ik dit zelfs erg vind. Maar ik haal wel aan dat ik de gewoonte heb om de twee kanten te aanhoren en dat ik beide partners dan ook zal stimuleren om terug aan tafel te zitten. Maar zeggen het ene en de eenzijdige benadering, daarop heb ik mijn repliek net gegeven. Meneer Sanctorum. Ja, als het over mest gaat, dan is er altijd wat nervositeit in het parlement. Hè? Maar collega's, ik ben het helemaal eens met collega Nevers die daar staat. Hij heeft volledig gelijk. En ik stel vast, mevrouw Rommels, dat u vooral steun krijgt vanuit de Vlaamse Belangfractie. Dat is ook een vaststelling. Maar goed, oké. Dat is aan jullie om die afweging te maken. Maar ik hoor maar één bekommernis en ik hoop inderdaad dat de ganse Vlaamse regering en de ganse meerderheid dit zal meenemen. We staan bij het aflopen van map 4 en nog altijd voor 26% van de mapmeetpunten wordt de nitraatnorm niet gehaald. En dat is op basis van alles wat we tot nog toe in het verleden hebben gedaan. Als er dan bezorgdheid is over die 5% doelstelling te halen tegen 2018, dan vind ik dat meer dan terecht. Omdat blijkt dat met de methodes, met de technieken die we tot nog toe hebben toegepast, dat het zeer moeilijk is. En dan is het zeer terecht dat men zegt van, Ola, we gaan meer moeten doen dan we misschien vandaag proberen te doen vanuit een reflex eigenlijk om zoveel mogelijk landbouw af te schermen. Want dat is natuurlijk hetgeen dat hier aan de gang is. Meneer Nevers, was dat uw eerste optreden achter de sprekersstoel? Dan krijg je ook geen applaus. Goed, meneer Van Kampenhout. Ja, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, beste collega's. Ik ga niet spreken over mest. Het is een grote stap voorwaarts inderdaad dat er een globale beleidsnota omgeving is. De zorg voor het leefmilieu is een constante evenwichtsoefening tussen enerzijds het nemen van milieuvriendelijke maatregelen en anderzijds het vrijwaren van economische, sociale en sociale belangen. We gaan ook economische instrumenten gebruiken om het milieu duurzamer te maken. De regering heeft die evenwichtsoefening goed begrepen. Zij zet wat de verbetering van de grondwaterkwaliteit betreft resoluut in op een zuinig gebruik en hergebruik van water. Door het correct, maar redelijk en billijk doorrekenen van de wettelijke kosten van watergebruik wil zij streven naar een gedragsverandering en wordt duurzame innovatie gestimuleerd. Gratis bestaat echter niet, ook drinkwater heeft een kostprijs. We hebben gezien in Antwerpen bij het overstappen van een forfait naar meters en het aanrekenen van de saneringsbijdrage dat mensen veel bewuster en duurzamer met water omgaan. Wat een goede zaak is. Er worden bijvoorbeeld veel meer regentonnen gekocht in Antwerpen, meneer Van Bezien. Er zijn natuurlijk wel flankerende maatregelen nodig om de toegankelijkheid voor iedereen tot drinkwater te waarborgen. Wat het beleid ten aanzien van grote vervuilers, zoals de industrie en landbouw betreft, wordt ingezet op een handhavingsbeleid gecombineerd met ondersteuning en begeleiding. Ik ga het landbouwdebat niet heropenen. U zal wel begrijpen dat ik daar minder affiniteit mee heb.
De regering is er zich ook van bewust dat, ondanks de goede kwaliteit van het geleverde drinkwater, het distributiesysteem kwetsbaar is voor incidentele verontreiniging. Daarom is er verhoogde aandacht en sensibilisering voor de conformiteit van de binneninstallaties in alle gebouwen het probleem van de lode buizen. Ook aan de gebruikers van putwater geeft de regering aandacht. Het gebruik van putwater kan gezondheidsrisico's tot gevolg hebben en zelfs een impact hebben op de kwaliteit van de openbare watervoorziening. Die bijzondere aandacht voor de kwaliteit en het duurzaam gebruik van het grondwater krijgt van onze fractie alle aandacht. En dan vraag ik ook de minister bijzondere aandacht en geef ik haar ook bijzondere steun voor het decretaal kader dat de minister zal maken omtrent de lage emissiezones. Het zal een kader zijn waarbinnen ook de steden, zoals Antwerpen, die pionier zijn wat de lage emissiezone betreft, de nodige accenten zullen kunnen leggen, rekening houden met de sociale draagkracht van de toe te passen criteria. Een aantal steden, zoals Antwerpen, gaat zo'n lage emissiezone invoeren. Dat is belangrijk, aangezien een dergelijke zone een wezenlijk onderdeel vormt van de uitvoering van een luchtkwaliteitsplan voor een agglomeratie. Dus ik kijk uit naar uw antwoord met betrekking tot het decretaal kader van de lage emissiezones. Dank u wel. Meneer Sanctoren. Ja, voorzitter, collega's. Meneer Van Kampenaat is eigenlijk geen vraag rechtstreeks aan u, maar ik ga uw tussenkomst gebruiken als aanleiding, omdat u nogal de nadruk hebt gelegd op kwaliteit van water, afvalwater, zuivering en dergelijke meer. Maar het toeval wil nu dat die verschuiving vanuit dotatie MINA-fonds naar studietoelagen, als je dan eens kijkt in de begrotingstabellen, waar wordt die 10 miljoen euro exact weggehaald? Wel, ik zal u zeggen waar. Ik neem het er even bij. Dat gaat over werking en toelagen aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor integraal waterbeleid en meer in het bijzonder de post die gaat naar ondersteuning van onder andere lokale besturen als het gaat over aanleg van rioleringen, afvalwaterzuivering. Dus daar wordt net 10 miljoen euro bespaard. Dus mijn vraag aan de minister eigenlijk, niet aan u rechtstreeks, maar aan de minister, is waar dat die besparing exact zal gebeuren. Welke dossiers, welke rioleringen, welke afvalwaterzuivering zal niet kunnen gebeuren omwille van die besparing? Goed, dat zal de minister op antwoorden. Ten slotte hebben we nog mevrouw Sophie Joosen. Ja, bedankt voorzitter, collega's. Dierenwelzijn is voor het eerst een Vlaamse bevoegdheid. En het is dan ook voor het eerst dat er een Vlaamse beleidsnota en een Vlaamse begroting dierenwelzijn voor ons voorligt. En net zoals in de commissie wil ik ondanks mijn beperkte tijd toch eventjes benadrukken welke unieke kans hiermee voor ons ligt. De uitdagingen op het vlak van dierenwelzijn die zijn immers nog groot. Met zijn beleidsnota wil de minister zijn actieplan uitwerken op drie pijlers. Het eerste is het beleid, de bestaande wetgeving verbeteren en op een aantal vlakken uitbreiden. Het tweede, de controle, de wantoestanden gaan aanpakken. En het derde, de sensibilisering. Een actief beleid brengt natuurlijk ook de nodige uitgaven met zich mee en daartoe zal de minister een dierenwelzijnsfonds oprichten. Dat is een vraag die al langer leeft en ik ben dan ook zeer verheugd dat het er van komt. Belangrijk hierbij voor onze fractie is dat het gaat om reeds bestaande middelen en dat we dus geen bijkomende lasten gaan creëren voor de burgers. Dit dierenwelzijnsfonds zal dienen voor de financiering van die drie pijlers. Een aantal zaken zal ik er eventjes uitpikken. De adviesraden, onderzoek en studie, de opleiding voor asielmedewerkers, een meldpunt voor dierenartsen, ondersteuning van de controles, sensibilisering en communicatie, niet alleen van de dierenhouders, maar ook de kwekers en de schepenen van dierenwelzijn die actief zijn in onze lokale besturen. Minister Weitz, en het is jammer dat ik het hem niet persoonlijk kan zeggen, maar onze fractie is zeer verheugd met uw beleidsnota. U grijpt de kansen die voor ons liggen. U zet dierenwelzijn op de kaart als een volwaardige bevoegdheid hier in het Vlaams parlement. En u zet ook Vlaanderen op de kaart als een regio die inzet op zorg voor dieren. Dank u wel. Mevrouw Joos, dat was uw eerste optreden. Fischat. Mevrouw Schouwvliegen. Dank u wel, voorzitter, collega's. Ik heb goed geluisterd naar de verschillende tussenkomsten en ik wil ook de collega's bedanken die
gewezen hebben op de grote opportuniteiten die het samenvallen van ruimtelijke ordening en leefmilieu biedt om een echt omgevingsbeleid te voeren. Voor mij is ook prioriteit natuurlijk vereenvoudiging en versnelling van instrumenten. De omgevingsvergunning, het uitvoeringsbesluit, staat vrijdag op de regering. En daar doen wij dus ook heel snel verder. En het klopt inderdaad dat we moeten zien, collega Sijsens, dat ook de lokale besturen en alle actoren die daarmee aan de slag moeten gaan, dat zij ook goed voorbereid zijn op die omgevingsvergunning. Daarom ook is er een engagement in de Vlaamse regering dat wij onder andere opleidingen zullen organiseren voor al wie daarmee aan de slag moet gaan. Er is ook nog wat tijd. Als wij nu het besluit goedkeuren, moet dit ook nog een traject doorlopen. Dus wij hebben daar nog een aantal maanden om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende is voorbereid. Hetzelfde voor de complexe projecten. Ook daar doen wij verder en hebben we ondertussen al een aantal bijkomende beslissingen genomen. Het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, we hebben inderdaad een nieuw participatietraject opgezet met de bedoeling om in de helft van volgend jaar, 2015, tot concrete resultaten op het terrein te komen. We willen daar niet met een complete breuk met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen komen. We willen daar zorgen voor continuïteit. En inderdaad is het ook de bedoeling om de ruimtebalans, die is uitgewerkt onder het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, om dat ook verder te behouden. De administratieve vereenvoudiging, de digitalisering, is ook voor ons iets wat heel prominent in de beleidsnota staat en wat wij dus ook verder zullen uitvoeren. Het is ook de bedoeling dat de socio-economische vergunning, dat die op termijn ook wordt samengevoegd met de omgevingsvergunning. Ik heb ook in de commissie gezegd dat dit niet direct zal gebeuren, dat wij eerst wat tijd willen geven aan die omgevingsvergunning om op het terrein uitvoering te krijgen en dat wij dan pas die socio-economische vergunning zullen toevoegen. Wat de Lex Silentio betreft, wij kennen de vraag om inderdaad dit verder te onderzoeken. Wij zullen dat ook doen. Dat is ook afgesproken in het regeerakkoord. Misschien een kleine correctie. Het is niet zo dat ik daar zelf weigerachtig tegenover sta. U zal zien dat in de nieuwe omgevingsvergunning dat we daar heel strikte termijnen hebben, waarbinnen moet beslist worden. Het klopt wel dat wat de Lex Silentio betreft er wel wat Europese rechtspraak is die zegt dat het niet evident is om dat op die manier door te voeren. En daarom dat we hebben afgesproken in de meerderheid om dat goed juridisch te onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn. En dat is ook wat wij op korte termijn zullen doen. Ja, collega Ingrid Lieten. U zegt, wat is nu expliciet uw visie, waar gaan we nu naartoe? En uiteraard is die transitie belangrijk. Wij hebben heel sterk ingezet op dat duurzaam materialenbeheer, op het nieuw industrieel beleid, u wel bekend, waar we ook verder zullen op inzetten. Onlangs hadden we nog een belangrijke conferentie met alle verschillende bedrijven die in Vlaanderen ook gespecialiseerd zijn in milieutechnologie. En wij geloven daar heel sterk in en wij ondersteunen die ook heel sterk. Ik moet u iets wat corrigeren waar u zegt de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Dat is vooral een zaak van de industrie. Er is een recent nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij die heel uitdrukkelijk stelt dat de industrie op dit moment niet de grote boosdoener is, maar dat mobiliteit en woningen, dat daar eigenlijk nog de grote uitdagingen liggen. Daarom ook dat wij ons luchtkwaliteitsplan hebben, dat we ook samen hebben aangenomen in de vorige Vlaamse regering, wat wij ook uitvoeren en wat wij ook op elk moment verder zullen verfijnen. Ook de lage emissiezones zal op korte termijn beslist worden, collega Van Kampenhout. Dit zal vrijdag geagendeerd worden op de Vlaamse regering. De aandacht voor kleine natuur terecht. Ook voor ons is dit een punt. Wij zullen het merendeel van de middelen inzetten voor instandhoudingsdoelstellingen. Maar evengoed daarnaast blijft die toegankelijkheid belangrijk. Ook het investeren in onze stadsrandbossen, waar wij heel veel budgetten ook voorzien voor aankoop en realisatie op het terrein. Ik wil verwijzen naar een aantal heel mooie verwezenlijkingen die wij met heel veel Vlaamse middelen hebben kunnen doen, bijvoorbeeld rond de stad Gent, het Parkbos, waar toch al heel grote stappen vooruit zijn gezet. Dan collega Sanctorum heeft verwezen onder andere naar klimaatbeleid, naar het klimaatfonds. U bent enigszins veranderd van kritiek, waar u eerst zei, die maatregelen komen niet, die worden niet uitgevoerd, zegt u nu, ze zijn allemaal genomen en wat gaat u nu verder doen? Dus uw opmerking verandert een beetje. We hebben vorige week nog op de Vlaamse regering een laatste reeks van maatregelen goedgekeurd die heel concreet zijn. Die middelen rond de 20 miljoen uit dat klimaatfonds zijn dus besteed aan die quick wins, zoals het ook voorzien was in het klimaatbeleidsplan. En het klopt dat wij ook nog bijkomende maatregelen willen nemen. En ik weet dat onder andere
een aantal collega's in de Vlaamse regering. En dan kijk ik onder andere naar mijn collega voor onderwijs, die nog plannen heeft rond de scholenbouw. Maar ook vanuit wonen zijn er nog heel wat voorstellen die kunnen ingediend worden in het kader van het Vlaams Klimaatfonds. En dat zijn projecten die wij ook verder samen zullen beslissen in de Vlaamse regering. Dus wij maken wel degelijk werk van concrete maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen naar beneden moeten halen. Waar ik een beetje verwonderd ben over uw kritiek op ons beleid, waar u zegt u bent een belastingsregering, vind ik het heel eigenaardig dat u daarvoor het voorbeeld aanhaalt van de waterfactuur, de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Uw verkiezingsprogramma, collega Sanctorum van Groen, staat vol met het principe de vervuiler betaalt. Wie vervuilt, als iets moet gesaneerd worden, dan moet wie dat veroorzaakt daar ook voor betalen. U zegt ook dat u volop inzet op ecofiscaliteit, op retributies. Dat is nu net wat wij hier doen. Op dit moment betalen wij uit het MINA-fonds per jaar honderden miljoenen euro aan waterzuivering. Wat hebben wij gezegd? We gaan van die honderden miljoenen euro uit dat MINA-fonds, gaan wij 48 miljoen euro verminderen en gaan wij inderdaad doorrekenen vanuit het principe de vervuiler betaalt. Dat is een kwestie van wie water verbruikt, ook bewust te maken dat daar een zuiveringskost aan verbonden is. Dat is niet meer en niet minder en het klopt dus niet dat dat iets zou te maken hebben met een belastingsregering. Het is gewoon toepassen van het principe de vervuiler betaalt. Dus ik vind het nogal kras dat u daar nu juist kritiek op levert op iets wat u zelf voorstelt trouwens in uw eigen verkiezingsprogramma. Tweede punt, het MINA-fonds. U haalt daar het voorbeeld aan van 10 miljoen euro wat wij hebben verschoven naar studietoelagen. En dat klopt. Er was een bijzonder acuut probleem. En ik denk dat uw collega Meuleman dit alleen maar kan toejuichen, dat wij daar zoeken naar oplossingen. Er was een heel acuut probleem met het betalen van de studietoelagen die al waren aangevraagd. En er was inderdaad een bereidheid om te zoeken naar oplossingen binnen de Vlaamse regering. En toen is er beslist, laat ons tijdelijk voor één jaar, en ik herhaal tijdelijk, 10 miljoen euro verschuiven richting studietoelagen. Om ervoor te zorgen dat mensen en kinderen en gezinnen niet in de kou blijven staan en dat die studietoelagen kunnen betaald worden. Ik veronderstel dat u daar ook geen probleem mee heeft. Is die 10 miljoen dan ook weg uit waterzuivering? Nee, daar is ook een afspraak dat volgend jaar in 2016 dat bedrag ook terug richting waterzuivering zal gaan. Dus geen enkel project in Vlaanderen zal niet kunnen doorgaan op het vlak van waterzuivering, omdat wij nu tijdelijk die zuurstof geven aan die studietoelagen. Ik denk dat dit bewijst dat deze Vlaamse regering ook bezorgd is om onze kinderen en gezinnen en dat wij meezoeken naar oplossingen, hoe we de meest acute noden, hoe we daar een oplossing kunnen aanbieden. Dan wat betreft waterzuivering en de hele discussie over het mestactieplan, MAP 5. We zullen daar een heel gebiedsgericht beleid voeren, een voorstel op tafel leggen. Collega Sanctorum, uw cijfers van de 26% die zijn fout. Het gaat om 21%. Er is een forse daling gerealiseerd vorig jaar. Ik wil u daar toch eventjes op wijzen dat als u zegt dat 26% overschrijdingen, dat dit niet waar is, dat de cijfers anders zijn. Maar collega, het is natuurlijk zo dat wij inderdaad inzetten op haalbare en betaalbare maatregelen. En ik ben heel blij dat u daar ook heel uitdrukkelijk naar verwijst, dat wij dat op die manier zullen moeten doen met het mestactieplan. Dat is ook wat wij zullen voorstellen aan de Europese Commissie. Iedereen is uitgenodigd, blijvend, om daar ook mee over te discussiëren. Ook de organisaties die op een bepaald moment de beslissing hebben genomen om eventjes aan de zijlijn te gaan staan. Zij ontvangen alle voorstellen, alle documenten die op tafel liggen. En het is effectief de bedoeling om daarnaar heel resultaatsgerichte voorstellen te gaan die haalbaar, betaalbaar, aanvaardbaar zijn, maar aan de andere kant ook concreet resultaat moeten opleveren op het terrein om op die manier ook verder de waterproblematiek in Vlaanderen aan te pakken. Voorzitter, ik denk dat dit op die manier op de meeste opmerkingen die gemaakt zijn of vragen dat ik daarop heb geantwoord. Dank u wel. Dank u wel. Ja, mevrouw de minister, bedankt voor uw reactie. Ja, ik zal, u zegt van, ik ga u een paar antwoorden en correcties bezorgen. Ik zal het meteen ook doen. Eerst en vooral, wat klimaatbeleid betreft, u herinnert zich misschien dat tijdens het klimaatdebat, mijn eerste oproep, ik had er drie, mijn eerste oproep, dat ging over het feit dat de beloofde beslissingen voor periode 2013-2014, dat die ook zo snel mogelijk, dus deze maand, zouden worden beslist. Wel, ik ben blij om vast te stellen dat dat ook gebeurd is. Want dat is inderdaad gepasseerd op de laatste ministerraad. Alleen, mevrouw de minister, ik wil u er wel even op wijzen.
U had in uw klimaatbeleidsplan beloofd om dat voor de periode 2013-2014 te realiseren. Dus dat betekent, als u eind 2014 met een beslissing afkomt en dus geen realisatie die van 2013 tot 2020 blijft doorwerken, dan komt u natuurlijk uw belofte niet na. Maar, nogmaals, ik ben blij dat u mijn eerste oproep hebt gevolgd tijdens het klimaatdebat. Dat is wat klimaat betreft. Twee, wat die 10 miljoen euro betreft. Ja, u probeert meteen de emoties te bespelen, hè, van de studietoelagen. Er zijn engagementen aangegaan. Ik ben de eerste om te zeggen van ja, mevrouw de minister, de Vlaamse regering moet inderdaad die engagementen nagaan. Volgen rond die studietoelagen. U moet de mensen inderdaad niet in de kou laten staan. Uiteraard niet. Maar had u die 10 miljoen euro in uw leefmilieubegroting moeten vinden? U had dat ook ergens anders kunnen vinden. Zeg maar iets, de regionale luchthavens bijvoorbeeld, ondersteuning daarvan. En ik kan er zo nog wel opnoemen, hè, mevrouw de minister. Dit gaat over prioriteiten. Dit is een duidelijk signaal dat u geeft. Leefmilieubegroting, dat is eigenlijk de reservepot. Van zodra dat er zich een probleem stelt, een acuut en oprecht probleem, geen probleem, we zullen dat gewoon oplossen via de leefmilieubegroting. En dan een laatste punt, meneer de voorzitter. Als het gaat over de milieufiscaliteit, het klopt dat mijn partij, ook in het begrotingsalternatief, heel wat milieufiscaliteit heeft voorgesteld, heeft verwerkt. Maar dat gaat in de eerste plaats gaat dat over een verschuiving, om te beginnen. Jullie zeggen altijd, wij gaan geen belastingen verhogen. Ik stel alleen maar vast dat het wel over een belastingverhoging gaat. Eén. En twee, als u zegt van het principe de vervuiler betaalt, u moet daarachter staan. Ik sta daar 100% achter en ik stel vast dat trouwens in de leefmilieubegroting daar vaak van wordt afgeweken. Maar goed, we gaan niet in detail gaan. Als het gaat over de waterfactuur, hè, dan gebruikt u die besparing op die drinkwatermaatschappij als een drogreden. Als een ecologische drogreden. En waarom? Omdat u tegelijkertijd de gratis kubieke meter water afschaft, wat nu net een ecologische en sociale impuls was. Want dat was een vorm van progressieve tarifering. En u schaft dat af en bovendien zegt u, kondigt u aan in uw beleidsnota, we gaan af van die variabele tarieven, we gaan vooral naar vaste tarieven. Wel, mevrouw de minister, een principe dat nu eenmaal gekoppeld is aan de werking met capaciteitstarieven, vaste tarieven, is dat er geen ecologische impuls is. Dus u bouwt de ecologische impuls in de waterfactuur af. Dat is hetgeen dat u belooft voor de komende 5 jaar. Dus als u zegt van, ja, maar het is het principe de vervuiler betaalt. Sorry, mevrouw de minister, goed, wij trappen daar niet in. Dit is een drogreden. Mevrouw Rombouts, kort en krachtig, alstublieft. Dank u wel, voorzitter. Ja, kort en krachtig, maar eigenlijk wil ik gewoon een heel korte vraag stellen aan collega Sanctor. Ja. Hoe dat hij het in godsnaam kan uitleggen dat gratis kubieke meter water een positieve ecologische maatregel is. Volgens mij is elke kubieke meter water die niet betaald moet worden, is er geen enkele drijfveer om het minder verbruik van water te stimuleren. Ik zal u dat meteen uitleggen. En dat stel ik de vraag. Hoe hij dat uitgelegd krijgt. Dus u heeft de vraag gesteld en u heeft tegelijkertijd het antwoord gegeven, dus kunnen we nu overgaan naar hoofdstuk 1. Ik wil daar wel iets over zeggen, hoor. Ah ja, hij heeft het antwoord gegeven. Meneer Sanctorum, laat u niet opjagen. Meneer Sanctorum, laat u niet opjagen. Ik weet dat dat een beetje contra-intuïtief lijkt. Ik besef dat wel, hè, maar ik nodig u uit om daar onder andere de rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij eens over na te lezen. Hè. Waarom is dit ecologisch en ook sociaal? Omdat je een basispakket, waar iedereen eigenlijk recht op heeft, waar een standaard klein verbruik, dat je dat gratis maakt. Maar de grootverbruikers, die moeten natuurlijk meebetalen voor die gratis kubieke meter water. Dus van zodra dat je meer verbruikt dan die gratis hoeveelheid, dan ga je ook netto meer betalen. En uiteindelijk, als je dan heel veel verbruikt, dan betaal je natuurlijk veel meer dan als die gratis kubieke meter waterregeling niet zou bestaan. Dus het is een manier om de sociaal zwakkeren te beschermen, om hen een standaardlevering gratis af te leveren, wat water betreft. En twee, om de grootverbruikers net meer te laten betalen. Dat is het principe van die gratis kubieke meter water. En niet het gratis verhaal van Steve Stevaart, waar altijd wordt naar verwezen. Collega, waarschijnlijk is er een kronkel in mijn hersenen afwezig die u misschien wel heeft, maar ik kan niet, of uw uitleg bevredigt mij niet, het antwoord te geven op waarom een gratis
kubieke meter water. Omdat het een progressieve tarief is. Ecologisch verantwoordbaar is. U haalt vervolgens, of u roept uiteindelijk de hulplijn in voor een sociale maatregel. En wat betreft de sociale maatregel, denk ik dat u minister Schouwvliegen allesbehalve kan verweten dat zij daar geen stappen voorwaarts heeft gezet. Ze heeft in de vorige legislatuur uitgewerkt dat mensen niet meer zomaar kunnen afgesloten worden van water. Dat zij die effectief wanbetalers zijn en die dus niet willen betalen, maar wel kunnen betalen, dat die wel afgesloten kunnen worden. Gedaan. En ten tweede is er voorzien in het hele tarief een sociale correctie. Dus wat betreft de sociale parameter is denk ik volledig voorzien in de aanpassing van de progressieve tarifering. Nee, stoppen. Meneer Daniels, meneer de voorzitter, collega's, bij motie van orde zouden wij graag een aanvulling doen van de agenda betreffende een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet betreffende de inschrijving in het secundair onderwijs. En we vragen daartoe de toepassing van artikel 50.1h, zijnde de spoedbehandeling vandaag, omdat dat decreet in werking zou moeten treden voor 1 januari 2015, omdat de inschrijvingen in Brussel dan van start gaan en daar zou nog iets aan gewijzigd moeten worden. Daar zullen wij, zoals de gewoonte is, in de loop van deze vergadering over beslissen. Nu geef ik het woord aan hoofdstuk Energie, meneer Botuinen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dames en heren, minister, collega's, energie. Energiearmoede blijft, ondanks het beleid van de voorbije jaren, inclusief trouwens een kunstmatige prijsbevriezing, blijft een huizenhoog probleem. Dat blijkt uit alle cijfers en statistieken. Het aantal gezinnen in energiearmoede blijft op een veel te hoog niveau steken. Dat is een grote en belangrijke uitdaging voor deze legislatuur. En voor CD&V is zowel een preventief als curatief beleid belangrijk in deze. Het accent moet wel meer dan ooit liggen op die preventieve aanpak. Energiebesparing en energieefficiëntie moet, ook en vooral bij kwetsbare gezinnen, de prioriteit zijn. De energiearmoede wordt best bij de bron aangepakt, vermits dat nog meer dan de helft van de woningen in Vlaanderen niet beschikt over dakisolatie of dubbele beglazing of een energiezuinige ketel. Dat zijn basisvereisten om de energiefactuur van een gezin onder controle te houden, zeker als we weten dat 2/3 van de energiefactuur van een gemiddeld gezin op verwarmingskosten slaat, ligt daar dus een heel groot potentieel, maar ook een heel grote uitdaging. CD&V hecht daarom heel veel belang aan de rol van de energiesnoeiers, die kwetsbare gezinnen kunnen overtuigen om te investeren in energiebesparende maatregelen, het verder zetten van een ambitieus premiebeleid, met in de toekomst nog meer nadruk op steun voor totaalrenovatie. En door de zesde staatshervorming hebben we straks het FRGE in handen, of hebben we nu het FRGE in handen, straks bekend als de Vlaamse energielening. En dat is een belangrijk puzzelstuk om uiteindelijk ook de financiering van deze investeringen waar te gaan maken. Hiermee moeten we een doorbraak realiseren in het energiezuiniger maken van ons woonpatrimonium. En we kijken dan ook uit naar de resultaten, mevrouw de minister, van het brede overleg dat u heeft opgestart om te komen tot een renovatiepact. En misschien is het goed, mevrouw de minister, als uw telefoongesprek voorbij is, dat u hieromtrent wat meer duiding kan geven wat de concrete doelstellingen zijn bij uw renovatiepact en welke middelen u zelf wil inzetten, welke hefbomen u ziet om dat renovatiepact te gaan realiseren. Meneer Combe. Ja, gewoon omdat eigenlijk de verderzetting is van de laatste discussie van het vorige stuk. Als het standpunt van CD&V was daarnet zeer duidelijk. Ze vinden dat het sociaal is om te zeggen mensen gaan niet worden afgesloten. Dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, dat is minder belangrijk voor het gratis kubiek water daar straks. Dat was de redenering van mevrouw Rombouts. En u herhaalt dat eigenlijk, want u zegt, ja, die prijsblokkering was maar kunstmatig. Kan u verzekeren voor de factuur van de mensen dat die echt was. Hè? U mag dat kunstmatig noemen, maar u doet hetzelfde met de gratis kilowattuur in de elektriciteit. Dus je zegt eigenlijk, en dat is het punt waar ik het wel mee eens ben, hoe minder dat ze verbruiken, hoe beter dat geïsoleerd is, hoe beter. Dat is waar. Maar er zijn er een pak die nog niet in orde zijn en die gaan dus gewoon meer betalen. Dus je zit zowel voor water als voor elektriciteit naar de gezinnen toe. Je bent ooit een gezinspartij geweest, dat is een tijd geleden. Zij zijn gewoon aan het zeggen van, het kan geen kwaad als hun factuur niet meer gaan betalen. Onze sociale maatregel is, we gaan ze niet afsluiten. Dat is toch onwaarschijnlijk dat dat uw stelling is. Ik herhaal het naar mevrouw Rombouts, dus blijkbaar is dat echt een partijstrategie om dat te doen. Ik vind dat onwaarschijnlijk. Meneer Botuinen. Prijsbevriezingen zijn kunstmatig, maar prijsstijgingen zijn oké. Meneer Botuinen. Meneer Krombe, ik vind het onwaarschijnlijk dat u dit hier durft te stellen. Na 5 jaar de minister van Energie te hebben geleverd
En met vijf jaar stijgende cijfers in zaken energiearmoede, steeds meer gezinnen komen in de problemen, ondanks of misschien dankzij het beleid dat uw partij heeft uitgetekend. En ondertussen zitten we met honderden miljoenen euro's aan facturen die vooruitgeschoven zijn, waarvoor netbeheerders gaan lenen, waar tientallen miljoenen euro's financieringskosten aan vasthangen. Geld lenen kost ook geld, weet u wel. Wel, ik vind het onwaarschijnlijk dat u hier durft te zeggen dat wij de energiearmoede mee in de hand zouden werken. Ik denk dat het tegendeel waar is. Meneer Combee. Ja, het is heel simpel en dat is het terugkeren. Dat is het verschil van perspectief. Hè. Iedere keer dat wij vragen, heb aandacht voor wat er bij de gezinnen gebeurt, begint over het beleid dat je zelf meegevoerd hebt, al die tijd. Iedere keer. Meneer Combee, ik kan u geruststellen. Wacht. Meneer Combee. Iedere keer, meneer Botuinen. Als wij het hebben over de mensen en de gezinnen, dat we proberen met u daar een dialoog over aan te gaan, beginnen over de instellingen. Je begint nu over de distributienetbeheerders. Je begint over leningen. Ik wil het hebben over wat dat er bij de mensen gebeurt. En vergeet dat niet, hè. Als je iedere keer dat je zegt wat dat we in het verleden gedaan hebben, we hebben dat samen gedaan, hè, de voorbije jaren. Ik heb de indruk dat je dat vergeet. Je bent er zelfs een deel voor bevoegd geweest. Ik ga niet op dat niveau komen dat we het iedere keer moeten hebben van het is dien of dienst de schuld. Ik wou gewoon weten, hoe komt het dat jullie de gratis kilowattuur, de gratis kubiek voor het water, dat jullie uitleg is. Het is niet zo erg dat de facturen van de gezinnen stijgen, dat die herverdeling richting de gezinnen gaat, de prijzen omhoog, want we gaan ze niet meer afsluiten. Mijn vraag was, vind je dat niet erg dat dat een impact is van de gezinnen waar dat je voor staat? De grootste impact op de factuur van de gezinnen zal er zijn door de fouten uit het beleid dat uw ministers hebben gevoerd. Maar meneer Crombé, dit gaan we aanpakken aan de bron. Wij gaan ervoor zorgen met deze regering dat elk huis in Vlaanderen straks energiezuinig is. Dat is de inzet van dit beleid. Dat is de inzet van het renovatiepact waar mevrouw Turtelboom werk van wil maken. En wij zullen ze daarin ondersteunen. En ik hoop van u hetzelfde. Meneer Botuinen, verder. Goed. Niet alleen de gezinnen hebben energiefactuur, ook bij bedrijven is er nog heel wat ruimte voor energiebesparing. De nieuwe generatie van energiebeleidsovereenkomsten moet daarvoor zorgen dat onze energieintensieve industrie wereldtop blijft in zaken energieefficiëntie. En daarnaast, en dat is heel belangrijk, zijn er ook de duizenden KMO's waar nog heel wat werk aan de winkel is. Sensibilisatie, maar ook concrete maatregelen zoals derde partijfinanciering of de voorziene benchmark toe, moeten dat potentieel kunnen aanboren. En dan kijk ik wat verder vooruit, en dat is het probleem van ons energiebeleid, misschien het grootste probleem van ons energiebeleid van de voorbije jaren. De visie die er nodig is om investeringszekerheid te creëren, zodat er meer geïnvesteerd wordt in energieproductie in ons land. Vandaar dat er zowel in het Vlaams als in het federaal regeerakkoord het voorstel van onze partij is opgenomen om een energiepact uit te werken met de sector, met de gebruikers van energie, met een heel breed veld. Nederland heeft daar de weg getoond. Het energieakkoord is daar vorig jaar ondertekend door meer dan 40 organisaties, inclusief bijvoorbeeld milieubeweging, energiesector, vakbonden, werkgevers. Een heel breed veld dat samen heeft uitgetekend hoe we in de toekomst op een duurzame en betrouwbare manier energie gaan voorzien in onze samenleving. En dat is ook de uitdaging waar we hier in Vlaanderen en België voor staan. Daar hoort ook een groter aandeel hernieuwbare energie bij. De fouten van het verleden mogen we niet meer maken. Oversubsidiering is uit den boze, maar een duidelijk steunkader moet nieuwe investeringen uitlokken. Daarbij is het ook belangrijk dat naast nieuwe investeringen er ook zekerheid geboden wordt aan de bestaande installaties. Ten slotte, meneer de voorzitter, komen we bij de toekomst die ook mee vormgegeven wordt door onderzoek en ontwikkeling. Ook dat vinden we heel belangrijk dat daarop wordt ingezet. Nieuwe technologieën zoals geothermie, getijden of golfslagenergie verdienen de nodige steun om te rijpen en misschien later een deel van onze energiemix te worden. Goed. Dank u. Meneer Beenders. Dank u wel, voorzitter. Collega Botuinen, ik heb eigenlijk gewoon één vraag. U zei juist, als de factuur zal stijgen, en dat zullen we vrijdag weten als de tarieven bekendgemaakt worden, dan zal dat zijn omwille van het slechte beleid uit het verleden en vooral omwille van de opgebouwde tekorten. Ik stel u daarom nu gewoon één vraag. Heeft u met deze ploeg de beslissing genomen om 48 miljoen euro te schrappen uit de begroting voor energie-efficiënte maatregelen uit te betalen naar premies voor gezinnen die dat nodig hebben, waarmee de factuur sowieso voor de gezinnen al met 16 euro zal stijgen. Heeft u dat afgeschaft of heeft u dat niet afgeschaft? Meneer Botuinen. Meneer Beenders, die verschuiving is inderdaad beslist en gebeurd, maar dat zijn peanuts in vergelijking met hetgeen dat aan
bedragen is opgebouwd aan tekorten die straks doorgerekend moeten worden in zaken groene stroomcertificaten door de prijsbevriezing van uw dierbare collega en vriend Johan van der Lanotte. Dat zijn peanuts in vergelijking met hetgeen wat ons daar nog te wachten staat. Goed. Nu is het woord aan meneer Willem Frederik Schils. Meneer Schils. Dank u wel, collega's. Energie. De impact van energie en de energiekost de afgelopen jaren is drastisch gestegen. De impact op de economie, ook op de huishoudens en dus op de welvaart in het algemeen. En wanneer we zien dat die impact drastisch stijgt, is het natuurlijk de taak van de overheden om daarnaar te kijken, alert te zijn en in te grijpen waar nodig. We moeten dus die energiekost enigszins beheersbaar houden, zeker tegenover de buurlanden, ervoor zorgen dat wij in ons klein landje niet meer betalen dan in de buurlanden. Naast het beheersen van de energiekost is er ook de transitie naar een modern en een proper energiesysteem. Ik denk dat we het daar allemaal eens over zijn dat dat een tweede belangrijke prioriteit moet zijn van het energiebeleid. Het eerste, de energiekost beheersen. Hoe gaan we dat aanpakken? Wel, deze ploeg heeft er gelukkig niet voor gekozen om prijsblokkeringen te installeren. En lieve collega's van de SPA, een prijsblokkering, dat is een beetje zoals een kurk die je onder water houdt. Of een ballon die je onder water houdt. Je kunt dat even volhouden, maar na een tijd wordt die een druk te hoog en dan moet je dat toch eens lossen. En dan schiet dat gelijk een raket omhoog met vaak nog eens stijgingen boven het oppervlak als gevolg. Dat hebben we trouwens ook gezien na het loslaten van de laatste prijsbevriezing bij de leveranciers, nota bene. We gaan ook geen grotere mat kopen. De mat waaronder de verborgen kosten en de schulden uit het verleden gekeerd zijn, die is al groot genoeg. We hebben geen grotere mat nodig. We gaan die mat oprollen en die bij het grofvuil zetten of misschien recycleren. Maar in deze lijkt me dat een kwalijke situatie. Wat gaan we dan wel doen en wat staat er in deze begroting en in deze beleidsnotas? We gaan inzetten op energiebesparing. Zowel de goedkoopste als ook de properste kilowattuur is degene die niet verbruikt hoeft te worden, die niet verspild wordt. Er zijn een aantal maatregelen die de minister in de commissie heeft toegelicht. Een kleine bloemlezing, het verbeteren en het hervormen van het energieprestatiecertificatensysteem. Inzetten op energieefficiëntie, zowel in huishoudens, maar ook bij de bedrijven. Collega Botuinen heeft al verwezen naar de mini-beleidsoprecht. Dat is zo schoon gezegd. Die overeenkomsten met de bedrijven om hun energieverbruik te reduceren. Cessa. Ook het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost komt naar Vlaanderen. Er worden zeer boeiende dingen mee gedaan voor de lokale mandatarissen. En er zitten er hier redelijk wel wat. Die zullen weten dat er op een aantal lokale niveaus daar zeer nuttig en zeer sociaal werk mee gevoerd wordt met die leningen. Verder zal er ook werk gemaakt worden van een transparanter tarifferingssysteem. Effectief, we zullen vrijdag zien waar dat de vrech mee komt. Maar de vrech is niet de enige in deze. We hebben inderdaad beslist om de gratis kilowattuur af te schaffen. Die gratis kilowattuur hebben een bijzonder grote impact of een vrij grote impact op de distributiekost. En de tegenstanders van die afschaffing, ik zal u zeggen, wij willen geen sociaal bloedbad aanrichten. De vorige spreker heeft onderlijnd en het staat ook in alle documenten, de aanpak van energiearmoede is zeer belangrijk, maar een sociaal beleid wordt niet via de waterfactuur gevoerd, wordt niet via de elektriciteitsfactuur gevoerd, wordt geïnstalleerd met rechtstreekse maatregelen die onmiddellijk impact en gevolg hebben en op die manier ook gemonitord kunnen worden en die niet ergens weggemoffeld worden waar dan niemand van weet wat nu eigenlijk wel de sociale impact is. Inzetten op de isolatie van sociale woningen is denk ik veel relevanter dan gratis kilowatturen uit te delen. Omdat een huis dat slecht geïsoleerd is, hè, dat is vaak niet door de eigenaar die erin woont. Dat zijn huurders die kosten moeten betalen en die niet de investeringen kunnen doen om dat huis energiezuiniger te maken. Dus je moet inzetten op het verouderd gebouwenpark. En dat is ook wat er in deze beleidsnota staat. Dus dat zijn voor mij zowel efficiënte maatregelen die bovendien ecologisch zijn en ook sociaal zijn. Meneer Combe. Ja, kort, omdat in die redenering, ik denk dat het waar is dat er bijkomende incentives nodig zijn om het gedrag te veranderen. Dat is eigenlijk wat u aan het zeggen bent. Meer dan alleen maar wat er in de factuur zit, wat dat mensen niet zien. Er zijn bijkomende incentives nodig om het gedrag te veranderen voor het verbruik water en energie. Ik ben het daarmee eens. Waar ik het heel moeilijk kan mee eens zijn, ik verwijs nog eens naar het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting,
Dat is de redenering die gebruikt wordt voor de bussen, die ook voor energie gebruikt wordt. Dat is doordat die gratis kilowattuur, doordat die gratis kubieke meter geen gedragsverandering brengt, dan verhogen we de prijs voor de laagste inkomens. Als het echt, en daar heeft mevrouw Rombouts gelijk, dan gaat het over een sociale maatregel. Hoe gaat de armoederisico en hoe gaat de sociale uitsluiting ooit verbeteren, laat staan, hoeveel gaat het verslechteren als je de prijzen verhoogt? Het is toch totaal iets anders dan te zeggen, we moeten dingen doen om het gedrag te veranderen. En dat is waar, maar vervolgens te beslissen, weet je wat, het helpt niet meer, dus we gaan de prijzen verhogen. Dan gaat het armoederisico verhogen. Dat staat hierin, dat zijn mensen die daar dag in dag uit mee bezig zijn, academici en mensen op het terrein. Dus heel die redenering, het helpt niet om minder te verbruiken, dus we doen de prijs omhoog. Wel ja, dat gaat het armoederisico doen stijgen. Dat vindt iedereen, hè, meneer Schiels. Dat is, dat is maar de helft van de argumentatie natuurlijk, hè, meneer Crombé. Als je de impact op de koopkracht wilt aanpakken, dan heb je twee opties. Ofwel morrel je aan de prijs, ofwel zorg je dat de koopkracht van onder stijgt. Uw partij kiest ideologisch of om andere reden, maar ik vermoed ideologisch, om zoveel mogelijk die prijs naar beneden te houden en daar een sociale herverdeling te doen. Mijn partij kiest ervoor om zoveel mogelijk mensen een betere levensstandaard te geven, meer koopkracht te geven, zodat die stijging van de prijs minder, dat die verhouding van de energiekost op de totale koopkracht kleiner wordt. Dat is gewoon een keuze die gemaakt wordt. U moet ons daar niet afstrijden. U kan dat asociaal vinden. Wij vinden dat niet asociaal. Dat is een keuze die gemaakt is en waar dat ikzelf en mijn partij achter staan, omdat we erin geloven dat het de meest sociale maatregel is, meneer Crombé. En bovendien, door het goedkoop maken van elektriciteit, mist u de ecologische drive die erbij komt wanneer dat je wel aan de mensen laat voelen, oppassen, verbruiken kost geld, want verbruiken is ook vervuilen. Nee, kom mee. Wel, dat laatste was ik het daarnet al mee eens. Er is meer nodig voor gedragsverandering dan verbruik. Maar wat je aan mij niet kunt uitleggen, maar puur economisch, dat je de koopkracht kunt verbeteren door de prijzen dan mocht te doen, meneer Schiels. Want ik zou u... Dat heb je daarnet gezegd. Dat is niet waar. En ik heb dat ook nooit gedaan. Ik zou u nooit verwijten om dat je asociaal bent. Hè? Want je hebt mee die prijsblokkering beslist in de vorige regering. Je bent niet asociaal. Maar wat je economisch aan niemand kunt uitleggen, en deze regering heeft dat al een paar keer geprobeerd, dat is dat je de koopkracht van de mensen verhoogt door de prijzen te doen stijgen. Aan niemand kun je dat uitleggen en je bent dat al een paar keer aan het proberen. Ik zeg u, al die opeenvolgende prijsstijgingen hier gaan zorgen dat de koopkracht van de mensen in Vlaanderen daalt. Het staat in de rapporten van de Europese Commissie, meneer Somers. Het staat in de rapporten van de Nationale Bank dat de prijsstijgingen de koopkracht naar beneden doen en dat de economie daardoor vertraagt. Dat is iets anders dan het sociale, dat is economie, dat is koopkracht. Meneer Crombé, u beledigt mijn intelligentie. Als ik hier zou staan zeggen... Ik denk als we de prijzen verhogen, dat de koopkracht gaat stijgen. Er is niemand die dat gelooft. Dat u dat in mijn woorden leest, getuigt toch van een verregaande vooringenomenheid die een eerlijk parlementair debat lam ligt. Ik heb gezegd, een sociale politiek voer je niet in de elektriciteitsfactuur. Niet door de kosten van wat voor goed dan ook, water, elektriciteit, trams en bussen, artificieel te verlagen. Wel door de inkomsten van de mensen aan te pakken of hun verbruik aan te pakken, door de sociale woningen te isoleren, door ervoor te zorgen dat huiseigenaars hun huizen meer renoveren, waardoor huurders, vaak de sociaal zwakkeren, minder facturen zullen moeten betalen. Niet omdat ze goedkoper zijn, maar omdat ze minder verbruiken. Dat is hoe wij het sociaal beleid zien. Dus niet, meneer Crombé, door de prijzen verhogen, dat we denken dat iedereen meer geld gaat overhalen. Zo cynisch en zo dwaas zijn we niet. Een tweede punt, als ik verder mag gaan met het debat, of met mijn tussenkomst, is de transitie naar een modern en proper energiesysteem. Ook daar zijn er een aantal zeer interessante maatregelen genomen. We hebben de problemen gehad met het groen certificatensysteem. Ik kan daar niet flauw over doen, dat heeft enorm veel geld gekost. 1,8 miljard, 1,1, 1,2 miljard recurrent de komende jaren. Dat zal geabsorbeerd moeten worden, niet fijn. En zelfs niet fijn in die mate dat het dreigt het draagvlak voor die transitie lam te leggen. En ik ben zeer verheugd dat mijn minister, mevrouw Turtelboom, toch enige inventiviteit aan de dag heeft gelegd. En veel inventiviteit aan de dag heeft gelegd. En dat zij erin geslaagd is om... Ik ga afronden, dat is mijn laatste punt. En erin geslaagd is om zonder bijkomend budget, zonder nog verder de kraan open te laten staan,
om er toch voor te zorgen dat er voldoende impulsen blijven. Voor het eerst zal er grondig ingezet worden op de groene warmte, de restwarmte. U weet dat 70% van een energiefactuur van een huishouden is warmtevraag. Als we die restwarmte uit de industrie kunnen koppelen, dan is er een enorme ecologische en economische winst. En uiteraard door het systeem van steun aan hernieuwbare energie te hervormen, niet af te schappen, maar te hervormen, zal het systeem duurzaam zijn en zullen ook onze kinderen nog nieuwe hernieuwbare technologieën zien groeien. Dank u wel, meneer Schilders. Meneer Beenders. Dank u wel, geachte collega's, beste heren, dames, ministers. Mevrouw de minister, ik richt mij specifiek tot u. U bent bevoegd voor energie en u heeft al meermaals laten verstaan aan de Vlaamse gezinnen en ook aan de KMO's dat de energiefactuur zal stijgen. We zullen dat vrijdag vernemen als de tarieven bekend worden gemaakt. En u zegt ook altijd van dat u geen andere keuze had. En misschien moeten we het een keer allemaal samen zeggen, dan is het eruit, want het is de fout van de vorige Vlaamse regering, die ervoor gezorgd heeft dat er tekorten zijn opgebouwd die u nu moet doorrekenen. Nu, mevrouw Turtelboom, het zal u misschien vreemd in de ogen klinken, maar u bent bevoegd voor energie. U bent degene die het energiebeleid moet maken en u bent ook degene die instrumenten kan gebruiken om die energiefactuur wel onder controle te houden. U zal zich nu afvragen, hoe kan dat? Ik wil u daar graag een aantal voorbeelden voor geven. Eerst en vooral kan u er al voor zorgen dat die 48 miljoen euro wel terug in de begroting komt. Dat er middelen worden voorzien in de Vlaamse begroting die de energieefficiëntie stimuleren en die er ook voor zorgen dat de Vlaamse regering zijn verantwoordelijkheid neemt om de energiefactuur te doen dalen. En ja, dat was een beslissing van minister Van den Bossen die ervoor gezorgd heeft dat de energiefactuur onder controle zou zijn. Dat is een keuze die u gemaakt heeft. U zegt het is maar 16 euro, het is peanuts, maar het is wel weer de 16 euro die erbij komt. Dus het is effectief een beslissing van u die ervoor zorgt dat die energiefactuur zal stijgen. U had ervoor kunnen kiezen om die middelen te reserveren in de begroting. U kan er ook voor kiezen om de kosten die opgebouwd, of de tekorten die opgebouwd zijn in het verleden, om die op langere termijn af te schrijven. Niemand verplicht u om die op 1, 2, 3 of 4 jaar af te schrijven. U gaat naar Europa om te onderhandelen voor de grote infrastructuurprojecten die u hier wil realiseren. U vraagt aan Europa een afschrijvingspad dat de realiteit benadert. Maar wanneer u de tekorten uit het verleden wil wegwerken, dan moet het ineens op 4 jaar. Niemand verplicht u dat. Doe dat op 8 jaar, doe dat op 10 jaar. En dan zal u zien dat de energiefactuur draaglijker wordt. De benen staan u niet afleiden. Daarnaast denk ik ook dat u wilde toch het woord om meneer Beenders af te leiden. Meneer Beenders, meneer Botuinen. Ik wil u graag afleiden, meneer Beenders. Ik heb een heel concrete vraag. U zegt dat die 1,8 miljard euro die er opgebouwd is aan schulden in zaken groene stroom, buiten de begroting, 1,8 miljard euro die nog wacht op een manier om doorgerekend te worden, dat die moet uitgesteld worden, dat daarvoor moet geleend worden. Kan u zeggen hoeveel financieringskost dat we daarvoor moeten voorzien dan? Hoeveel interesse dat daarvoor extra zullen moeten worden opgestapeld uiteindelijk en ook uiteindelijk betaald worden door ofwel de belastingbetaler of energieconsument. Kan u mij daar wat toelichting bij geven? Ja, als u concrete berekeningen wil, dan zullen we moeten samenzitten om technisch te bekijken op welke termijn we spreken. Ik denk dat u onmogelijk... Nee, ik kan toch onmogelijk verwachten dat ik hier een interestvoet zal geven... 80 miljoen euro per jaar. 80 miljoen euro per jaar aan financieringskosten. Dat was een retorische vraag aan meneer Beenders. Goed, meneer Rivois. Nee, ik treed gewoon meneer Botuinen bij. 80 miljoen euro per jaar. Okay, ik herhaal, 80 miljoen. Goed, meneer Beenders. Nu, daarnaast blijven wij toch pleiten voor een progressieve tariefberekening. Wacht even, meneer Beenders, uw fractieleider wens ook u even te ondersteunen. Om te beginnen, in wat meneer Botuinen zegt, wat al niet klopt, het is niet de Vlaamse overheid die interest moet reserveren, hè. Ik ga concreet van we zitten nu al 1,8, laten we altijd bij de 1,7 blijven. 1,2 daarvan, dat zijn die certificaten van het verleden. Bij de distributienetbeheerders, hè, moeten dat niet zelf lenen. En wat is de financieringskost van de distributienetbeheerders, meneer Botuinen? Als jullie allebei zo voor de vuist weg kunnen zeggen dat 80 miljoen is, zitten die met zo'n hoge interestvoet? Dat is nieuws, hè. We gaan dat door bij de persconferentie vrijdag. Dat is nonsens, die 80 miljoen. Dat is één. Twee, dat is gewoon weer een keuze, hè. Als je denkt dat, als dat nu 20 of 30 is en meneer Beenders heeft gelijk, je kunt hier niet direct zeggen wat het is, maar het zal in de orde van 20 of 30 miljoen zijn bij de distributienetbeheerders. Als jullie dat erger vinden dan dat allemaal onmiddellijk in de factuur
van de gezinnen en de zelfstandigen en de KMO's te steken, dan moet je mij een keer uitleggen dat je het erger vindt dat een financierbaar, een betaalbare lening bij distributienetbeheerders, dat dat uit een boze is, maar dat in de factuur van de gezinnen, de zelfstandigen en de KMO's steken, dat is aanvaardbaar. Moet mij dat echt eens uitleggen. Meneer Schilds, u wilt even repliceren naar meneer Combé toe. Ja, en dan mevrouw Turtelboom. Vanzelfsprekend. Ik denk dat je geen wiskundige nieuw hoeft te zijn. Pakt een interestgoed van 1 of 2% op 1,8 miljard. Maar los daarvan, dat gaat over grootordes van tussen de 18 en de 36 miljoen euro per jaar. Hè. Zo simpel is dat. En het punt wat u nu aanhaalt, dat vind ik wel grotesk. De netbeheerders hadden een opgebouwde schuld die ze niet meer konden dragen en financiering moesten aangaan. En natuurlijk heeft de Vlaamse regering die financieringslast een stukje gelenigd. En dat is de 80 miljoen waardoor de beide collega's naar verwezen wordt. Hè. Maar u moet mij eens uitleggen hoe dat u 1,8 miljard gaat spreiden over de tijd zonder dat dat impact gaat hebben op de factuur. Ik zal u zeggen, dat gaat niet. Dat gaat niet. Hoe lang dat je het ook spreidt, de impact daarvan is verwaarloosbaar. Dus ja, het is absoluut weer al geen asociale maatregelen door dit in een tarifferingsformule vertaald te willen zien, uitspreiden en uitstellen van executie, waardoor u over langere tijd de mensen nog langer en meer pijn blijft doen. Meneer Combé. Ik had heel kort, dus op dat laatste ben ik het fundamenteel oneens. We zijn nu al eens dat het geen 80 miljoen is, de leningskost, dat is al zeer goed. Dat is 1-2. Hoe spreiden dat, lost dat iets op? Het gaat erover dat ze nu met die reserve zitten omdat de prijs onder de 90 euro zit. Daar zijn we het ook over eens. En met alles dat eraf komt, de richtlijnen van Europa, is de kans dat die prijzen terug boven de 90 gaat zeer groot. Zeggen alle specialisten. Dus wat er gebeurt als die distributienetbeheerders lenen en dat op de balans houden, dan betekent dat dat op de tijd, als die terugstijgen, dat ze dat kunnen afbouwen zelf, zonder dat het ooit in de factuur van de gezinnen en de zelfstandigen moet steken. Als je ze allemaal in de facturen steekt van de KMO's, de zelfstandigen en de gezinnen nu, riskeerde dat ze een tweede keer er gaan moeten insteken, omdat ze nieuwe certificaten gaan moeten uitgeven als boven de 90 euro gaat. En dat is wat dat alle experten zeggen. Meneer Griffois. Meneer Combré. Als u Griffois op zijn Frans, ja, uw redenering is totaal verkeerd. Als u denkt dat men in een glazen bol kan kijken, omtrent wat Europa als gevolg kan geven, wat er kan gebeuren met de waarde van de groenstroomcertificaten, dan moet er nog een aantal andere zaken gebeuren. Quota verhogen, wie betaalt de quota? Dat betalen wij ook allemaal als verbruiker. Twee, als u dan bijvoorbeeld spreekt over de schuld van het verleden. Bij u thuis stelde u de schuld heeft van het verleden. Gaat u dan nog eerst nieuwe schulden aangaan, bij manier van spreken, om toekomstige projecten te doen? Of gaat u eerst maken dat uw verleden opgekuist is en opgezuiverd is? En dat is onze verdomde taak, om nu eens te zorgen dat die schuld van het verleden op zo snel mogelijk en zo kort mogelijk manier opgelost is. Meneer Beenders. Ja, het is natuurlijk, dat is even naar de collega's van VLD. Het is natuurlijk wel iets... Sorry, mevrouw Turtelboom, dat ik u, ja, met diepe verontschuldigingen, ik had u gezegd dat ik u het woord ging geven. En trouwens, de regering mag het woord nooit geweigerd worden. Ah. Ik had het beter niet zo slim gemaakt, maar goed, ik geef u bij deze het woord. Ja, dankjewel, voorzitter. Dat gaat je misschien ook beklagen, dat je mij inderdaad zo slim hebt gemaakt. Maar er is iets dat ik eigenlijk gewoon echt niet goed begrijp. Men zegt van u op het sprekersstoeltje, ik kan u helpen om de factuur voor de gezinnen niet te verhogen, door bijvoorbeeld die 48 miljoen nu al niet te doen. Nu moet je mij eens uitleggen hoe dat 48 miljoen kan helpen om 1,7 miljard, die alleen voor het verleden is, om die te verlichten. Als ik van die 1,7 miljard 48 miljoen aftrek, dan heb ik nog altijd 1,652 miljoen. En dan tellen 1 miljard 652 miljoen. En bovendien, wat je vergeet, is als je over de 1,7 miljard, 1,8 miljard spreekt, dat dat vanaf 2015 recurrent 1,2 miljard wordt tot in 2028. Tot in 2028. Dus ik wil creatief nadenken. En ik vind het goed. Ik kijk echt uit naar uw berekeningen. Hè. Ik kijk er echt naar uit. Ik hoop dat u... Je hebt al een alternatieve begroting gemaakt. Ik hoop dat je mij ook zo'n alternatieve berekening maakt. Maar ik vraag me af hoe dat ik een factuur die van 2008 tot 2014 is opgestapeld 1,7 miljard is.
Dan nadien 1,2 miljard per jaar. Dus dat wil zeggen tussen 2008 en 2019 14 miljard. Die dan nadien doorloopt tot 2028. Moet ik dat dan spreiden tot 2070? Of tot 2080? Of tot dan zit ik niet meer bij mijn kinderen, zit ik niet bij mijn kleinkinderen, dan zit ik eigenlijk bij mijn achterkleinkinderen. Is dat de oplossing? Ik denk het niet, hè. Ik denk het echt niet. En als je daarvoor kiest, dan zou ik zeggen, zeg het hier dan, hè. Zeg het hier. Meneer Beenders. Ja. Mevrouw de minister, er is toch ook eigenlijk wel iets dat ik niet begrijp. Toen hier de eerste discussie gevoerd werd om de groene stroomcertificaten te verlagen, dat was in 2010... Ja, toen heeft mevrouw Patricia Seyssens, en ik citeer haar, het kan toch niet de bedoeling zijn de groene economie geheel op droogzaad te zetten. U heeft toen gezegd, alsjeblieft, u mag de groene stroomcertificaten niet verlagen, want wij kiezen de kant van de sector. U heeft zich toen onthouden in dat verhaal, had toen al meegewerkt in de verlaging van de groene stroomcertificaten en we zaten er nu niet over te discussiëren. Meneer Schilds, en dan mevrouw. Dat is zo een beetje gelijk die maatregel van 48. Dat is cherrypicking die u heel goed uitkomt. Hè? Inderdaad, is er een citaat van een... Uiteraard is er een fractielid van mij dat heeft gezegd... Mevrouw Van den Bossen, wat dat u nu gaat doen, dat is een aanslag op de sector van de zonnepanelen in dat geval. Maar dan moet u ook erbij vertellen dat de jaren daarvoor en ook nog daarna... verschillende fractieleden gewaarschuwd hebben... voor de onfinancierbaarheid, de onhoudbaarheid van het systeem. Maar als je natuurlijk eerst de sector artificieel opblaast en nadien zegt, oei, we hebben ons vergist, nu moeten we er de botte bijl in zetten, dan zijn er natuurlijk wel wat bedenkingen gekomen, meer op het systeem als wel op het principe van de verlaging. Het was too much, too little and too late. Mevrouw Turtelboom. Ik was in mijn map, maar ik vind het niet direct, de letterlijke citaten aan het zoeken van Irina de Knop van Mercedes van Volsum. Meer dan één keer, meer dan één keer. Ik zal de verslagen, voorzitter, als het wil, zal ik het aan de collega's bezorgen. Meer dan één keer om te zeggen, je bent te laat, je bent te laat. En had je in 2010 een maatregel genomen, hè, dan hadden we een tekort gehad van 300 miljoen. 300 miljoen eenmalig. Hè. En dat is nu 1,2 miljard recurrent tot 2028 geworden. Hè. Misschien kan ik niet goed rekenen, maar één ding weet ik zeker, jij kunt zeker niet goed rekenen. Meneer Van den Boeken. Ja, collega's. Ik hoor de collega's van Open VLD zeggen dat er al jaren gewaarschuwd werd, al van voor 2010, voor de enorme toename van de groene stroomcertificaten. Misschien toch even uw geheugen opfrissen. Tot en met 2009 zat u zelf in de regering. En tussen 2007 en 2009 is het aantal zonnepaneelinstallaties gestegen van 4.000 naar 65.000. In 2009... is de beslissing genomen door de toenmalige regering, waar dat ook wij in zaten, ook Open VLD, om de subsidies naar beneden te doen vanaf 2011, eindigend in 2020. In 2010, oktober 2010, komt de nieuwe Vlaamse regering naar hier met een amendement op het programmadecreet om die subsidies versneld af te bouwen. Reactie van Open VLD, het is veel te snel. Reactie van de oppositie, het heeft niks te maken met de begroting, het moet uit het programmadecreet. De regering moet een nieuw decreet maken naar de Raad van State en dergelijke meer. Dat hebben we gedaan. Dat heeft gezorgd voor 8 maanden uitstel, waardoor inderdaad nog een aantal grote installaties door de mazen van het net zijn geglipt. Een aantal grote installaties die verantwoordelijk zijn voor tientallen procenten van de opgebouwde historische schuld. Dat is de historische waarheid, mevrouw. Meneer Somers. Ja. Collega's van de SPA, er is geen zwakkere verdediging van een partij, die in de meerderheid verantwoordelijkheid draagt en zegt, ons gedrag is eigenlijk beïnvloed geworden door de oppositie. Ik heb de cijfers hier, meneer. Ik zal u de cijfers geven, vrienden van de SPA. In 2009 was de kostprijs voor zonne-energie voor Vlaanderen 13 miljoen euro. Toen zaten wij in de regering. In 2012, 617 miljoen euro. Toen wij in de regering zaten, was het geen probleem. U had het probleem, u droeg de verantwoordelijkheid en u heeft het massaal laten ontsporen. De kostprijs is hoger dan het totale budget van de lijn. Een schande. Slechts 1% van onze energie wordt zo geproduceerd. U probeert zich weg te steken achter die verpletterende verantwoordelijkheid van uw partij ter zake. Meneer Beenders.
Meneer Beenders. Meneer Beenders. Meneer Beenders. Nee, meneer Beenders. Meneer Beenders. Ik denk dat het tijd is om af te ronden en ik wil dat doen met een aantal positieve punten. Ja, maar ik kan blijven doordiscussiëren. Hè? Nee, we gaan niet doordiscussiëren. Maar we gaan afronden. Ik heb echt geen probleem, hè. Ik heb... als ik nog wat tijd bij krijg. Meneer Beenders gaat afronden, heeft hij gezegd. Ja. Daar kun je niks tegen hebben. Meneer Beenders. Inderdaad, er staan ook een aantal goede dingen in de beleidsnota en in de begroting. Daar willen we absoluut niet ontkennen. De energielening die we willen laten stijgen tot 3.500 uitbetalingen per jaar. We verwachten daar een doordacht actieplan voor, zodat vooral de gezinnen die het nodig hebben als eerste bereikt worden. En ook de energiescans en energiesnoeiers die toch na heel wat ongerustheid uit de sector het signaal hebben gekregen dat ze mogen verder werken, die nu hopelijk zo snel mogelijk ook het nieuws krijgen van op welke manier ze dat moeten doen, zodat ze weten wat van hen verwacht wordt. Dus op die manier denk ik, mevrouw de minister, dat we nog heel wat geanimeerde discussies gaan hebben in de commissie. En u kan alvast op ons rekenen om die energiefactuur maximaal onder controle te houden. Meneer Dane. Meneer Dane, alstublieft. Collega's, mevrouw de minister, laat me beginnen met een paar open deuren in te trappen. De uitdagingen binnen het beleidsveld energie zijn immens. We hebben het net gehad over de energiefactuur. Maar ook energiebesparing, energieefficiëntie, hernieuwbare energie, energiearmoede en bevoorradingszekerheid zijn bijzonder grote uitdagingen waar we voor staan en waar we allemaal samen oplossingen voor moeten zien te vinden. Collega's, ik had een uitgebreid stuk gemaakt rond de energiefactuur. Maar u zal het wellicht niet erg vinden als u dat een beetje inkort, omdat het debat daar net al voor een stuk over gegaan is. Maar laat me toch toe dit te zeggen. Wat me heel erg opvalt als ik de energiebudgetten van de vorige jaren vergelijk met deze, dat is dat er een aantal posten geschrapt zijn. Geschrapt en doorgerekend worden in de factuur. Het gaat niet alleen over de rechtpremies, waar een stuk in de algemene middelen werden voorzien de vorige jaren en dit jaar niet meer. Maar ook zal de vrek gefinancierd worden via een extra heffing. En ik stel me de vraag, hoewel het maar om een klein bedrag gaat, zet dat de deur niet open om in de toekomst alles wat op ons afkomt en wat geld kost, makkelijkheidshalve door te rekenen in de factuur. Dan wordt de gratis kilowattuur afgeschaft. Dat is een vorm van progressieve tarifering. En vooral gezinnen met kinderen worden hierdoor getroffen. En als we dat allemaal samen tellen met de doorrekening van de historische certificatenkost, dan zou het wel eens kunnen, en de VREX zal overmorgen de tariefmethodologie bekendmaken, dat de energiefactuur zal stijgen van 30% tot 40%. Nu, beste collega's, dat is geen natuurwet. Dat is het gevolg van keuzes die deze regering maakt. We hebben gisteren, en ik heb gisteren ook heel goed geluisterd, toch tenminste de meeste van de tussenkomsten, een aantal keren gehoord dat de meerderheid stelt dat er een sociaal beleid gevoerd wordt. Dat er vooral sociale correcties zijn. Wel, ik vraag me af waar ze zijn als het gaat over de energiefactuur. Nu, ik zie in de begrotingsdocumenten neergeschreven dat de minister wil inzetten op energiebesparing, energieefficiëntie en hernieuwbare energie. En ik moet zeggen, toen ik dat zag, dat stelde me wel enigszins gerust. Maar toen ik de cijfers die daarbij horen zag, werd ik ongerust. Want zeggen dat we verder zullen inzetten op energiebesparing, energieefficiëntie en hernieuwbare energie is niet voldoende. Daar moeten bijkomende middelen voor voorzien worden, wat niet het geval is, integendeel. Wel, collega's, wij willen samen met jullie de toekomst meehelpen voorbereiden. Wat de regering met dit beleid aan het doen is, is het verleden tachtig te herstellen en daar tekenen wij zeker niet voor. Dat mag altijd natuurlijk. Ja, meneer Rivois, alstublieft. Dank u.
Meneer de voorzitter, geachte ministers, waarde collega's. Kilowatt, kilowattuur, euro's. Of productiehernieuwbare energie, verbruik, kostprijs. Dit zijn de kernwoorden voor een Vlaams energiebeleid. Maar hebben we op heden een echt Vlaams energiebeleid? Nee, het Vlaams regeerakkoord en het federaal regeerakkoord geven ons nu de kans om via een lange termijnvisie te komen tot een breed gedragen energiepact. En wat verwachten wij als N-VA-fractie dat in deze visie pact vastgelegd wordt? 1. Over de kilowatt. Een technologie-neutrale en kostenefficiënte energiemix met onder meer hernieuwbare energie. En deze mix moet tevens technisch betrouwbaar zijn en uitwerkt op basis van de best beschikbare technologie. Enkel ons vertrouwen op import vanuit de ons omliggende landen is eigenlijk nogal naïef. Al is het maar om de eenvoudige reden dat een echte Europese energietransitie nog niet, en dit op zijn zachtst uitgedrukt, voor morgen is. Met andere woorden, we kunnen ons structureel probleem niet oplossen de eerste 3 jaar met zogenaamd het verbelgen van buitenlandse centrales of andere eenvoudige kabelmaatregelen. Wij, N-VA, zijn dus niet naïef en rekenen ook nog op eigen betrouwbare en betaalbare productie. En ja, die productie kan ook intelligent zijn. Daarom ook, en dit is een Vlaamse bevoegdheid, zetten we meer in op vraag- en aanbodsturing, zetten we meer in op groene warmte en restwarmte. 2. Kilowattuur. Energieefficiëntie is dé prioriteit. De goedkoopste en de groenste kilowattuur is diegene die niet verbruikt is. En hier, geachte collega's, hebben we tot op heden nog te weinig ambitie getoond. Voor eerst moeten we vaststellen dat er tot op heden reeds veel gestudeerd is. Maar we moeten dringend overgaan tot actie, de uitvoering van de inventaris. U herinnert zich ongetwijfeld de discussie tijdens de commissies omtrent de energiescans. Indien reeds in meer dan 170.000 woningen een scan is uitgevoerd, maar we moeten vaststellen dat te weinig concrete maatregelen uit de scan effectief uitgevoerd zijn, dan moet er dringend het beleid aangepast worden van studie naar actie. Energiebesnoeiers behouden zo een job, maar hun werk zal zinvoller zijn en meer direct bijdragen tot een grotere globale energieefficiëntie. We moeten niet alleen de energieprestatie voor nieuwbouw verbeteren, maar ook een renovatiepact met alle stakeholders in de sector afsluiten. Zo verbeteren we de energieprestatie van ons Vlaams woningenbestand. We versterken ons sociaal energiebeleid en optimaliseren de energieleningen. Energiearmoede willen wij bestrijden met curatieve maatregelen. Maar ook bij ondernemingen gaan we energieefficiëntie stimuleren. Hierbij mogen we niet alleen kijken naar de energieintensieve bedrijven, maar ook naar de vele middelgrote ondernemingen en de KMO's. Cluster hen, bijvoorbeeld per sector, en ontwikkel een mini-benchmark-tool via een lerend netwerk energie. Deze ondernemers kunnen zo van elkaar leren en na een korte studiefase ook hier de nodige rendabele investering uitvoeren. 3. Euro's. Energie is duur en zal duur blijven. Het is een basisbehoefte. En toch gaan we een aantal maatregelen nemen. We voeren een energienorm in om de concurrentiepositie van onze bedrijven te vrijwaren. De schulden uit het verleden, met onder meer de uitgestelde doorrekening van de certificatenkosten, zo snel mogelijk oplossen. De gratis kilowattuur van 1 januari 2016, vanaf 1 januari 2016, afschaffen. De complexiteit van de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen te verminderen en een kostenefficiënte integratie ervan te stimuleren, rekening houdende met de ondersteuningsduur en maximaal ondersteuningsvolume en de eindprijs van elektriciteit of warmte. Om terug geloofwaardig te worden, om het draagvlak te kunnen creëren, voor deze lange termijnvisie is er communicatie nodig. Vertel het aan de verbruikers wat ons te wachten staat, wat de uitdagingen zijn. Zowel qua prijs als hoe onze energiemix er zal uitzien. En ik sluit af, want eerlijk, het is 5 voor 12. We moeten van de huidige sense of urgency gebruik maken om daadwerkelijk de energietransitie op te starten en tot uitvoering te brengen. Dank u wel. Mevrouw Turtelboom. Dank u wel, meneer de voorzitter. Los van de discussies die we waarschijnlijk nog een aantal keer zullen hebben in verband met de schulden van het verleden, denk ik dat we over het energiebeleid, het over meerderheid en oppositie of een heel aantal zaken eens zijn. Dat is het voluit inzetten op die energieefficiëntie. Als we weten dat 300.000 woningen op dit ogenblik onvoldoende geïsoleerd zijn en dat daar de warmte, de energie langs ramen en deuren buiten gaat, dan denk ik dat het zowel
en de woonkwaliteit van de woningen verhoogt en goed is voor de energiefactuur, maar ten derde ook vooral goed is voor het klimaat en voor het milieu. Dat is ook de reden waarom we daar zo sterk willen op doorgaan. En het klopt inderdaad dat we op de energieleningen, dat we daar heel sterk willen op doorgaan, omdat we op die manier zeker kwetsbare groepen, waarvan we weten dat de energie, het percentage in de energiefactuur, van de energiefactuur in het gezamenlijk budget hoger is, waarbij we leningen geven aan 0%, dat we die bevoegdheid die we vanaf 1 januari hebben, dat we die willen optimaliseren. Op dit moment worden niet alle leningen opgebruikt. Wij willen daar uiteraard voor gaan. Dat gecombineerd met de energiesnoeiers, die meer moeten gaan naar de echte harde maatregelen, hè, want papier is geduldig, maar als de isolatie niet op een bepaald moment geplaatst wordt, dan verlies je ook de rendementen. En uiteraard gaan we ook het systeem van de rechtpremies tegen het licht houden, zodanig dat we op die manier, vooral in termen van een totaalrenovatie, naar een beter pakket gaan. Want de enige kilowattuur, en ik denk collega Geoffroy heeft het gezegd, die gratis is, is diegene die eigenlijk niet verbruikt wordt. Daarom werken we ook naar het systeem van derde partij financiering voor bedrijven, maar ook voor de overheidsgebouwen. Ik denk dat we hier ook zelf zullen moeten kijken, als je weet dat 700 miljoen de energiefactuur is van de gebouwen van de Vlaamse overheid, is ook daar nog zeer veel werk aan de winkel. Uitdaging zal natuurlijk zijn, zeker voor de privéwoningen, is wanneer het in privébezit is, om vooral de persoon te overtuigen om te investeren, zodanig dat van uitstel, van ik ga ooit mijn woning renoveren, dat te vaak leidt vandaag tot afstel, dat we mensen zorgen dat ze effectief overgaan tot de actie. De uitdagingen zijn groot. 2020 wordt korterbij. De doelstellingen die we moeten halen zijn, de lat ligt bijzonder hoog, maar ik denk dat we met de neuzen in dezelfde richting en vooral met het overtuigen van mensen om te investeren in energie-efficiëntie zeer ver kunnen komen. Daarnaast blijven we natuurlijk ook voluit kiezen voor die duurzame en die hernieuwbare energie, omdat we op die manier, net zoals andere Europese landen, volledig de transitie kunnen doen van een gecentraliseerd model dat vooral nucleair en fossiel is, naar een decentraal model dat veel duurzamer is en waarbij we voluit kiezen voor hernieuwbare energie. Dank u wel. Wenst nog iemand te reageren? Nee? Dan zijn er twee dienstmededelingen. Eén, we beëindigen de vergadering sowieso van deze namiddag. We gaan verder om 19 uur, dat is één. Twee, daar zijn nog twee belangrijke onderwerpen, woonbeleid, mobiliteit en openbare werken. Dan volgen een aantal decreten, dan uiteraard standpunt van de regering, dan volgen nog een stuk of zeven decreten, nog een aantal andere onderwerpen. Dus ik verwacht de stemming, als ik goed inschat, rond tussen 22 en 23 uur. En we handelen vandaag alles af, zodanig dat ik morgen niet meer terugkom. Smakelijk eten!